Dames, heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij een nieuwe livestream. Sorry dat ik... Ik ben niet te laat. Nee, ik ben niet te laat. Ik vind dat ik gewoon... Ik hoor mezelf nog. Jongens, ik ga mijn stoel iets naar achter zetten. Ik ben echt letterlijk net mijn kamer binnengelopen. Dus als het goed is, staat alles wel goed. Ik moet even kijken of ik alles goed heb klaargezet, maar volgens mij wel. Welkom allemaal bij weer een nieuwe livestream. Mijn stem is nog een beetje schor van het schreeuwen van gisteren. Gisteren was natuurlijk best wel een leuke livestreamdag. Althans, ik vond een hele leuke livestream gisteren. Een beetje gekkigheid hier en daar, waardoor mijn stem hier en daar ook moest verheffen. Waardoor je kans hebt als ik nu weer enthousiast ga zijn dat mijn stem, helaas mijn lichaam, niet helemaal lekker uit zal komen. Ik zie dat er van alles en nog wat in de chat gaande is. Het begint. Ja, jongens. Ik had inderdaad eerst mijn stream om 7:15 ingepland. Maar ik was lekker even gezellig eten met familie. Waardoor ik hem een kwartiertje heb verzet. Helemaal geen probleem natuurlijk. Ik bedoel, dat heb ik op tijd gedaan. Dus vind je het nou stom? Dat is je eigen schuld. Dat is helemaal je eigen schuld. Daar is jij, Harlow. Harlow, wij gaan een coinflipje doen. Wij gaan een coinflipje doen zometeen met z'n tweeën. We horen je niet. Jullie horen me wel, jongens. Kijk, als ik dit doe, komt ie. Dat is helemaal je eigen schuld. Daar is jij, Harlow. Zie je, ik hoor mezelf. Ik weet dat mijn microfoon het doet, jongens. Ik weet dat. Dat grapje kan je niet doen. Je kan beter een ander grapje verzinnen. Want jullie proberen het elke keer te zeggen dat jullie me niet horen. Maar ik weet dat jullie me horen. Want ik weet dat, zeg maar, dat kan ik zelf controleren. Goed, laten wij Content Veen joinen. Want natuurlijk, jongens, jullie hebben het weer in de titel gezien. We gaan Content Veen spelen. Skyblock natuurlijk. Even koekeloeren. Ik heb een paar dingetjes geprobeerd te fixen, deze stream. In de vorige livestream kreeg ik af en toe een superchat binnen. En dat kwam niet in beeld, dus die kon ik af en toe nog missen. En als er een nieuw lid was, of werden lid cadeaus gegeven, dan kwam dat ook niet in beeld. En dan kon ik dat ook missen. Dus als het goed is, is dat deze stream gefixt. Zoals je kan zien, zitten we hier al gezellig met allemaal mensen in de lobby te chillen. Dus laten wij lekker naar Skyblock gaan. Zal het wel heel druk zijn. En dan gaan we naar de vuurwereld, jongens. Want wij wonen nog steeds in de vuurwereld. Zoals je kan zien, 263 mensen online. Belachelijk druk. Vlieg jij nou? Oh nee, jij was gewoon... Je liep een beetje vast. Laten we naar de vuurwereld gaan. Daar wonen we. We hebben een 5 euro donatie van... Die gaan we zo even voorlezen. Wacht, laten we eerst even de wereld ingaan. Vuur, naar de wereld. Oeh, trouwens, we moeten wel de keys openen zometeen. Dus ik moet even kijken hoe dat zit. Als in wat die cooldown daar nog van is. 5 euro van Delano. Shoutout naar René. René, als je het hoort, volgens mij zag ik René net in de chat. René, shoutout naar jou. Van Delano. Je krijgt een shout-out van Delano. Hoe leuk is dat? Goed, we zijn in de vuurwereld. Ik zie dat. Had even niks te doen. Haha, groetjes Just Out. Oh, wacht. Ik zit te finish. Dat is niet helemaal de bedoeling. Justin. Oh, mijn god, jongens. Justin heeft hier heel even AFK gestaan. Of de AFK. Die heeft waarschijnlijk hier heel even rondgelopen in de tussentijd. Dat ik niet online was. Dus heeft Jente en zo. Die hebben niks verzameld. En verkopen van... Oh, dit was Risha. Maar die naam die klopt niet helemaal. Oh mijn god, wacht even. Ik zie dat Jent, of mijn, Jent heeft nog verzameld. Ik zie dat mijn verkoper niet helemaal zijn werk is genoeg. Ik zie dat ik ook in creative zit. Dat is ook niet de bedoeling. Zo. Nogmaals, jongens, buiten mijn streams om. Je hebt je minion vernietigd. Hoezo? Hoezo heb ik mijn minion vernietigd? Dat is niet de bedoeling. Oh, dat gaat af en toe zo raar. Dat komt echt door mijn eigenaar dingen. Ik zie dat Andries 1 lidmaatschap van Walnut het cadeau heeft gedaan. Andries, ik hoop dat hij nu in beeld komt. Ik zie dat een leuke kip hem heeft gekregen. Dus Andries, dankjewel voor het geven van een lidmaatschap aan gewoon een willekeurig iemand. Namelijk de leuke kip. Ik hoop dat het in beeld komt. Ik heb het getest. Alleen ik weet niet of het werkt met gifts. Dus het is de eerste keer. Als het niet werkt, dan... Ik probeer het even goed te zien. Dus dankjewel, Andries. Maar ik moet even kijken hoe en wat. Ik ga even die minion opnieuw kopen. Dus als ik even... Volgens mij kost het ongeveer 1 miljoen van een dinges kan krijgen. Van een moderator. Ik weet niet of die in de server is. Maar dat komt door mijn eigenaar ding. Als ik van creative naar survival ga en dan een minion sloop, dan vernietigt hij hem helemaal. Maar ik weet dat, zeg maar, dat ik even dat geld nodig heb om weer te upgraden. Dat is het ding. Nou, nu moet ik denk ik 800.000 euro krijgen even. Dan kan ik hem zo meteen gewoon weer upgraden. Maar goed, ik heb weer leuke doelen deze livestream. De bedoeling is dat we ons eilandlevel omhoog gaan gooien. Dat we meer geld op de eilandbank gaan hebben. We hebben nu 900.000 euro op de eilandbank staan. De bedoeling is dat ik daar deze stream misschien een paar miljoen van maak. 1 of 2. Wie weet. We gaan even kijken hoe dat makkelijk gaat. Deze gaan we ook allemaal verkopen hier. Maar dat wil ik eerst even dat geld krijgen van... Ik miste even het bedrag. Ongeveer 8 ton, Char. Wat ik overhoud, gooi ik wel gewoon zelf weg. Kom maar goed. Wat ik overhoud, gooi ik zelf weg. Dan gaan we deze cactus even wegdoen en zo. Dan gaan we deze man hier koppelen. Maar eerst wil ik hem even upgraden naar level 6. Want hij was level 6. Alleen dat zeg ik, dat komt door, gewoon door mijn eigenaarrechten. Dat ik gewoon die verkeerde ding... Kijk, nu kan ik hem weer upgraden.
We hebben een donatie, jongens. 3 euro van Armando. Armando RV. 3 euro. Hey, Max. Even een tip. Ga naar je Minecraft video settings en doe max framerate naar unlimited. Zo heb je namelijk minder FPS drops. Het ding is... dan zou je zeggen dat dat heel goed is om te doen natuurlijk. Alleen omdat ik OBS gebruik, heb ik zoveel... en best wel een oude computer heb. heb ik zoveel mogelijk frames proberen te besparen van Minecraft. Anders gaat mijn OBS lag. Ik moet het zeg maar balanceren. Dus als je normaal kan, een normaal persoon zonder OBS kan hem zo hoog mogelijk doen. Maar ik moet hem een beetje balanceren met mijn OBS. Kijk, en dan nu kan ik... Nou was, is hij nu level 6? Ja, slash echo... is dat remove? Take. Like a walnut. En dan 2 ton. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo. Doe even 2 ton eraf, dan klopt het weer. Oeh. Wat? Het minimale saldo dat een gebruiker kan hebben is... Oh, 2 miljoen. 200.000 was het, sorry. Zo, oké, okay, we hebben 1000 mensen. Leuk allemaal dat jullie er zijn, jongens. Welkom bij de livestream. We hebben hier nog een keer 3 euro van Delano. De laatste dan mag ik binnen. Je zei natuurlijk Delano. We gaan jou de verkoper maken, oké? Okay? Komt-ie. We gaan hem... Eerst gaan we jou het hoofd van... Even kijken. Van Patrick geven, zo. Dan gaan we jou renamen naar... @6@L Delano. Let's go. Je bent topdonateur Delano met 8 euro. Let's go, jongens. Mooi dit. Oké, dan gaan we Delano nu gaan we koppelen aan de kist. Dan gaat hij als het goed is dit verkopen hier allemaal. Dan ben ik benieuwd. Kijk, hij is gekoppeld aan de kist als hij dit verkoopt. We hebben 36.000 euro op het moment. Dat is wel 44 met de sound effect. Oh, het werkt. We hebben een lid, jongens. Grippa Junior is lid geworden. Zagen jullie dat het kwam met een kat kwam het in beeld? Ik weet alleen niet of dat een abonnee of dat dat een lidmaatschap is. Volgens mij is dat een lidmaatschap. Oh! En nu hebben we iets stom met 11 euro. Hallo Max, hoe gaat het mee? Je kijkt nu al een jaar lang. En blijf van je genieten. Je doet het erg goed. Je bent... Oh, ik kan echt niet lezen. Lezen is echt moeilijk af en toe. Je doet het goed, topper. Groetjes, Tom. Tom, ik ga je een hartje geven. Ik ga hem een hartje geven. En ik hoop dat je in beeld komt. Maar dankjewel voor die 10 euro, Tom. Je bent echt een legend. Je bent een legend. Ik hoop dat het in beeld komt. Het hoort in beeld te komen, die 10 euro. Of was dat net in die hoek? Was dat net in die hoek daar? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik dacht dat dit soort dingen in beeld zouden komen. Evengoed, dankjewel voor de donatie. Oprecht. Enorm bedankt. Enorm bedankt, jongens. Slash Shell GUI. We gaan het allemaal even verkopen. We gaan dit allemaal even... Trouwens, dan maken we jou even hier. Tom. Komt ie, hè? Doen we hier Tom. Gaan we van maken. Naam aanpassen. @A@L. Tommy, let's go Tom. Bijna 1100 mensen die kijken, jongens. Welkom allemaal bij de livestream. Blijf gezellig chillen, doe je ding. Ik ga mijn chestplate in nood en pickaxe in nood. Die ga ik even in een kistje doen. René heeft in de vorige livestream mijn kisten een beetje gesorteerd met itemframes. Hoe geweldig wil je het hebben? Beter dan dit kan je het eigenlijk niet hebben zelfs. Althans, dat denk ik niet. Ik denk dat dit echt het meest ideale tot nu toe is. Dus wat wij deze stream goed kunnen doen. Kan ik dit uitzetten? Vulkan dubbele punt, alert. Zo, als het goed is staan die dan uit, maar dat negatief werkt dat niet eens. Mijn visies kan ik ook ergens dumpen. Visies kunnen we hier, denk ik, wel dumpen. Nee, waar is mijn normale eten? Valt dit... Nee, dit valt ook niet onder mijn normale eten. Dit hier? Dit vind ik onder normaal eten vallen, zo. En dan de rest dump ik gewoon naar beneden. Dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg. En dan terracotta doen we even hierbij. Want, dan gaan we even het eerstvolgende doen, jongens. Wij hebben... die cactussen die Justin hier voor mij verzameld heeft. Onze lieve Just Out, jongens. Of hij heeft hem ook nog hoger gemaakt, dat weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval hier heel even gestaan. Zodat al... Die mag natuurlijk niet echt AFK staan. Waarschijnlijk heeft hij hier gewoon rondgelopen. En die cactussen van hem een beetje groter gemaakt en in de tussentijd verzameld. Gaan we dit in de tussentijd allemaal verkopen. Dan kijken hoeveel geld we hiervan krijgen. We hebben nu 54.000. En we eindigen zometeen met... Daar komt hij, hè. Dat gaan we allemaal even verkopen. Dit gaan wij allemaal eventjes verkopen. Oh, we gaan echt gewoon naar die 100.000. We gaan echt naar die 100.000, ik weet het zeker. Dit gaan we er allemaal in doen. Dit gaan we allemaal verkopen. Oh, ik merk dat mijn stem echt een beetje schoor is toch gisteren. Maar dat komt door Jente, komt door Riccio, dat komt door iedereen, letterlijk. Door Leon. Oh god. Door iedereen van gisteren, alle hoge donaties. Let's go. Stan trouwens ook nog, sorry. Dat is mijn stem. Ik merk het echt nu pas gewoon. De hele dag heb ik nog niet gemerkt dat ik schor ben. En ik begin mijn livestream. En dan ga ik toch het enthousiaste praten. En dan merk ik dat ik gelijk een beetje schor ben. Maar dat maakt niet uit. Justin! Hij is er! De man! Hij is er! We hebben JTA Power met 3 euro. Hey, hoi Max. Ik ben er ook weer bij. Ga zeker weer genieten van je stream. Dikke shout-out naar Tom. Dankjewel JTA Power voor de 3 euro. Oh, daarvoor was trouwens Erwin. Erwin met de 3 euro. Wanneer ga je weer? Roefeen. Dat weet ik niet wanneer ik weer... Roefeen bestaat trouwens niet.
Roeveen, dat, sorry dat ik dat nou moet zeggen, Erwin, maar Roeveen bestaat niet meer. Roeveen is helaas gesloten. Dat is echt al inmiddels een jaar geleden dat dat is gesloten. Er zijn wel nog andere leuke roleplay servers daar niet van natuurlijk. Maar Roeveen, wat ik vroeger altijd deed waar al mijn oude video's van roleplay op zijn, die server bestaat niet meer. Zo. Oh mijn god jongens, kijk dat geld. We hebben nu 104.000. Maar dank jullie wel voor de donaties. Dank jullie wel voor de donaties. Hoppakee. Slash sales UI. Allemaal verkocht. En dan hebben wij in totaal... Hebben wij dit... Al deze... Oh mijn god, Justin heeft hier weer verzameld. Zo, dat gaan we ook verkopen. Dan hebben we gewoon 125.000. Delano is traag. Is dat zo? Nou, hij is wel snel genoeg, toch? Ik bedoel, niet zo snel als dat wij zijn, Justin. Maar hij is wel snel genoeg. Zo, we hebben in totaal nu 126.000. Ik denk dat ik hier wel wat mee kan upgraden. We gaan die kist er ook gewoon bij doen. Die mag je ook verkopen, wat mij betreft. Ik kan namelijk Tom misschien eentje hier upgraden. Laten we even kijken. Dat kost... Nee. Leon, kan ik jou upgraden? Dat kan, alleen dan is het, wordt het geen steen meer. Oh, dan zou dit ook wel... Oh mijn god, jongens. Kijk hoeveel geld we hiervan krijgen. Let op, hè. Van al dit steen hier ga ik krijgen. Van al dit steen komt hij. 20.000 euro van al dit steen. Dat slaat al nergens op. 20.000. Oh mijn god. Dat is top, dat is top. Ik ga zo even kijken of ik mijn crates al kan op. Mijn dagelijke crates zoals de Netherite crate, de Emerald, Diamond, weet ik wat allemaal. Er zijn trouwens ook gewoon bijna 300 mensen online. Hij doet het! We hebben It's Tom via de superchat. Duurde heel even, Tom is er. En ik zie dat Bastiaan lid is geworden bovenin. Oh, dit zijn alle leden van gisteren waarschijnlijk. Of niet? Werkt dat niet zo? Zijn dat abonnees? Dan heb ik het verkeerd gedaan. Ik heb waarschijnlijk iets verkeerd gedaan, jongens. Ik heb waarschijnlijk... Als iemand gewoon abonneert op mijn kanaal... Dat het dan in beeld komt. Als in dat het met die kat in beeld... Heb ik een verkeerde gedaan. Maar Tom, je kwam een beetje laat, maar je kwam in beeld. Het duurde heel even, maar je was er uiteindelijk. Oké, laten we al deze blokken hier craften. Zo, hoppakee. Dan gaan wij eventjes deze blokken hier allemaal plaatsen. Doenk, zo. Dan gaan we deze hier plaatsen. En dan gaan we deze gaan we hier plaatsen. Dan wil ik even eiland recalc voor de zekerheid. Nee, die was wel goed. Oké, eiland level 104. Justin. Ik denk dat wij moeten gaan beginnen aan een nieuwe farm. Ik heb mensen gezien die bouwen een soort ander soort farms. En dat is een bomenfarm. En ik denk dat ik ook een bomenfarmpje wil gaan hebben, Justin. Dus wat wij daarvoor nodig hebben... Ik denk dat we dan eerst het platform uit moeten breiden. Maar ik denk dat we daar beter omheen kunnen gaan. Dus Justin, kan jij voor mij... Daar komt-ie. Je hebt vast al genoeg geld. Heel veel grijze en witte concrete blokken. Ik weet niet of je mijn stream kijkt, Justin. Ik hoop het. Maar gaan we samen teamwork gaan we doen. Gaan we een bomenfarm maken. Met verkopen minions en houthakken minions en zo. Ik heb lekker in je reclame geskipt, zegt Petra. Petra, je weet wat de deal is. Als je mijn livestreams kijkt, moet je niet de reclame skippen. Reclames afkijken, dat is mijn huur. Niet dat ik huur heb, maar dat is mijn huur. Nee, dat is regel, jongens. Kom op, een beetje reclame afkijken. Je weet hoe het zit. Hey, JTA Power met 6 euro. Hallo beste Max, mag ik de volgende naam van je toekomstige minions zijn? Lof, nee, jou. Van de toekomstige of van deze? Ik zet je voor nu wel gewoon even op die van Leon. En dan, als er een toekomstige is, dan veranderen we hem naar die, oké? Okay? Want ik weet niet, uiteindelijk gaat het wel lukken. Maar dan heb je in ieder geval nu vast jouw shine. Want stel, dat wordt verbroken. JTH Power. Zo, hoppakee. Maar Justin, kan jij heel veel grijze en witte concrete blokken craften? Of ben jij toevallig gewoon niet wetend dat ik live ben? Dat zou ook nog wel eens kunnen. Dat Justin hier gewoon rondloopt. Geen idee heeft dat ik live ben. Dus Justin, laat maar even weten. Knik even ja of nee namen. Als je weet dat je er bent. Of als je mijn livestream kijkt en je weet wat je taak is. Ik skip altijd je reclames. Ze zijn veel saai. Ja, reclames zijn best wel saai. Dat snap ik. Maar het is wel goede support. Oh, hij gaat een sign plaatsen, jongens. Hij plaatst een sign. 1100 mensen die er trouwens zijn. Ik dit doen. Wat? Eten maken. Wil je eten? Oh, Justin zelf eten. Oh, Justin eet altijd een beetje rond deze tijd. Nee, dat is logisch. Oké, laten we dat dan maar zelf doen, jongens. Laten we dan gewoon eerst beginnen met een dirtpad. Dat is natuurlijk geen probleem. Een suikerrietfarm. Ja, dat kan ook. Maar ik wil heel graag die bomenfarm maken, omdat je daar ook echt geld mee kan verdienen. Dat ga ik aan jullie laten zien, hoe dat werkt. Maar daarvoor ga ik eerst even een pad ernaartoe maken natuurlijk. Anders hebben we geen plek om een bomenfarm te bouwen.
Maar we gaan een bomenfarm bouwen. En dan niet voor het hout, want al het hout gaan we verkopen. Maar ik heb dit al bij verschillende soorten eilanden gezien. Dat dit best wel een goede manier weer is om geld te verdienen. En ook best wel makkelijk zelfs. Oké, dan moet ik wel even dit score sturen. Niet dat het uitmaakt. Maar 1, 2, 3, 4. Zo. Dan gaan we nu... Nu zit er als het goed is, zit er een gat van 3 tussen. Oh nee, niet. Er moet nog eentje verder. Zo. Dan zit er een gat van 4 tussen. Kunnen we hier dit pad helemaal deze kant op maken? Denk ik. Ik denk dat dit zo gaat, toch? Huh? Gaat dit zo? Ja, dit gaat zo. Ja, dit gaat goed. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Oké. Dan gaan we hier even een groot platform maken, jongens. Wij gaan hier even een groot platform maken. It's Tom met 6 euro superchat. Hey Max, nog even een donatie. Hopelijk ben je er blij mee. Lof naar jou. Shoutout naar It's Tim en JTA Power. Tuurlijk ben ik er blij mee, Tom. Daar ben ik heel blij mee, dat weet je. Dankjewel, maat. Allemaal even liefde in de chat voor Tom. Je komt later in beeld, Tom. Het duurt waarschijnlijk 10 minuten of zo en dan kom je ineens in beeld. Zo werkt dat de hele tijd met die superchats. Dat duurt echt letterlijk iets langer dan een normale donatie voordat je in beeld komt. Kijk, en dan gaan we hier dit pad zo aansluiten. Dan kan je omlopen van welke kant wat je wilt. Dit gaan we heel leuk doen, jongens. Dit gaan we echt heel leuk doen. Hier komt dan weer de pad zo. En dan gaan we hier gewoon weer een beetje op dezelfde manier bouwen. Maar dan nu met een bomenfarm in plaats van een cactusfarm. Dan kunnen we hier ook weer minions gebruiken. En dan kunnen we nog meer geld verdienen. Dan kunnen we echt nog meer geld verdienen. Want we hebben nu al 200.000 euro zien, heb ik geld van mensen gekregen zonder dat ik het door had. Maar... Ik denk dat het einde van deze stream sowieso wel 1 miljoen op de eilandbank hebben staan. En ik wil misschien level 120. Ik weet niet of we dat gaan redden, want de levels gaan best wel zwaar. Daar hebben we hem. It's Tom. En ik zie dat dat daar bovenin niet helemaal goed werkt. Dat is gewoon als je abonneert. Dus die ga ik uitzetten, die leden. Zo. Maar ik zie wel dat die van Tom in beeld is gekomen. Dankjewel, Tom. Je bent in beeld gekomen. Dat geluid ga ik wel, dat moet even eruit, jongens. Dat is heel irritant, sorry. Die leden, dat klopt nog niet. Dat leden ga ik nog fixen. Dat als je een lid wordt op mijn kanaal, dat je dan in beeld komt. Dat gaan we zeker nog fixen. Maar dat heb ik blijkbaar dus verkeerd gedaan. Dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren, natuurlijk. Slash shop gaan we doen. Komt-ie. Even kijken. Ores? Nee, ik heb de dirt nodig. Hier, dirt. Laten we gewoon even... 1, 2, 3... 4, 5. Zo, hoppakee. Oh, 4 blijkbaar. Wandertje met een legend, kun je mijn naam zeggen? Zegt DCB Gamer met 2 euro. Natuurlijk, DCB Gamer. Dankjewel voor de 2 euro. En DCB Gamer, bij deze naam. Het is niet alsof dat volgens mij je echte naam is, maar het is wel goed genoeg, denk ik. Nee! Oh, het ging zo goed. Jongens, nogmaals. Ik zei het gisteren ook. We zijn druk bezig met het proberen van de servers te verbeteren. Als het goed is, zijn ze al een stukje beter. Want alleen de Bungie wil af en toe nog crashen. Maar volgens mij de werelden zelf crashen een stuk minder. Dat is echt heel goed. Alleen de Bungie zitten we nog met een probleem. Maar ik dacht die vanmiddag verholpen te hebben, maar blijkbaar niet. Dus dat komt goed. Speel je nog steeds op Content Veen? En ben je nog steeds, vind je het vervelend dat we af en toe crashen? Ik weet het, maar we zijn er. Je merkt het echt dat we ermee bezig zijn. Omdat er zit echt verbetering in telkens. Oh, ik wacht wel even met joinen, want het is echt heel druk nu in de Spans. Het is echt heel druk in de Spans. Oh mijn god. Nee, we zijn heel druk met het zorgen van dat de hoofdserver crasht. Dat is waardoor je af en toe gewoon gekickt wordt en dan weer opnieuw kan joinen. Of was ik nu de enige? Nee. Hij is gewoon nog niet geüpdate, of wel? Hoe zit het? Het zal wel. Ik ben de server aan het joinen, jongens. Geen zorgen. Ik heb je reclame niet geskipt. Zeg mij overpowered bobs. Let's go! Ik ga mijn fantaatje speciaal voor jou openen. Om het te vieren. Om het te vieren. We zijn er weer, jongens. We zijn er weer. Hoppakee. Alsof er niks is gebeurd. Alsof er niks is gebeurd. Nee, daar zijn we druk mee bezig. Overdag besteed ik mijn tijd aan het verbeteren van de server met weet ik wat en allemaal dingen proberen. En s'avonds... Oh, dat klinkt echt zo'n heel raar verhaal. En s'avonds gaan we lekker live. Dan gaan we kijken hoe het weer gaat. En dan proberen we zo elke dag de server weer een stukje te verbeteren, jongens. We doen ons best elke dag weer een klein stapje vooruit, een babystapjes. We gaan in babystapjes vooruit. Sneller kunnen we niet. Zo... Dan gaan we dit dirt hier even vullen. Ah, het gaat de goede kant op. Het gaat echt de goede kant op. Als we dit dan zometeen ook... Nee! Dat maakt niet uit. We spannen toch op ons eiland. Of op het vuureiland. Ja, slash eiland. Hoppakee, daar zijn we weer. Oeh, mijn eiland home moet ik wel trouwens. Ga ik even zetten naar hier. Zo, hoppakee, kan dat? Slash eiland set home.
Oké, ik heb mijn eiland home verplaatst. Als ik nu voort naar mijn eiland ga, dan span ik op een iets betere plek dan net. En we gaan echt een bomenfarm bouwen. Want die bomenfarm, volgens mij... Oh, ik moest naar de andere kant toe. Volgens mij kan je er echt heel veel geld mee verdienen met die bomenfarm. Volgens mij kan je er echt heel veel geld mee verdienen. Wat is mijn eten nou? Ik kan toch eten? Of is dat op? Oh mijn god, slash shop. We gaan even wat eten kopen. Volgens mij heb ik mijn eten opgegeten. Even kijken. Farms en eten. Of heb ik nog eten? Dat zou ook nog wel heel goed kunnen. Ik heb nog eten. Joh, wat doe ik moeilijk. We hebben gewoon nog eten. Zo. Hoe vaak ga je nog live? Ja, geen idee. Oprecht niet. Ik vind het hartstikke leuke livestreams de afgelopen tijd. Dat weten jullie. Ik ben al meerdere keren live geweest. Volgens mij zit livestream 6 of zo. Zit af en toe zit er een dagje tussen. Maar gewoon wel consistent achter elkaar. En ik vind het geweldig. Ik vind het echt geweldig. Gewoon lekker dat livestreamen. Zo. Hoppakee, dan... even kijken. Klopt dit wat ik hier doe? Jawel, hè? Jawel, dit klopt wel. Ja, dit klopt. Niks aan de hand. Oké. Dan moet hier omheen, als Justin dus zo is... Mag Justin dat leuk doen, als hij dat wilt? Is hier overal waar ik nu dit weghak, moet concrete komen. Dat vind ik wel een Justin... Dat is wel een Justin-taakje, jongens. Ik bedoel, jullie weten hoe Justin is. Justin houdt van dat soort taakjes. Althans, dat zullen we maar hopen. Laten we dit even slopen, want dit staat nu weer in de weg. En we zullen zien, heeft René wel een plek gebouwd waar we dit soort dingen kunnen doen. Dan kan hier kan ook dirt komen, zo. En dan kan het gewoon doorlopen allemaal. Laten we dan heel even dit verplaatsen. We hebben een donatie! Fabian met de 3 euro! Zet een crafting table bij de miners. Dan hoef je niet naar je kosten om blokken te maken van je stuff. Naar de kisten om blokken te maken. Ik ga inderdaad meerdere crafting tables verspreiden. Dat denk ik wel handig. En een 2 euro van DCB Game. Daar is hij in beeld gekomen. Duurt heel even voordat die dingen in beeld komen. Maar uiteindelijk zijn ze er. Tonk, 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 tonk. En dan die Anvil, die kan wel gewoon hier zo even tijdelijk. Dan gaan we dit allemaal eventjes plat stampen. Gewoon helemaal plat stampen. Maar dankjewel voor de 3 euro, Fabian. Ik ga zeker een crafting table daar neerzetten zometeen. Hé, hoe kom ik aan 60 koolblokken? Huh? Dus nu heb ik... Oh, die komen uit die furnaces. Ah, die komen uit die furnaces natuurlijk. Ik dacht, oh, hoe kom ik hier aan? Nou, laten we gewoon lekker hier stoppen. Tonk. 172 kool. 488 redstone. Stinkhorse. Het is echt geweldig. Van alles en nog wat. Van alles en nog wat gewoon. Zo, laten we alles eventjes hier plat stampen, zoals ik net al zei. We hebben weer een donatie. Jerry J met 1 euro. Hey Max, alles goed. By the way, hoe is het met Ido? Ik heb lang niks van hem gehoord. Ik heb ook niet zoveel van Ido gehoord de afgelopen tijd. Ido is heel druk met werken. Weet je, Ido die is lekker hard aan het werk. En meer, ik heb eerlijk gezegd Ido eigenlijk ook al sinds oud en nieuw niet meer gesproken. Denk ik. Nee, sinds oud en nieuw niet meer. Maar volgens mij gaat het wel goed met Ido hoor. Volgens mij gaat het wel goed met de knul. Laten wij dit eventjes helemaal doordoen. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ik wou kijken. De top dan natuurlijk is JTH Power. Maar die hebben we ook als minion al neergezet natuurlijk, hè. Die hebben... We moeten eigenlijk ook gewoon... Jongens, ik heb een leuk idee. We moeten eigenlijk ook gewoon een minion ergens neerzetten... Als soort van trots minion die daar puur staat voor de topdonateur. Hoe leuk is dat? Dat we gewoon een minion kopen die doet niks. Die staat gewoon te staan. En dat is de minion die we dan elke keer gaan renamen per topdonateur. Is dat denk ik leuker dan al die minions verspreid overal? Want dat maakt het ook zo onoverzichtelijk wie nou waar staat. Is dat leuk? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Ik wil lid worden, maar mag niet van mijn ouders. Is geen probleem, Tibo, joh. Als het niet mag, dan mag het niet, hè? We gaan niet dingen doen die niet mogen. Ik ben bijna op de helft. We zijn bijna op de helft. Zeg please mijn naam Jochem. Natuurlijk Jochem. Natuurlijk Jochem. Goed plan. Ja, is een goed plan, hè? Dan gaan we dat doen. Dan ga ik kijken of ik een minion kan regelen. Dan is dat ook leuker dan dat donatiebord. Nou, donatiebord is ook leuk. Maar dat vind ik altijd zo rommelig worden op een gegeven moment. We kunnen beter gewoon een trots minion neerzetten hier. De topdonateur van de stream. Dat maakt het per stream ook heel bijzonder. Maar dankjewel voor de 1 euro, Jerry J. Trouwens, was volgens mij helemaal vergeten te zeggen. Bedankjewel, man. Bedankjewel. Bedankjewel. Dat is een hele goeie. Bedankjewel. Zo. Oh mijn god, dit is echt... Af en toe, ik haat dit echt, dat plat te walsen. Ik haat het echt om dat plat te walsen. Het duurt zo lang. Het duurt zo lang. Zo, toeng, 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 toeng. Hoppakee, hij is helemaal plat. Nou, dan kan hier dat randje van grijze of donkere concrete omheen natuurlijk. Gaan we in tussentijd weer even wat steen verkopen. Want met steen verkopen, jongens, word je ook rijk. Let maar op. Slash Shell GUI. Daar komt hij. 3, 2, 1... Ponk. 17.000 euro.
Hoe duur is een houthakker minion? Minions. Niet zo heel duur volgens mij. 75.000 euro maar. Let's go. Ik koop hem direct. Ik koop er gewoon twee zelfs. We kopen er gewoon twee. Komt ie. Houthakker minion. We hebben er twee. Oké. Dan wil ik in het midden van dit wil ik mijn houthakkersplatform hebben. Dat is ongeveer... Nou trouwens, gewoon vanaf hier. Maar dat kan niet. Zo, hoppakee, nu kan het wel. Zo. Moet ik wel even met de border moet ik het in de gaten houden, jongens. Dus laten we heel even mijn eiland border aanzetten. Dat ik heel even de border zie. Oh. Oké, die is hier. Dat is... Oh. dat is even jammer, want... Ik wou het hier doen, alleen ik heb hier minder ruimte dan dat ik dacht dat ik had. Maar ik wil het wel overzichtelijk hebben allemaal. Dus ik wil het niet te krap maken hier. Laten we even kijken hoe ver dit komt. Tot hier. Oké, dat is echt wel... dat maakt het wel even moeilijk. Dat maakt het serieus wel even moeilijk. Slash eilandborden. We gaan die borden gaan we gelijk weer uitzetten. Want dat vind ik altijd lelijk als die aanstaat. Tonk! Slash shop. Slash winkeltje. Weer even wat deur, want dat is blijkbaar op. 1, 2, 3, 4. 4 stack. Mijn hout is bijna op. Ik moet oppassen dat ik mijn minions niet in de void gooi. Dat zou echt enorm zonde zijn. Dat die naar beneden vallen. Bomenfarm is echt nutteloos. Geef maar 2 euro per cel. Ja, maar Knorrie. Knorrie, je moet wel een beetje groots denken, hè, jongen. Als je klein denkt, dan is het gewoon inderdaad niet heel veel. Maar volgens mij kan je echt nog best wel veel verdienen met een bomenfarm. Even goed. Omdat het zo makkelijk is om te bouwen... Is het echt vet overpowered. Het is echt heel makkelijk. Echt een van de makkelijkste farms die er is. Dit is een stuk moeilijker om zo hoog te krijgen en zo groot dan een simpele bomenfarm. Nee, we gaan wel... ik ga het wel doen. Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om een bomenfarm te hebben. Gewoon een beetje experimenteren met verschillende farms. Max, wat heb ik gemist? Ik ben er net. Leon nog niet zoveel. We zijn net begonnen. We zijn letterlijk net begonnen met de livestream. We zijn nog maar 26 minuutjes lang live. Even denken hoor. Hier komt die farm. Ik kan hem ook... Even kijken, want ik weet niet wat die range... Wat is die lengte van die farm? Want ik heb uiteindelijk ook... als ik naar shop ga, even wat... Natuurdingen nodig. Waar staat dat overig? Waar staan saplings? Waar onder farms, denk ik? Nee. Delano Vromans, welkom bij Coole Noot. Let's go, Delano. Leuk dat je lid bent geworden, maat. Shoutout naar jou. Welkom bij de gang. Je kan nu, heb je groene naam en dan kan je, als het goed is... Kan je leuke emojis in de chat. Echt hele leuke emojis kan je in de chat gebruiken zelfs. Waar staan saplings? Waar valt het onder? Huh? Ben ik blind? Gewoon een normale spruce sapling. Waarom kijk ik bij redstone? Wat ben ik een ei? Decoratie. Valt het onder decoratie? Oh, dat valt onder decoratie. Oké. Kopen er gewoon 32. Of iets meer zo. Hoppakee. Het ding is... Ik wil dit namelijk ook met die blokken doen. Dus dan moet er ook een randje hier komen. Volgens mij kan je gewoon zoals dit, zo. En dan... Hoeveel moeten die grote bomen uit elkaar staan, jongens? Weten jullie dat? Kan dat gewoon 2x2, zoals dit? Werkt dit? Als ik hier 2x2 zou doen? Ik weet niet of dat zo werkt. En uiteindelijk wil ik hem groter maken, maar mijn border die, is op het moment niet groot genoeg daarvoor. Werkt 2x2, dat ze nu gewoon groeien. Geen idee. Ik kan wel even met boomiel proberen, slash winkel. Gaan we even boomiel kopen. We kunnen het gewoon letterlijk met boomiel gaan wat gewoon proberen te laten groeien. Dus dat werkt. Koop, zo. Dan gaan we hier boomiel van maken. Zo, komt ie. Kan jij groeien? Ja, dit groeit. Ja, dat groeit. Oké, dit zou moeten werken. Werken ze ook tegen de border aan? Ja, dat werkt. Oké. Dus, dan ben ik wel benieuwd zo'n houthakker meer. Wat is zijn range, zijn grootte, voordat hij zeg maar niet meer kan hakken. Ik moet ook nog een kist hier in de buurt hebben trouwens. Oké, dit komt namelijk volgens mij... Komt dit echt... Oh mijn god, dit komt echt precies uit wat ik nu heb gedaan hier. Het komt echt precies uit. Laten we ze gewoon allemaal groeien en dan kijken we wel wat die houthakker gaat hakken. Misschien dat ik deze twee hier namelijk gewoon voor moet gebruiken. Oh mijn god, het zijn allemaal bomen ineens. wacht even. Andries of Andrea met 1 euro. Andrea, dankjewel voor die 1 euro. Je komt waarschijnlijk zo meteen in beeld, dat duurt heel eventjes. Maar dankjewel voor die 1 euro. Oké, we hebben natuurlijk, wat is er aan de hand? Wat ging ik doen? Wat kwam ik hier doen? Wat kwam ik hier doen? Waarom ben ik hier? Waarom ben ik hier? Een kist! Ik ging een kist halen, dat was het. Ik ging een kistje halen. We hebben het zien 52 kisten.
13 is wel genoeg. Oké, dan gaan we de kist plaatsen we hier tegenaan, zo. En dan wil ik hier een houthakker plaatsen, gewoon even om te testen. Hier. Wat hak jij als ik jou plaats hier? Ik ben heel benieuwd wat jij hakt. Als ik jou in deze kist koppel, zo. Wat ga jij hakken? En hoe lang duurt dat? Oh! Hij hakt alles! Maar hij plant het niet terug. Hij plant het alleen niet terug. Wow, maar hij pakt gewoon alles, deze guy. Oh, dat is serieus wel heel cool. Maar alleen waarom plant je het niet terug? Dat vind ik wel weer jammer. Dat is wel weer heel jammer. Hij plant het niet terug. Hoe kan dat? Moet ik hem daarvoor upgraden om terug te planten? Nee, dat is toch alleen voor de regio? Yo. Kijk dit nou. Hij heeft alles in één keer gehakt voor me. De houthakker. Huh? Ik moet hem alleen nog even... Ik moet niezen. Oeh, er komt een nies aan. Oh jee. Waarom plant hij het niet terug, joh? Dat is nou weer even oneerlijk, dit. Zo deed ik het. Zo. En dan hier. Huh? Hij heeft het ook niet goed terug gedaan, of wel? Jawel, hij heeft het wel goed terug gedaan. Zo. Waarom? Jongens, ik heb heel veel moeite om dit ding te begrijpen. Laten we even kijken hoe we dit... Laten we even wat nieuwe saplings kopen. Bij decoratie. Ik heb heel veel moeite om deze te begrijpen. Ik koop er gewoon nog 32, koop ik er zo. Dan ga ik dit helemaal terugplanten zoals het hoort. Dus hier weer één, hier weer één, hier weer één. En ik hoop dat hij dat dan gewoon netjes terug gaat plaatsen. Althans, dat zou wel chill zijn. Het komt ineens ook allemaal niet meer uit. Het kwam net hartstikke goed uit. Maar ineens niet meer. Wat is er fout gegaan? Huh, jawel, het komt wel goed uit. Hey, daar heb je zo'n met me, Andrea. Dankjewel voor de 1 euro nog een keer. Kijk, leuk dat dat in beeld komt nu, hè. Dat vind ik wel leuk. Oké, nu zou het allemaal wel goed moeten gaan, denk ik. Althans, dat hoop ik. Ik hoop maar dat het nu goed gaat. We hebben nu maar 1 houthakker ervoor nodig, trouwens. Laten we hem dan wel even plaatsen. Zo, toenk. Dan ga ik hem even hier namelijk gewoon in het midden plaatsen. Zo, gewoon zoals dit. Hoppakee. Wat is jouw regio? We gaan jou even mijn hoofd geven. Zo. Dan wil ik jou de naam geven van de topdonateur in dit geval. En jij bent groen, dus dat is Ed2. Ed L is in dit geval JTH Power. Let's go, JTH Power, topdonateur. Ga je wel even goed bomen hakken, joh. Ik moet je wel nog aan de kistje koppelen, hè. Laten we hem even aan de kistje koppelen. Komt-ie? Aan deze kist hier ben je aangekoppeld. Dus ik ben benieuwd, als dit nu... Waarom plant hij het niet terug? Huh? Ik snap het niet. Dat is nogal, komt dat door die regio? Moet ik hem daarvoor upgraden? Ik denk dat dat het wel is, hè? Dat je hem daarvoor gewoon echt moet upgraden. Om hem, zeg maar, ook terug te laten planten in zo'n regio. Want hij kan nu alleen in een hele kleine regio zo te zien... Ah, hij doet hem inderdaad in een 2x2x2 regio terugplanten. Ja, dan moet ik hem voor upgraden. Dat is het. Wies, 1 euro. Waar vind je de chat waar jullie allemaal chatten? Bedoel je de Minecraft chat of de YouTube chat? De YouTube chat zit gewoon in YouTube zelf. Dan moet je gewoon ergens bij de stream staat gewoon de chat. En Minecraft moet je Minecraft joinen. Maar ik denk dat je de YouTube chat bedoelt. Dat staat gewoon op je computer onder de video, volgens mij. Of rechts van de video. En op je mobiel moet je volgens mij ook naar beneden scrollen. Dan kom je ook bij de chat. Kom je uit. Oké, laten wij heel even deze minion hier... Gaan we heel even bewaren in een kistje. Dan gaan we even netjes gaan we die hier bewaren. Die gaan we gewoon in deze hier. Bewaren bij dirt, vind ik prima. Zo. Itstol met 6 euro. Hey Max, zou je de cactus farm van mij, JTA Power, willen raten? We zitten in de aardewereld. Zou ik zo doen, Tom? Ik zou zo jullie cactus farm raten. Oké, ik geef ze heel even zelf nog verder. En dan zal ik straks bij jullie komen om te gaan beoordelen. Dan gaan we die voor jou eens even beoordelen, jullie cactus farm. Wat we daarvan vinden. Dat komt helemaal goed. Eerst gaan we even lekker zelf doorgrinden nog. Hoe staat hij hier voor, Delano? Jij bent lekker aan het verkopen, zo te zien. Want mijn geld... Ik weet niet hoe er 14 kisten in komen. Maar dat kan hij niet verkopen, zo te zien. Dus die nemen we wel mee. Maar dit wordt allemaal lekker verkocht, zo te zien. Laten we heel even dit allemaal hier verkopen. Dan kunnen wij... zo. Toenk. Hoppakee. Dan kunnen we namelijk waarschijnlijk mijn eerste upgrade gaan doen. Als ik dit verkoop. Ik denk dat ik dan precies genoeg geld heb. / sell GUI. Dan hebben wij... 14.000. Ja, dan kunnen we hem upgraden. Dan ben ik benieuwd. Dan gaat hij een iets groter platform. Gaat hij dingen terugspannen. In plaats van wat hij nu doet. Oh, er zit echt de hele tijd al een nies vast. Komt ie? Huh? Ah, hij zit vast. Oh. Ja, daar is hij. Oh, zo.
Oh, goedemorgen. Oké, als het goed is. Oh, het doet gewoon pijn in mijn buik, deze nies. Kunnen we dit nu doen? En nu zou de regio iets groter zijn. Hij is nu gegaan van... Even kijken, wat zijn je dingen gedaan nu? Hij is gegaan van 2 keer 8 naar 3. Wat is 8? Is dat hoogte? Ik denk het, hè? Ik denk dat het hoogte is, ja. Naar 2 keer 8 keer... Of 3 keer 8 keer 3. Oké. Oké, dat is goed. Dat is heel goed. Dat betekent dat hij 1 blokje breder is geworden. Dus als ik nu hier deze sapling hier zou plaatsen. 1, 2, 3. Ja, die zou die ook pakken. Dus laten we... Alleen die gaat hij nog niet terugplanten. Maar we kunnen wel... Langzaam... Ik snap nu dat ik voorzichtig moet zijn met die dingen kopen. Oh, je moet in het licht kijken. Ja, hij is eruit, jongens. Alleen nu merk ik dat mijn neus helemaal van slag is dat ik geniest heb. Ja, oké, ik koop nog 1 keer saplings. Want ik weet nu ongeveer wat ik moet doen. Dat zijn deze hier. Dat zijn deze hier denk ik net niet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, misschien wel trouwens. Dat is 3 bij 3. Dus die zal die ook pakken. Dan hier waarschijnlijk net niet. 1, 2, 3. Nee, dat zal die net niet doen. Dus hier moeten we wel even verwachten. Ik denk dat dan kan ik dit nog niet plaatsen. Nee, dat gaan we nog niet doen. Dus goed, is alles wat ik nu hier heb gezet, dat zal die gewoon hakken. Ik gok dat hij dit allemaal gewoon gaat hakken. Wat we dan zelfs beter kunnen doen, is mijn minion gewoon even hier zetten. Zo. Aan de kist koppelen hier. Dan weer mijn hoofd geven. Zo. En dan nu kunnen we wel gewoon hem groot maken zoals dit. Oké. Als het goed is werkt dit tot nu toe. Kijk, dan ga je hem hakken en ga je hem... Ja, daar plant hem terug. Oké, dus we moeten die gewoon blijven upgraden. En de volgende upgrade kost 37.000 euro. 37.000 euro. Dan ga ik heel even snel langs de span. Wil ik heel even kijken daar. Ik ben benieuwd hoe druk het is in de span. Het zal wel heel druk zijn hier. Op zich valt hem. Oh, de span heeft het wel moeilijk zo te zien. Dat is in. Hey, daar heb je It's Tom met zijn 6 euro. Die komt nog even in beeld. Laten we mijn dagelijkse beloningen claimen. Ik denk dat ik dat nog kan doen. Ik weet niet zeker, maar... Ik denk dat ik dit nog kan doen. Oh, de span heeft het al zwaar. Oh, jongens, niet allemaal naar de span gaan. Dan klagen jullie dat de server crasht. En volgens gaan jullie allemaal naar de span als ik er ook ben. En dan, ja, natuurlijk crasht de server dan. Zo, 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 oké. Okay. Dan gaan we dit heel even snel... Ik weet niet of dit verstandig is om nu te doen met al die mensen hier. Zo, even kijken. Dagelijks. Zilver, gold, diamond, emerald, netherite. Zo, laten we dit allemaal even openen, jongens. Deze sleuteltjes. Gaan we even kijken wat we eruit krijgen. De dagelijkse. De dagelijkse sleutel, daar komt-ie. We gaan hem openen. Wat gaan we eruit krijgen? Wat gaan we eruit krijgen? Koolblokken. Oké, dat vind ik jammer. Want koolblokken heb ik best wel vaak altijd gewoon. We gaan even naar de andere, jongens. We gaan heel even naar de andere. Dat is mij iets te druk. Oh god, deze... Ik weet niet of deze het overleeft, trouwens. Oh, jawel. Dat is mij iets te druk in die van net. Oh, dan moet ik hier uitgaan. Wat irritant. Zo, oh, maar dan gaan anderen ook. Jongens, ik ga wel van een eiland. Ik ga zo meteen ga ik alles openen. Ik zal het zo meteen openen. Het is dat te veel, als het wat rustiger is op de server, ga ik die dingen openen. Het is dat er zeg maar nu te veel mensen zijn die dan ook naar de spawn gaan. En daardoor wordt het gewoon te druk wat mij betreft. En dan ben ik bang dat... dan duurt het allemaal zo lang en weet ik veel wat. Dus ik wacht gewoon dat het wat rustiger is. Dat later op de avond zal het wel iets rustiger zijn. Dan ga ik hier in dezelfde kist ga ik mijn sleuteltjes bij doen. Dan kunnen we die straks kunnen we die allemaal openen. Ja, dat is leuk toch? Dan kunnen we die gewoon allemaal openen. In de tussentijd laat ik die XP-bottles even hier gebruiken. Dat we iets meer XP hebben. Zo, dan wil ik eventjes kijken. Dit allemaal ook gewoon zo blokken van maken. Hier wat blokken van maken. Niet buckets, blokken. En dan kunnen we de rest van de ores kunnen we terug doen. Zo te zien doet de farm doet het goed aan. Dat hout kunnen we ook gaan verkopen natuurlijk. Want die kist zit zo meteen waarschijnlijk helemaal propvol. En ik denk dat die kisten sneller vullen dan dat de verkoper verkoopt. Dus daar moeten we ook een systeem voor bedenken. Met hoppers ga ik vanuit. Dat we dat met hoppers moeten doen. Waar is kan ik mijn oors kwijt? Oh, hier. Ik ben het helemaal kwijt eventjes. Zo, zo, zo. En dan... ik ga even wat dingen weggooien. Dirt op zijn minst. Dat kan hierin. Zo. Oh, ik ben 1 ijzer vergeten hierin te doen. Die kan hierin. Waarom heb ik altijd zoveel golden apples? Die krijg ik volgens mij vanuit dat ding. Vanuit die, die keys en zo. Die bewaren we hier. Potato geven zo terug aan Justin. Die bewaren en die bewaren we. Oké. Okay. Laten we mijn eiland level even een beetje upgraden op deze manier. Coinflip. Ja, we kunnen... Hoe kom ik aan 100.000 euro? Wie heeft me 100.000 euro gegeven? Oh, iemand heeft me 100.000 euro gegeven. Ja, die gaan we natuurlijk... Ja,
Wacht even. Ik weet alleen niet wie. Die doen we hier. Zijn we level 105? Level 105 alweer, jongens. Mag ik wat geld, want ik ben platzak, zegt Frank Reuver. Jongens, als je in de server bent en je hebt wat geld vrij, geef even wat geld aan Frank Reuver. Onze Frank Reuver heeft geld nodig, jongens. Laten we dit even verkopen hier. Jezus, het is wel echt bizar. Alleen, je krijgt er niet zoveel voor. Kijk, volgens mij krijg je hier niet heel veel geld voor. Nee, 3000, maar dat maakt niet uit. Je ziet hoe snel het gaat. Het gaat nog sneller dan cactussen. Althans, je moet dit bouwen om die cactusfarm zo snel te laten gaan. En je moet dit bouwen om je houtfarm zo snel te laten gaan. Dus ja, wat mij betreft kan je hier volgens mij nog meer geld mee verdienen dan een cactusfarm. Het is echt veel simpeler. Echt veel simpeler. Er zit veel minder moeite in. Dan gaan we dit even upgraden hier. Tonk, zo. Dan gaan we hem nog een keer upgraden. Tonk. En dan kunnen we... Nee, niet nog een keer. Hij is nu wel. Welk level is hij? Hij is level 4. Wat kan jij vanaf level 4, jongen? 4 keer 4, dus dan zijn we weer iets breder. 1. Wacht even kijken hoor. 1, 2, 3, 4. Nee, dat is hier inderdaad. Dus daar kan je nog niet veel in. 1, 2, 3, 4. Oh, wacht even. Als ik nou dit doe zo. En hier die. En we verplaatsen hem nog een keertje. We verplaatsen hem naar hier. We geven hem weer gewoon mijn mooie skin. Volgens mij, 1, 2, 3, 4. Deze pakt hij nu ook. En 1, 2, 3. Deze pakt hij ook nog helemaal. Dus op deze manier werken we het een beetje bij. Dan gaat hij die bomen gaan ook groeien. En die gaat hij ook hakken. Moet ik hem wel nog even koppelen. Hallo. Zo, dan gaan we hem wel aan de kist weer koppelen hier. Ja, dit gaat goed jongens. Dit gaat goed. Laten we even een coinflipje doen. Nou, het was de druk op spam. Het was de druk op spam. Daar moet ik nog even bij wachten. Oh kijk, hij laat het ook gewoon vallen als het zeg maar niet... aan de kist gekoppeld is, dan gooit hij het gewoon op de grond. Zo, de kisten kan ik niet, die kan ik niet verkopen, die stokjes. Dan moet er ook nog wel hier die blokken omheen gebouwd worden natuurlijk. Hoe staat het ervoor, jongens, de miners? Het gaat goed met jullie, hè? Het gaat zeker goed met jullie. Tot wanneer wil je live? Tot we geen zin meer hebben. We zijn pas 41 minuutjes live, jongens. Tot we geen zin meer hebben. Wat veel groene namen in de chat ook gewoon, hè? Het is zo leuk om te zien al die groene namen en al die emojis die je kan gebruiken. Dat vind ik zo leuk om te zien. Doe coinflip. Ja, alleen het is zo druk dan in de span, jongens. Dat moet ik iets later op de aan. Net zoals gisteren. Gisteren ben ik ook later op de dag pas coinflips gedaan. Omdat het zo ongelooflijk druk is in die span. Deze kaart blijft lekker verkopen hier. Ik ga trouwens zelf vast even alles kopen voor Justin. Slash winkel. Laten we het even vast kopen voor onze Justin. Justin heeft zo nodig. Justin heeft zand nodig. Zand heeft hij 2 stack van nodig. Ik weet niet of hij terugkomt überhaupt, maar als hij terugkomt, nou laat hem 4 geven. 4 stek zand. Dan heeft Justin nodig gravel. Want hij moet concrete powder moet hij gaan ommaken. Dat is gaan verwateren. Concrete powder naar concrete, je snapt wat ik bedoel. Ik zal vast alle blokken voor maken en gewoon craften. Zo. Dan hebben we nog grijze dye en witte dye. Gaan we hier heel eventjes even kijken. Waar is die dye? Waar heb ik die verstopt? Waar ligt de dye? Oh, hier. Kijk, hier ligt de dye. Zo. Grijs, grijs, wit. Dan gaan we even kijken. Dan wil ik eerst... Wil ik... zo grijze dye maken. En dan... Dat trouwens, laten we gewoon allemaal grijze dye maken. Wit heeft hij helemaal niet nodig op het moment. Dat is helemaal niet nodig nog. Zo, zo. Justin! Ik heb vast de blokken voor je als je er zo weer bent. Die kan je dan mooi naar water verbouwen. En op die manier... Kunnen we mooi ons pad even een outline geven. Dat het in ieder geval een beetje leuk uitziet. Je kan slash fly doen. Ik weet het, maar ik probeer zo... Ik probeer niet te vliegen in mijn skyblock-avontuur. Ik vind het leuk als we dit hele eiland zeg maar bouwen zonder te vliegen. Dat is het leukste daar. Dan is het gewoon het meeste... Dan is het nog gewoon een beetje... Ik vind het vliegen altijd een beetje vals spelen. Ik weet dat heel veel mensen het graag willen. En leuk vinden. Maar ik vind zelf gewoon vliegen vind ik survival nooit zo leuk. Hoort er niet bij. Maar ik snap het als je dat chill vindt. Ik snap het als je dat chill vindt. Wat is er verstandig om te doen? Wat is verstandig om te doen? De bomenfarm kost geld om uit te breiden. Ik heb wel een idee. Ik weet dat ik daar zei dat ik daarop wilde wachten. Maar dat kunnen we net zo goed gewoon gelijk doen. Want waarom niet? Weet je? Hier zo. Toen, 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 toen. Slash spam. We gaan gewoon die kist openen. We gaan gewoon die crates openen. Zilversleutel. Het is nu rustig. Als ik snel ben, blijft het rustig. Jongens, oproep, blijf alsjeblieft op je eiland. Waarom vlieg ik knikken weg? Oké, zilversleutel, daar gaan we. Zilversleuteltje. Zilversleuteltje. Ik wou net zeggen, moet hij wel gaan? Kom op.
Kom op. Kom op, kom op. Wat krijgen we eruit? Wat krijgen we eruit? Redstone blok, oké. Dat vind ik wel prima. Emerald sleutel. Nee, gold sleutel willen we gebruiken natuurlijk. Een gold sleutel. Jongens, ga nou eens abonneren. Bijna die 400k, zegt Ilja Stabler. Spreek ik dat goed uit? Stabler? Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Excuses. Maar in ieder geval, we zitten inderdaad bijna op die 400.000. Dat klopt helemaal. We zitten bijna op die 400.000 abonnees. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Komt hier, jongens. De diamond sleutel, die gaan we ook openen. We gaan de diamond sleutel openen. Wat krijgen we eruit? Wat krijgen we uit de diamond sleutel? Hoppers? Volgens mij, hoppers die had ik nodig. Want hoppers die heb ik, zeg ik letterlijk net, voor mijn bomenfarm hebben we hoppers nodig. Want die kist die veel te snel. Dus we moeten dan met hoppers gaan werken. Oh, dat is serieus best wel een goeie. Dat vind ik serieus best wel een goeie. Oké, emerald sleutel, jongens. Als het goed is, wordt die elk moment geopend. Dat zeg ik, het is een beetje druk op de spawn op het moment. Eiland uitbreiding. Ja, dat moeten we ook kopen, hè. Want mijn eiland moet groter worden. 40 gems. Oké, dat is wel prima. 40 gems gaan we gewoon mee akkoord. Kan je vriendin in beeld? Mijn vriendin is er op het moment niet, jongens. Die zit niet naast me nu. Die komt later vanavond pas. En duimblokken. Let's go. Diamondblokken. Oké, dan gaan we één coinflipje doen. Dan ga ik één coinflipje starten. Kijk, het is daar heel druk. Dat zijn die mensen die dan mijn stream delay. Die gaan dan daar staan. Maar ja, hoppakee. Dan gaan we een coinflipje doen. Komt-ie. Als je het doet. Ja, het is wel te druk. Ik weet niet of dat verstandig is om nu te doen. Nou, weet je waarom niet? Waarom niet? We gaan één coinflipje van 50k doen. Misschien komen we dan met 100k terug en dan kunnen we mijn minion weer verkopen. We hebben verloren. Dat zie je, nu ik dat weet, zie je dat inderdaad al gewoon, dat je hem hebt verloren. Wat irritant dat je dat ziet. Oh, dat is echt heel irritant. Kijk, nog één. Nog één coinflipje. 10k. We gaan al in. Als we winnen of alles of we winnen niks. Zo doen we het. Of alles of niks. Gingen wij nog natuurlijk... Harlow, ik ga voor 100k sparen. Ik weet niet of jij 100k hebt. Want ik heb deze ook verloren, dus ik ben alles kwijt. De Koenemeloen. Koenemeloen. Die heeft mijn geld gestolen. Let's go, Koen. Oké, ik ga een beetje geld sparen, Harlow. En dan zou ik zorgen dat wij een coinflip kunnen doen. Ik ga wel eventjes dit hier gelijk op mijn eiland ding plaatsen. Die 16 diamond blokken, daar ben ik echt heel blij mee. Dat is gewoon eigenlijk de helft van wat ik hier ongeveer heb staan. Dan gaan we van 105 naar 112. Zo kunnen we letterlijk 120 wel halen hoor, op deze manier. Eiland level 120. We zitten nu al op 113. Eiland level 113. Oké, het ding is... Ik ga dit gewoon even verkopen. Ik weet dat dit voor mijn level is, maar als we dit gewoon ook even verkopen... Dan krijgen we gewoon goede scores en geld. En we hebben het geld echt nodig om dingen te doen. Oké, dat is 9000. Dat is goed. En hier... Even kijken. Zo... Verkopen ook allemaal. Zo, allemaal weg. Allemaal weg. Dan krijgen we ook 9000. Nou, dat is helemaal top. We hebben weer 21.000. Dan ga ik die hoppers ga ik gelijk even gebruiken met die kisten. Want zo waarschijnlijk is deze kist behoorlijk vol. Althans, ik ben weg geweest, dus ze zal niet helemaal vol... Nee, ik wou het zeggen. Doe je wel je werk? Hallo? Ik dacht dat jij voller zou zitten. We gaan even iets verstandigs doen, jongens. Zo. Hoppakee. Zo, ik weet dat je dit met één hoppen kan doen, maar ik ga het gewoon lekker zoals dit doen. Even kijken. Nog eentje hoger. Zo, ik weet niet of jij nu daar bij die kist kan, daarboven. Maar als ik jou nou koppel aan die kist daar. Is dat een fan? Oh, de kist is verwijderd. Ik wil jou koppelen aan die daar. Oké, dan zou die het moeten doen. Ik weet alleen niet of deze boom nu kan groeien, dat is het enige. Dat is misschien nog wel een dingetje. Wat gebeurt er? Kan jij groeien nog? Ah, jongens. De aap komt uit. Nou, de monkey comes out of the sleeve. Dan kan hij niet meer groeien. Dat willen we niet hebben. Nee, dat willen wij zeker niet hebben. Dus dat gaan we even aanpassen. Dat gaan wij eens eventjes aanpassen natuurlijk. Zo, dat gaat allemaal weg dit. Die gaat ook weg. Die ook en die ook. Dan heb ik het hout gekregen. Dan gaan we hem hier gewoon plaatsen. Denk ik. Toch? Hier. Ja, we boeien. We plaatsen hem gewoon hier. Wat kan mij het schelen? Zo, hoppakee. Ik denk dat die boom dan wel kan groeien. Als we het zoals dit doen. Eentje naar voren gewoon. Eentje naar voren zal het waarschijnlijk wel doen. Dan moeten wij weer een kist koppelen voor deze minion. Koppel een kist. Dat is die daar. Die. Ja. Nu moet je groeien. Zou ik zeggen. Doet geen één boom het meer. Ja, die doet het wel nog. Hallo!
Wil jij niet meer groeien? Wat is het? Wat is er met jou aan de hand? Dan hoort hij toch nog te groeien. Zoals ik hem nu heb geplaatst. Doet hij het wel? Ja, kijk, hij doet het wel. De hoppers werken wel. Oké, dit systeem is even prima. Justout is de server gejoined. Let's go, Justin. Justin, ik heb wat voor jou. Justin, ik heb een taakje voor je. Waar ben je? Kijk eens, Justin. Kijk eens. Allemaal. Dit is voor jou. Dat is voor jou. Dat mag je hebben. Nee, kom hier, Justin. Hier komen, Justin. Ik heb een pickaxe in nood voor je zelfs. Kijk, ik ga die pickaxe voor hem pakken. Ik heb volgens mij toevallig een pickaxe in nood. Volgens mij heb ik hier... Ja, kijk. Een pickaxe in nood. Justin. Kijk. Ik heb... Kijk. Pickaxe. En dit allemaal. Hey, Justin is ook langs de spawn geweest. Die heeft ook allemaal dingen voor ons eiland. Let's go, Justin. Dan kun je dat opbouwen gewoon gelijk. Hoe goed is dat? Dan hebben we teamwork. Dan hebben we gewoon goed teamwork. Ik ga dit trouwens wel eventjes hier allemaal uitpakken nu. Want ik denk dat ik weer meer kan... Oh, we hebben bijna ons tweede koperblok. Dat is ook wel uniek. Kool ga ik ook gewoon allemaal blokken van maken. Waarom niet? We krijgen toch genoeg kool. Wat moet ik doen? Nou, Justin. Heel simpel taakje heb jij. Mijn jongen. Jij hebt een heel simpel taakje. En dat, ik weet dat je het helemaal... Dit is helemaal jouw taakje. Justin, dit, is echt, dit staat op je lijf geschreven, dit taakje. Wacht, even zo. Zo. Kijk. Je moet van dat hierheen lopen. Met die blokken moet jij hier naar het water gaan. Ik haat deze taak nu al, zegt hij. Nee, Justin, dit ga je geweldig vinden. Dan ga je er blokken van maken... En dan moet je die outline even fixen om het pad. Ik heb zojuist een pad gemaakt. Dan moet je gewoon even die outline zo mooi omheen doen. Dat is een leuke taak. Dat vind je helemaal leuk. Ik weet het zeker. Echt iets voor jou. Oké, dan gaan we dit hier allemaal opdoen. Zo. Welk level gaan we? Ik denk echt dat we... Ja, we gaan 100% level. Komt ie. 122. Wie weet halen we zelfs level 130, jongens. Wie weet halen we level 130 wel gewoon. Hier, level 22. Level 24. Level... 125 en level 125 nog steeds. Het is ongelooflijk. Level 125. Plus Shell GUI. Tony, wil je ook helpen? Oh, de server. Tony, je hebt het vervloekt. De server crasht. Althans, de Bungie crasht. Zo irritant, jongens. De server zelf crasht bijna nooit meer. Althans, dat hebben we echt. We hebben nu daar een fix voor. Waardoor die servers bijna niet meer crashen. Kijk, de lag zijn we nog mee bezig. Maar die Bungie, dat is de hoofdserver. Die wil af en toe nog crashen. Dat is zo raar. Maar je mag helpen, Tony. Jongen, ja, het is irritant. Dan gaan we blokken, dan ga je blokken, Justin. Oeh, hij start nu ook nog niet zo snel. Oh ja, hij doet het alweer. En daar zijn we heel druk mee bezig, jongens. We zijn er echt heel druk mee bezig. Elke dag zijn we daar gewoon een paar uur mee bezig. Nou, hij start weer op, terwijl hij opstaat. Kijk hier, je kan het zien. Hij doet het al gewoon weer hierboven. De ping is alleen een beetje laag. Op het moment. Maar dat komt dat iedereen tegelijkertijd. John, je ziet ook hoe snel die weer gevuld is. 99 mensen. Refresh. 106. Het gaat echt heel snel. Alleen, ik wacht even met joinen tot er weer een beetje iedereen gejoined is. Anders is het gewoon te druk. Tony, wat is je Minecraft-naam? Wat een hype-muziekje dit. Kijk, iedereen is hier in de spawn. Dan gaan we snel joinen. Dan gaan we snel naar vuur. Zo. Het voordeel, Tony Gain YouTube. Oké, prima. Slash vuur. Het voordeel van die... wat wil ik zeggen? Van als de Bungie eruit valt, dus waardoor iedereen zeg maar de server wordt gekregen, is dat er niet echt een setback zijn. Dat kan onmogelijk een setback zijn. Dat is omdat zeg maar de server zelf blijven aanstaan. Dubbel I op de Tony. Oké, prima. Moet jij even wachten tot de server een beetje is opgestart, Tony? Want het is heel druk. Oh, kijk, Justin was bij. Justin, ik heb je blokken opgepakt. Zeg ik, de servers blijven het ook gewoon doen. Alleen ja, alleen die stomme Bungie niet. Dat werkt niet. Oh, Vulkan Bungie alerts uit. Ah, zo moet dat dus. Ik deed altijd gewoon Vulkan alerts, maar dit is veel beter. Oh, dankjewel Sky, je bent echt een topper. Kijk, nou ja, doet het nog steeds, zie je? Nog steeds krijg je die poepmeldingen. Slash Vulkan alerts. Die doe ik ook uit dan. Heb ik ze allebei uitstaan. Vulkan Bungie en Vulkan alerts. Hier Justin, heb je je blokjes terug. Zo. Wat ging ik doen? Ik was wat aan het doen. Ik was iets aan het doen. Sowieso moet Tony even toegang krijgen. Is Tony hier? Slash eiland invite Tony. Tony gay. Let's go Tony. Welkom bij het eiland. Oh, Justin is zijn taak hier aan het doen. Maar dan moeten we Tony moeten we ook een taak geven, jongens. We kunnen Tony natuurlijk niet... Hey, kijk, die bomen spannen nu gewoon zo te zien. Die doen het. Dus dat is prima. Tony kunnen we hier natuurlijk niet niks laten doen.
Moet slash island accept, is het volgens mij. Gewoon accept, ja. Kijk die Justin. Kijk hem gaan. Kijk, oh, dit ziet er gelijk ook beter uit. Oh, wat ziet dit er top uit. Oh, Tony, ik heb wel een taakje voor jou als je hier bent zo. Ik ga even tools voor je pakken. Als je hem hebt geaccepteerd, dan kan je slash island ook doen om hierheen te komen. Ik heb toch een goede ingevuit. Ja, ik heb de goede ingevuit. Oh, ik heb hem ingetrokken. Ik zal hem nog een keer sturen, sorry. Jij hebt dan nodig een pickaxe en een shovel heb jij nodig. Hebben we diamonds? We hebben 1 diamond voor de shovel. En we hebben hier sticks, zo te zien. Oké, dan kan ik een shovel voor je maken. Heb je alleen nog een pickaxe nodig? Tony, wat is je Minecraft? Ik ben zo benieuwd naar jouw Minecraft skin. Wat is jouw Minecraft skin? Oh mijn god, het is ook echt gewoon zo'n typische Minecraft skin dit. Dit is Tony Justin! De man, hij is er. Ik heb hier een shovel voor jou. Want je gaat je natuurlijk niet niks laten doen, hè, Tony. Ik bedoel, je komt hier met een taak. Hier heb je een axe. Zo. Alleen nog een pickaxe. Justin, kan jij hem even je pickaxe in nood geven? Nee, Justin heeft zijn pickaxe in nood nodig. Ik ga gewoon een pickaxe voor jou kopen. Wat vind je daarvan? Keekaas is een coole noot geworden, Keekaas. Welkom bij het lidmaatschap op mijn YouTube-kanaal. Je kan hele leuke emojis gebruiken in de chat. En je bent echt gewoon goed te zien. En daarna Daan met €2,50. Max, mag ik please helpen met je farm? Ik heb spullen. Daan, ik laat Tony en Justin helpen, omdat ik die ook beter ken. Althans, Tony ken ik eigenlijk niet eens zo heel goed. Dat is eigenlijk best wel grappig. Volgens mij hebben Tony en ik nog nooit een woord gewisseld met elkaar. Maar je krijgt wel een pickaxe van me. Maar dankjewel voor de €2,50, maat. Dankjewel voor die €2,50. Kijk, Tony, jouw taak. Je hebt een pickaxe, je hebt een shovel, je hebt een axe. Dit is natuurlijk mijn eiland, maar als je hier een beetje onder kijkt... Mijn eiland heeft nog, zeg maar, een blok... Oh, ja, je moet hier naar beneden vallen. Dat is niet heel handig. mijn eiland heeft hieronder, hier, zeg maar, nog een hok zoals dit. En dat hok zoals dit, dat mag weg. Dat mag gewoon verdwijnen. Dankjewel, Daan, nog een keer voor die €2,50, maat. Ik shout-out naar jou. Maar dit hok hier... Oh, mijn god. Tony is van grote hoogte naar beneden gevallen. Hoe krijg je dat voor elkaar, Tony? Justin, jij hebt spullen. Auw, zegt hij. Hoe krijg je dat voor elkaar, Tony? Om... Kijk, ik heb hier gewoon een ding gemaakt, Tony. Gewoon een trappetje. Tony, is hier een veilig trappetje. Joh, kijk hier, zo. Dan kan je hier naar beneden. En dit hele eiland hieronder, dat moet weg. Dat mag gewoon helemaal weg hier. Zeg maar, het moet gewoon verdwijnen. Want het moet gewoon plat zijn hieronder. Het is wel een mooie taak voor Tony, hè? Ik vind het een mooie taak voor Tony. Gaan we even dingen weggooien. Zo, hoppakee. Dat kan allemaal weg. Dan krijg je hier van mij de concrete, Justin. Kijk, jongens, dit gaat helemaal goed. Laat ik even dan die cactussen oppakken die hier de buiten zijn gevallen. En dan denk je, Max, waarom vallen je cactussen nou weer naar buiten? Maar dat komt omdat die toren, zeg maar, 4-5 keer zo hoog is geworden. Waardoor de cactussen al langer naar beneden vallen. Waardoor ze toch uiteindelijk weer op het randje vallen. Patrick met €5. Hey, Max, even een vraag. Wat is je beste visengel? Ik heb nu Luck of the Sea 3. Of wat is de beste? Luck of the Sea 3, Lure 3, Mending, Unbreaking 3. Je hebt al 600 vis gevangen, maar nog geen hoofden of schatten. Nou, een betere vishengel dan dat heb je niet, Patrick. Dus dan heb je denk ik een beetje pech gehad, eerlijk gezegd. Want ze worden namelijk niet beter dan dat vishengels in Minecraft. En er zijn wel al genoeg anderen die het hebben gevangen. Dus het is letterlijk echt gewoon, denk ik, heel lullig gezegd... pech dat je nog niet eerder de schat hebt gevangen. Want je kan echt schatten vangen. Er zijn echt al genoeg mensen die dat hebben gedaan. Maar dankjewel voor de €5, Patrick. Dikke shout-out naar jou. Dikke shout-out naar jou. Oké, Tom. Jij bent goed bezig. Maar ik was hier om naar mijn dinges toe te lopen. Mijn houthakkertje. Oh, kijk die Justin. Ja, Justin, daar zit de border natuurlijk. Dus daar kan je niet hakken. Oké, wat is hier gaande? Dit valt me nog mee. Maar dat komt omdat die bomen nog niet helemaal... die bomenfarm is nog niet helemaal groot. Hij is nu level 5. En level 5 is 5 keer 8 keer 5. Dus hij is nog groter geworden. Dat zou betekenen dat ik deze zo kan maken. En even kijken... 1, 2, 3, 4, 5. Werkt dit? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dit werkt. Dit werkt. Ja, dit werkt gewoon. 1, 2, 3, 4, 5. Tot hier. Dus hier kunnen we nog niet verder gaan bouwen. Maar als het goed is wat ik nu hier heb staan, werkt, jongens. Dan kunnen we hem nog 1 keer upgraden. Naar, dan moet hij... Oeh, wacht. Hij... 8 kan hij maximaal, toch? Hij kan maximaal 8. Ja, wat is maximaal 8? 1, 2, 3, 4... Oh, opnieuw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké. En hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, dan moeten we dus wel een ander vormpje uiteindelijk gaan maken. Want wat we nu hebben... Hij moet dus gewoon... Ja, ik snap al. Ik snap al hoe ik dit moet doen, jongens. Ik snap al hoe ik dit, denk ik, beter kan doen. Dat is een vierkantje. Alleen daar heb ik geen ruimte voor. Want als je kijkt bij eiland Border... Mijn border zit hier.
Dat is een beetje vervelend. Hoe duur is die upgrade? Slash eiland menu. Hoe duur is de eiland border upgrade? 500.000 euro! Ja, dat is wel heel belangrijk dat ik die deze stream nog doe. Want dan kan ik die bomenfarm gewoon veel beter maken. Oké, weet je wat? We gaan dat fixen. Wij gaan dit fixen. We gaan even die border uitzetten, Wim. Eerst. Toek, border zet uit. Huh? Justin, nee! Justin, stop! Justin, nee! Justin! Justin, je gaat te ver! Je gaat te ver! Het is alleen de outline! Het is zeg maar alleen de outline! Ik had bewust dat ik het... Oh, nee! Nee! Ik had bewust dat ik het zo gedaan, dat je wel gewoon gaten hebt, zodat je blijft zien dat de skyblock is. Oh! Maakt niet uit, Justin. Maakt niet uit. Je snapt de taak soort van goed genoeg. Ik zal je helpen met het op te lossen. Geen zorgen. Ik zal je helpen. Als het goed is, gaat dat tot hier zo. Hoppakee. Arme Justin. Arme Justin. Zo, volgens mij moet hij zelfs dit, jongens. We hebben Louis, die is ook lid geworden. Jongens, wat zijn jullie in één keer allemaal gek aan doen met die leden? Iedereen wordt in één keer lid op mijn kanaal. Allemaal even shout-out. Of allemaal shout-out naar jou, Louis. Dankjewel voor het lid worden op mijn kanaal. Maar je bent nu coole noot. Je kan leuke emojis gebruiken. Je kan andere gekke dingen doen. Je bent gewoon helemaal gewoon gek nu op mijn kanaal. Je bent groen. Justin. Ja, hallo, potverdorie. Ja, Justin, sorry. Ik denk dat ik het verkeerd heb uitgelegd dan. Of jij bent stom, of ik ben stom hier. Eén van de twee. Maar we gaan er gewoon vanuit dat jij het bent. Oké, kijk, het is alleen de outline. Zie je, er zit overal precies drie ruimte of drie blokken tussen. Denk jij? Ja, ik denk ik. Dan zou ik het wel vast wel verkeerd hebben uitgelegd. Tony, wat is de status van Tony, jongens? Tony, hoe gaat het hier beneden? Waar is hij? Oh, hij is hier. Let's go! Let's go, Tony. Hij is goed bezig. Hij is goed bezig. Dit randje hier mag ook weg eronder, zie ik nu. Er zit hier en daar zit nog... Ik zal even helpen in de tussentijd. Zo. Dit hier kan weg. Oh nee, die niet. Deze moest blijven. Die kan trouwens ook wel weg. Alleen die moet blijven. Die hier. Dus die moet ook blijven, toch? Dit kan weg, zo. Ja, oké. Dit is ongeveer het randje wat weg kan. Die Tony is lekker bezig, hè, jongens. Het is Tony game. Ik ga een blokje onderweg hakken. Gaat schrikken. Oh, niet naar eiland home gaan, dan ga je weer dood. Je moet gewoon wachten tot je respawnt, Tony. Gewoon wachten tot je respawnt. Je respawnt vanzelf. Je gaat niet dood als je in de void valt. Oh, zo mooi. 3 euro van Koen. Koen. Tony moet zijn YouTube-rang krijgen. Hij heeft die 100k binnengehaald. Of binnengehengeld. Ja, dat kan. Maar Tony is een GTA-YouTuber, jongens. Hij is een YouTuber, maar hij is geen Minecraft-YouTuber. Hij krijgt wel gewoon... Oh. Die moeten we toch nog verplaatsen, Tony. Maak je geen zorgen. Hou het daaronder dan maar. Dan mag het wel onder blijven. Ja, zo ja. Inderdaad. En ik denk niet dat Tony ook Minecraft gaat uploaden. Althans, dat... Nee, daar ga ik niet van uit. Of hij gaat de lijpe switch maken zoals ik. Van GTA 5 roleplay naar Minecraft. Maar dat doen niet veel mensen, denk ik. Die switch maken. Lukt het, Justin? Oh, Justin is er bijna klaar. Kijk, nu moet alleen die outline hier nog. Zijn je blokken op, Justin? Zijn je blokken op? Heb je ze allemaal verspild aan natuurlijk? Oh, Justin heeft ze allemaal verspild. Justin, dan moet je een nieuwe maken. Nee, je hebt het niet verspild. Je hebt nog. Hij heeft zelfs nog. Er moet wel nog het lijntje moet afgemaakt worden hier. Zo inderdaad, ja. Let's go. Oké, wat ik ga doen, jongens. Komt-ie. We gaan heel even naar de span. We gaan heel even een coinflipje doen van 50k. We gaan hem winnen. We gaan een coinflipje doen van 100k. We gaan die ook winnen. Coinflipje van nog een keer 100k ook. En zo hebben we uiteindelijk 500k. Let maar op, hè. Dan hebben we 500k en dan kunnen wij de upgrade doen van Border. Die kost 500.000 euro. Maar dan moeten we wel 500.000 euro krijgen. We hebben nu 50.000 euro, dus moeten we vertienvoudigen. We gaan even kijken of dit gaat lukken. Daar gaan we, jongens. Gaat iemand hem accepteren? Deze hebben we gewonnen. We hebben de eerste gewonnen. Ze hebben 100.000 euro, dat is goed. We hebben 100.000 euro. Dan gaan we 100.000 euro inzetten nog een keer. Dan gaan we daar 200.000 euro van maken. En van die 200.000 euro... gaan we 300.000... Oh, nee, Tim. Tim! Ik verlies hem ook nog eens van Tim. De grootste grinder-helper van de server. Even kijken. Zo. Dan gaan we nog eentje van 10k doen. Dan gaan we kijken wat er gebeurt. Kom op, alsjeblieft. Niet mijn geld kwijt raken. Ik ga mijn ogen gewoon dicht doen. Ik ga mijn ogen dicht doen, jongens. Alleen dan kan ik niet... Volgens mij heeft hij geen geluidje. Kan ik al kijken? Kan ik kijken? Ik ga kijken. We hebben hem! We hebben hem! Oké. Dat is goed, dat is goed. Moet een beetje geld verdienen. Ik had 100k, dat is wel zonde. Uiteindelijk is het moeilijk om daar weer naar terug te gaan.
Maar je moet wel een beetje, je moet een beetje alles inzetten. Om zeg maar nou elke keer maar 10k aan, dan ben ik weer alles kwijt. Oké, het zal wel. We zijn toch alles kwijt. Oké, dan gaan we maar op het... Coinflips zit er nog niet in. Coinflips moeten we nog even mee wachten. Dat komt later de stream. Want we merken... we moeten nog even op dreef komen met die coinflips. Dat hebben we nog niet. We zitten nog niet helemaal in de coinflips sfeer. We verliezen te veel. We verliezen te veel. Sell GUI. We gaan even het hout verkopen. We moeten wel gewoon geld verdienen op een legitte manier. Doen we dat voor nu eventjes gewoon. Geld verdienen op deze manier. En dan vanzelf hebben we weer genoeg om een gekke coinflip te doen en geld te winnen. Je hebt nog een andere houthakker. Ik heb er twee. Ik heb er twee. Wat ben ik nou weer dom aan het doen? Ik heb er twee inderdaad. Ik heb er niet voor niks twee gekocht. Oh, wat stom. Ik zie de coinflip met mij steeds meer in het water. Nee, Harlow. Harlow, dat komt goed. Maar ik moet even geluk hebben. Ik moet even, het moet even meezitten. Wat kwam ik ook weer doen? Oh ja, ik heb er nog één. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Ik had er gewoon twee. Het Italiaanse muziekje trouwens. Dan moet ik hem even resetten. Zou Tony al klaar zijn inmiddels? Zou Tony... Tony zou vast al klaar zijn inmiddels. Oké, jongens, kijk. Wat we kunnen doen is deze slopen. Zo. Dan gaan we eventjes alles terugplanten. Zoals dit. Oké. Welke is mijn goeie? Deze is level 5. Die gaan we dan hier plaatsen. Hier. Denk ik. En als ik hem hier plaats, is het 1, 2, 3, 4. Oh, dan kan hij meer hier. Hier kan hij staan. Hé, hey, Tony, je bent klaar. Ik ga mijn houthakkers plaatsen. 2 seconden. Zo. Hier. En dan deze. Pak dan ook. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Okay. Dus dan kan ik deze gewoon hier plaatsen. En die zal alles oplossen. Als het goed is wat ik nu gedaan heb, jongens, zou dit gewoon moeten werken. Zo. Zo, dit zou moeten werken. Dit is letterlijk de techniek die we nu hebben. Tony, ik ga deze naar jou vernoemen. Kijk, let op. Skin menu. Of nee? Dan doen we hem Batman. En dan noem ik hem zo. Tony. Of at 2. At L. Zo. Tony game. Let's go! Let's go! Hey Tony, jongens. Tony game. Let's go. Oké, nu moeten ze wel werken. Ik moet ze wel nog aan de kist koppelen trouwens. Dat moet ik niet vergeten. Volgens mij kan je meerdere minions aan dezelfde kist koppelen. Die is aan die gekoppeld zo. En die is... Kan dat? Ik hoop dat dat kan. Ja, als het goed is zijn ze nu allebei aan die kist gekoppeld. Nou, dan werkt dat. Oké, Tony. Jij moet nog wel even een extra taakje krijgen. Want dit kan natuurlijk niet. Je kan nu niet al gewoon klaar zijn, hè. Je bent hier gekomen met een doel. Justin is zo te zien ook gewoon weg. Die Justin is ook gewoon weg. Hij heeft een foutje gemaakt en hij is gewoon gereeds kwit. Hij is gewoon gereeds kwit. Oh, dankjewel, Tony. Oh, hij dropt ze ook echt om zijn beurt allemaal. In plaats van alles in één keer. Hoeveel heeft hij? Ik had ook gewoon direct hier droppen. Zo, hoppa. Zo. Je kan het in het water droppen, Tony. Ik weet niet waar ik mijn oneindig water wil. Nou, weet je, ik denk dat ik dat gewoon hier ga houden. Dat oneindig water. Nee, niet in dit water. Dit water hier natuurlijk. Zo. Even denken. Ik denk dat ik dit ook gewoon wil houden. Maar dat het dan mooi moet zijn. Je kan naar de spawn gaan, Tony. En dan kan je een crate openen. Als je dat doet... Ja, het is wel druk in de spawn. Maar als je dat doet, dan kan je daar... shit uit krijgen. Gewoon goede toeien kan je daaruit krijgen. Dan kan je goede toeien uit krijgen. Justin, heb je de blokken teruggestopt? Ik denk het niet, hè. Oh, wacht. Crate concrete. Die ga ik allemaal gebruiken. Dan ga ik namelijk even dat water hier netjes fixen. Ik zit even voor een taakje voor jou te denken, Tony. Maar het doel, ik ben nu gewoon zelf geld aan het verdienen. Dus ik kan wel een taakje voor je bedenken. Maar ik weet... Ja, ik zou eerlijk gezegd niet zo goed weten wat op het moment. Ik zou eerlijk gezegd niet zo goed weten wat. Kan ik hieronder iets... Nou, dat boeien. Het zal wel, als het water wat hieronder komt, dat is ook goed. Ik zit even te denken. Wat is een goed taak? Jongens, ik zit hier al. Hey, Tony. Ja, we hebben het nu over Tony Gain. Andere Tony hebben we het nu. We hebben het nu over andere Tony. Weet je, wat is een goed taakje voor Tony, jongens? Wat is een goed taakje die we hier nu even aan Tony kunnen geven? Terwijl jullie dat doen, ga ik gewoon rustig verder. Ik hoop dat de bomenfarm begint te groeien, want zo te zien groeit hij niet. Staan, koetsier! Ik ga mijn airco eens. Ik snap ook niet waarom ik het zo warm heb, maar mijn airco staat niet eens aan. Stan met de 10 euro, heb ik wat gemist? Stan, we hebben jou gemist. Wat dacht je daarvan? Wat dacht je daarvan? We hebben jou gemist. Stan met de 10 euro. Stan, komt-ie, hè? We gaan jou hier neerzetten. We gaan jou... JTA Power, die staat daar al te hakken. We gaan jou eventjes hier neerzetten. Tony moet stekken. Wat moet Tony stekken? Wacht, heel even hier. We gaan eerst deze even naam geven. Stan! Je bent weer een miner. Je bent weer een miner, jongen. Je bent weer een miner. Tony moet stekken. Ja, wat stekken?
Waar is Jente? Ik heb geen idee, jongens. Jente is zijn eigen ding lekker aan het doen, mogelijk. Tony's taakje Cactus Farm uitbreiden. Ja, maar dat jongen, die is al groot genoeg wat mij betreft. Die is echt al groot genoeg wat mij betreft. Luchthakken? Jongens, kom even met goede ideeën. Kom even met goede ideeën voor Tony. Stilstaan. Tony moet stilstaan, zegt iemand. Gewoon mee niet. Bouw een huis. Oh mijn god. Ja, we hebben geld nodig, Tony. Maar alleen ja... Dat ben ik al druk mee bezig natuurlijk. Hé, de bomenfarm werkt zo te zien. Oké, dat is top. Het werkt zo te zien. Luchthakken. Jullie komen echt niet met goede ideeën. Ik heb nog niemand een goed idee zien. Minen op span. Ja, je kan naar de... Maar ja, dat is ook niet leuk. Dan komt hij hier en ik denk niet dat hij dan leuk vindt om in zijn eentje verder random ergens iets te gaan doen. Dat is juist leuk als hij hier wat kan doen. Oké, dit werkt zo te zien, jongens. Die bomenfarm. Die werkt nu helemaal prima gewoon. Die werkt nu helemaal goed. Hij kan nog beter, maar dat komt zodra me... Kan dat niet? Oh, deze moet ik nog wel nog upgraden. Zo, nu ben je geüpgraded. Even kijken. Doenk, doenk, zo. Nog één sapling kom ik tekort, dat meen je. Hij is nu level 2. Level 2 is 3 keer 3. Is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, nu doet hij dan. Kom ik één sapling tekort, dat meen je. Slash shop. Oh mijn god, één sapling kom ik nu tekort. Decoratie. Dat is deze, eentje. Nou, die ene die plaatsen we dan direct hier zo, hoppakee. En ik blijf geld verdienen natuurlijk door mijn seller minion en zo. Een farm maken. Wat voor farm? Vissen. Je kan vissen, Tony, als je wilt. Je mag wat mij betreft vissen. Maar ja, dat kan je op span doen, maar dat kan je ook hier op het eiland doen. Oh, trouwens. Ze hebben geen missies. Eilandmenu. Ja, het ding is, die missies werken per persoon. Maar je zou een missie kunnen doen. We hebben nog vissenmissies. Tony, als je die kan je voor jezelf halen. Dat is wel leuk. Daar krijg je geld van. Nou, dan moet je een vishengel maken. Dan moet je even naar /eilandmenu. Kan je gaan. Dan kom je, als je een eilandmenu doet, kom je dit menu. Dan kan je hier rechts onderin naar eilandmissies. En via eilandmissies kan je naar vissermissie. En bij vissermissie kan je gewoon kijken welke missies je moet doen. Dan kan je van missie 1 tot en met 5. Je moet beginnen bij 1, dan kan je pas 2 doen. Dan kan je pas 3 doen en zo. Weet ik wat allemaal. Dus, ik zou lekker dit gaan doen. Dan kan je lekker vissen. Als je misschien, ja, of je wil wat anders doen. Maar dan kan je in ieder geval geld verdienen op die manier. Maar dan moet je al een vishengel hebben. En een vishengel, die kan ik wel voor je kopen. Denk ik. Vissen, ja. Nee, niet vissen. Hij wil niet vissen, jongens. Ja, weet ik veel. Ik moet ook met wat komen voor jou, Tony. Ik moet ook met wat komen voor jou. Max, de kisten bij de miners. Ja, die kunnen we wel weer even verkopen. Wat moet ik anders voor je verzinnen, Tony? Oh mijn god, deze zit er vol. Deze zit echt propvol. / cell GUI. Wat wil je dan? Wheat farm. Ja, we hebben al genoeg... Farms hebben we niet nodig, jongens. Dat soort dingen. Zoals... wat geld krijgen we hiervan. Oh, wat geld krijg je hiervan. Van deze dingen. Ik wil je cactus farm fixen, want er komt veel op de randen. Ja, hoe dat te fixen is, Tony. Dat kan op meerdere manieren. Dat is door hem uit te breiden, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus dat hij gewoon breder wordt. Dan moet hij aan alle kanten... hier moet hij eentje breder die kant op gaan... En dan moet hij daarachter moet hij ook eentje breder naar achter gaan. Dat zou je kunnen doen, wat mij betreft. Maar dan moet je wel via / winkel zelf even alle blokken kopen. Want volgens mij heb je ook al wel wat geld. Dan kan je op die manier kan je dat gewoon allemaal fixen. Ik zou hem eerst uitbreiden en dan slopen pas. Op die manier. Dat mag je wat mij betreft wel doen. Dus deze, zeg maar dat hij hier eentje meer die kant op gaat. Dat hij hier eentje meer die kant op gaat. En dat hij aan de achterkant ook eentje meer naar achter gaat. Alleen het ding is, dat gaat moeilijk, dat eentje meer naar achter. Dan moet hij... Aangezien dat water daar dan niet meer lekker werkt. Volgens mij. Maar volgens mij valt het er niet achter op. Het valt niet achter op het randje, Tony. Het is alleen de zijkant. Dus achter is goed. Kijk, achter is hij al 4. De zijkant is 3. Oh, daar ben ik wel heel blij mee. Achter hoef je helemaal niks te doen. Het is alleen de zijkanten. Dan moet je zelf maar even de blokken kopen in / winkel. Ga je ook in lol vallen met de andere Tony? Er is wat met de naam Tony, jongens. Mijn hond heet ook Tony. Dat is serieus zo. Mijn Engelse bulldog. Wat ging ik ook weer doen zelf? Want ik heb dat is Tony doen. Ik was... Oh, wat is... Nee. Gadver, nee. Hoe kan dit nou? Oh, dit lijntje hier moet nog... dinges worden. Oh, daarom gaat het fout. Oh, man. Maar trouwens, dit kan ik gewoon... plat was, zoals dit. Ja, niks aan de hand. Niks aan de hand, jongens. Dus in principe nu ook een hond. Dus ik ben in principe nu ook een hond voor jou. Ja!
Misschien een beetje. Nee, grapje, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Nee, mijn Engelse bulldog heette Tony. Dat is een legend hond, jongens. Dat was echt een geweldig hond. Hond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoppakee, dan droppen we die hier. En dan gaan we dit later opvullen zodra we de blokken hebben. Ik was wat aan het doen en ik ben gewoon helemaal kwijt wat... Oh ja, ik was deze kisten. Die andere kist moet ik ook nog legen. Die andere kist moet ik ook nog legen. Deze gaat iets minder snel, omdat deze miner is iets minder bijzonder. Slash cell GUI. Zo. Hoppakee. Dan gaan we de 16.000. Oh, zo komen we er wel, jongens. Zo komen we er wel, want ik heb 500.000 nodig. Hallo, ik vind het tijd voor een coinflip. Tegen jou. Ik heb nu 50.000 voordat ik het weer ga vergeten. Harlow, gaan wij een coinflipper doen. Waar haal ik die concrete? Nou, concrete moet je zelf maken. Je kan bij de winkel, kan je zeg maar, hier, kan je gravel kopen. Waar is dat? Hier gravel. Dan kan je op de volgende pagina, kan je zand kopen. En je kan hier bij dice, bij kleuren, kan je de grijze kleur kopen. En dan moet je daarmee concrete powder maken. En dan moet je dat zelf ombouwen tot concrete. Ik denk dat het wel tijd is voor een dingetje, Harlow. Komt u maar, komt u maar. Oké. Harlo, ik ga jou eens even een coinflip voor 50.000 euro. Je zit in deze server. Ja, we zijn er. Oké, Harlo, maar dan moeten mensen hem wel respecteren. Start jij maar, start jij maar. Moet je wel snel zijn. Als jij hem start, zou ik hem accepteren, oké? Coinflips. Harlo Haker. 5.000! Ik dacht dat we 50 deden, Harlo. Oh, heb ik het verkeerd gelezen? Ik had het verkeerd gelezen, denk ik. Huh? Waar is mijn geld? Ik had 50.000 euro. Wat is er gebeurd? Harlow heeft gewonnen trouwens. Harlow heeft gewonnen. Harlow heeft de coinflip gewonnen. Maar ik had meer geld dan dit. Waar is dat gebleven? Heb ik dat ergens uitgegeven net? Ik had 58.000 euro of zo. Nee, iets minder. Of wat ik nou? Huh? Harlow, ik kan meer coinflips doen. Maar dan moet ik even dat geld... Oh, ik start er nog één. Je moet er nog één starten, Harlow. Je moet er nog één starten. Ik had meer dan dit. Ik had 50.000 euro. Die zijn zomaar spontaan verdwenen. Moet ik er een van 50.000 doen? Die 5.000 had ik al openstaan. Ah, nee, maar die heb ik dus niet meer, Harlow, die 50.000. Ik had 50.000, maar die is verdwenen. He's gone. Die is helemaal weg. It's Tim. Nee, ik moet hem tegen Harlow doen. Kom op, Harlow. Ik heb wel mijn 5.000. Ik heb niet 50 klaarstaan. Die heb ik niet. Harlow, ja, tegen Harlow. Ik wil mijn 5.000. Ja, ik ga mijn 5.000 euro terugwinnen, jongens. Ik weet niet of er een moderator nu online is die mij even mijn 50.000 terug kan geven. Oké, hallo, nu moet jij hem weer starten. Als ik hem start, gaan mensen hem stelen. Dat weet ik zeker. Dan gaan mensen hem stelen. Ik weet niet of je nog genoeg geld hebt, maar ja, hè. Oké, hallo. Wat gaan we doen? We gaan het doen. Waar sta je? Hallo, Haker. 5.000. Oh, deze game is niet langer beschikbaar. Mensen zijn nu ook jouw dingen aan het stelen. Wat een gemene mensen allemaal, dat ze die dingen gaan stelen. Norbercus. Norbercus, gadverdamme. Ik ben blij dat Harlow je heeft verslagen. Dat jij onze coinflip aan het stelen bent. Kom op, Harlow, nog één. Nog één, je hebt genoeg geld. Je hebt weer gewonnen, zo te zien. Even kijken, Harlow. Voor 5.000. Ik heb hem gewonnen! Oh, ik heb mijn 50.000 ook terug. Oké, Harlow, ik kan er eentje voor 50.000 euro starten, oké? Maar die gaat iemand stelen. Dus ik weet niet of je 50k hebt, maar die kunnen we nu doen. We kunnen er één van 50k doen, met z'n tweeën. En dan hoop dat niemand hem steelt. Want we kunnen in de chat zien wie hem steelt, jongens. Dus als ze je betrappen op stelen, dan gaan we je belachelijk maken. In de chat. En dat gaan we ook niet, dat is ook een beetje gemeen. Op die manier. Oké, 50k. Ik hoop dat ik hem als eerste vind, die van Harlow. Kom op, jongens. Gaan we hem doen, Harlow? 50k. Klaar voor? Ik ben er klaar voor, Harlow. Ik ben er klaar voor. Harlow, 50k. Nee! Harlow heeft hem gewonnen! Nee! Nee! Hallo! Nee! Hallo! Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? 10k, Hallo, doe 10k! Doe 10k! Ik ga hem terugwinnen! Ik ga hem terugwinnen! Ik ga hem terugwinnen! Ik kan dit niet verliezen! Dit kan niet! Dit mag niet! Dit zal niet gebeuren! 10k tegen Hallo! Oh, wie heeft hem? Wie heeft hem gestolen? Wie is de loser die hem gestolen heeft? I am music, godverdamme. Ik ben blij dat Harlow van je heeft. Harlow is echt op een streak. Ik ben blij dat hij heeft gewonnen. Let's go, Harlow. Die Harlow die blijft gewoon gekke coinflips aanmaken. 10k. Oké, yes, 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 yes. Ik heb hem, ik heb hem. Ik heb hem. Max de crafting table bij de miners. Oh ja, Fabian, goeie. Dat moet ik nog even doen.
Let's go, Harlo. Let's go. Ik wil coinflips blijven doen tegen jou. Ik wil mijn 50k langzaam terugwinnen. Je kan er nu een van 20k starten, hè? Ik wil mijn coinflips... Ik wil mijn 50k terugwinnen. Harlo, 10k. Hij wint hem weer. Oh, hij wint hem weer. Die Harlo, die wint gewoon die coinflips. Die wint al die coinflips. Hij wint al die coinflips, die Harlo. Max, ik heb een cactus verkocht ter compensatie voor... Ja, prima. Is helemaal goed. Dat is helemaal goed, Tony. Er zijn genoeg cactussen. Die cactussen die verdienen toch genoeg. We gaan lekker. Ja, je gaat lekker, Harlo. Die Harlo is alles aan het winnen. Die Harlo is alles aan het winnen. Oh, Tim heeft... Tim. Gaat Tim hem stelen? Oh, kon hem niet eens starten trouwens, 20k. Of niet? Oh, laat maar. Die kon ik niet eens starten, volgens mij. Die waarde van 20k. Get for daddy. Ik ben blij dat Harlo de mensen verslaat die de coinflip stelen. Harlo zegt dan trouwens... Moet je nagaan dat ik geen eens een eiland heb geklaimd. Hoeveel geld heb jij inmiddels, Harlo? Hé, hey, eigenaar! 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 Kan je niet coinflips tegen mensen specifiek starten? Slash coinflip... create... Wat is dit? Noob coinflippen? Wat is dit, noob coinflippen? Oh, dat is gewoon een papiertje die ik van Patrick heb gekregen. Sticker in, Patrick. Hier, je krijgt het terug. Dat wil ik helemaal niet. Slash coinflip. Create. Kan ik met een... Nee, kan niet met een speler kan je dat doen. Jammer. Jammer. Harlo, ik ben ready. Ik ben ready voor de volgende coinflip. Harlo is iedereen aan het verslaan. 179k heeft die Harlo. Ongelooflijk. Dan wil ik het terugwinnen. Ik wil het terugwinnen, Harlo. Harlo, 10k. Oké, wie heeft hem gestolen? Ik ga gewoon... Wie heeft hem gestolen? Tim! Oh mijn god, die Tim is echt ongelooflijk af en toe. Die heeft gewoon nu weer gestolen. Het is niet te geloven. Harlo, ik doe mijn best. Ik doe heel erg mijn best om coinflips tegen jou te doen. Maar het wil niet. Hij wordt te vaak gestolen. Hij wordt te vaak gestolen. We gaan er vandoor. Ik zal hem later van je terugwinnen, wanneer het rustiger is, Harlo. Wanneer het rustiger is, zal ik hem van je terugwinnen. Ik wilde wat aan jullie laten zien, jongens. Eventjes, wat ik nog niet eerder in mijn streams heb laten zien. Je kan namelijk hier, als je langs de PvP-arena loopt, kan je naar het minegebied gaan. En in het minegebied heb je best wel een grote mine, waar je gewoon oors kan hakken. En ik denk als ik even een paar oors hak, dat ik gewoon mijn eilandlevel wel kan upgraden. Alleen, waarschijnlijk is het wel druk. Dus veel mensen zullen hier rondlopen om oors te hakken. Dus ik denk niet dat er heel veel oors beschikbaar zijn op het moment. Omdat er dus zoveel mensen zijn die dit aan het hakken zijn. Maar ik dacht, als ik er een paar kan vinden, dan kunnen we wel gewoon... Oh, kijk, hier is... Kijk. Hoppa. Hier. Op deze manier kan ik uiteindelijk daar blokken van maken voor op mijn eiland. Maar is er één iemand die heel die mine heeft leeggehakt? Oh. Oh, ze spannen, jongens. Ze spannen. Je moet gewoon even geduld hebben, maar uiteindelijk spannen al die oors. Als je een beetje geduld hebt, spannen ze uiteindelijk allemaal. Alleen mensen hebben een vaste route, zo te zien. Waar spannen ze? Waar zijn de oors gebleven? Helemaal goed hoor, ik zal je wel weer inmaken. Ja, dat gaan we nog maar zien, Harlo. Dat zullen we nog maar eventjes zien. Wat de situatie gaat zijn. Zijn al die mensen die oors aan het hakken zonder dat ik het door heb of zo? Het is druk, dat is het gewoon vooral. Ah. We kunnen ook even naar die andere span toe gaan, Harlo. Om gewoon daar... Laten we dat doen. Wacht. Laten we proberen even een andere span een coinflip te doen. Dat is waarschijnlijk wel iets rustiger. Moeten we wel naar de portal of door de portal heen. Tijn met de 3 euro. Gaat 5M nog terugkomen? Of misschien TDA met Tony Gain? Nou, ik weet niet of ik... Misschien ooit nog een keer dat ik dat wil gaan doen. Wie weet wil ik het ooit nog een keer doen. Gewoon GTA 5 roleplay. Maar ik moet nog even kijken hoe er wat. Maar ik kan niks beloven. Oh mijn god, het is hier ook druk, Harlo. Het is hier ook druk. Het is hier eigenlijk net zo druk als die andere server gewoon. Dus laat maar. We doen het wel. Kom maar goed. We doen het wel een andere keer. We gaan wel verder een andere keer. Ik ga mijn geld wel terugwinnen een andere keer. Ik denk dat ik het zo beter kan noemen zelfs. Ik denk dat ik het beter zo kan noemen. Kan je de Discord link in de chat zetten? Ja, tuurlijk jongens. Als je de Discord wilt joinen, kan je gewoon via contentveen.nl/discord joinen. Of je gaat naar het linkje dat nu waarschijnlijk door de Discord moderators in de chat wordt gestopt. Kan je ook op klikken.
We wachten even tot we naar de vuurwereld kunnen, hoor. Oh, hij is offline. Oh, de vuurwereld is gecrashed. Oh, dat gebeurt. Dat gebeurt nooit. Dat is, denk ik, de eerste keer ooit dat de vuurwereld is gecrashed. Als in... Of ik heb dat fout, hoor. Maar volgens mij... Die crasht volgens mij echt bijna nooit, die vuurwereld. Wow. Hoe duur zijn... Trouwens... Nee, laat maar. Nee, niks. Niks. Ik zei niks. Ik zei niks. Helemaal niks. Oh, dat is echt... Dat gebeurt nooit, dat de vuurwereld crasht. Heb je wel kans dat er een kleine setback is? Dat zou heel lullig zijn voor Tony. Tony? Ik denk door die crash... Oh, mijn god, wat lullig. Ik weet niet hoe ver je was, maar... Je hebt kans dat hij een beetje gereset is. Er is een stukje wat er gedaan is. Dat zou wel heel treurig voor je zijn, maar... er is een kleine kans op. Oh, mijn god. Vandaar dat het ook zo druk was in de spans. Omdat deze wereld eruit lag. Tony, is het gereset? Daar ben ik wel heel benieuwd naar nu. Je hebt een kans dat dat gebeurd is. Max de crafting table, ja, die ga ik gelijk plaatsen. Is het een beetje gereset, Tony? Valt het wel mee? Want zo te zien heb je al een beetje progressie gemaakt. Maar, oh, je moest natuurlijk ook die blokken nog bouwen. Dus volgens mij valt het wel mee. Volgens mij is het niet echt een reset. Een crafting table, die ga ik gelijk maken. Dan gaan we even hier 1, 2, 3, 4 hout pakken. Valt mee. Oh, valt mee, top. Oh, dat is de eerste keer dat daar vuurwereld crasht. Dat is ook nieuw. Nou, nogmaals, jongens, speel je nou vaak op de server op Content Veen en je hebt last van de crashes. Het spijt me enorm, maar we zijn er heel druk mee om het allemaal op te lossen. Binnen no time is dat allemaal opgelost. Kijk, zo, hoppakee, dan hebben we hier een crafting table. Dan hebben we hier alle blokken erin zitten. Dan doet de farm hier het ook nog goed. Ik denk dat daar ook uiteindelijk een verkoper moet. Maar ik moet die 500.000 euro hebben. En we hebben tot nu toe deze stream... Oh mijn god, dit zit wel heel vol. Oh mijn god, wacht, dat gaan we mooi verkopen. Slash sell GUI. Komt-ie? Bonk, zo. Dan gaan we hier dit ook verkopen. Zo, slash shell GUI. Dit gaat wel heel snel, deze kisten. Er zit echt heel snel vol. 35.000 euro hebben we op het moment. Oké. Wat is dan even slim om snel geld te verdienen? Want deze... Nee! Waarom nou weer? Jongens, het gaat zo goed en dan ineens weer niet. Het gaat zo goed en dan ineens weer niet. Het is heel vervelend. Het is heel vervelend dat die dingen fout gaan. Even... Mobiel uit mijn zak, die zit irritant. Sorry Tony, ik weet dat je meespeelt. Het spijt me. Het spijt me. We hebben ergens last van, volgens mij, memory leaks. Waardoor af en toe die Bungie eruit klapt. We zijn het aan het zoeken. We zijn het aan het zoeken, echt letterlijk aan het onderzoeken waar het vandaan komt. En ik dacht het vanmiddag gevonden te hebben, maar dat blijkt dus totaal niet dat ik het gevonden heb. Nog steeds 900 mensen die kijken, jongens. Welkom allemaal bij de livestream. Doe even dat duimpje omhoog. Hoeveel likes hebben we eigenlijk? Inmiddels, ik ga mijn tweede blikje Fanta openen. Jezus. Hoeveel likes hebben we? Ga eens kijken. 1100 alweer. Kijk, dat is lekker hoor. Dat is lekker hoor. 1100 likes. We gaan terug naar de game. Want de server is alweer opgestart. De server is alweer opgestart. Hey, Tony Jansen staat hier ook. Dat is de andere Tony, jongens. Dat is de andere Tony. Zo, hij doet het alweer. We gaan gelijk door naar de wereld. En daar zijn we weer. Hoppakee. Alsof we nooit weg zijn geweest. Wat was ik aan... Oh ja, ik zei... Wat was ik aan het doen? Ik wilde wat doen. Oh ja, ik wilde het over geld hebben. We hebben 35.000 euro. We verdienen genoeg geld op deze manier. We moeten wel eventjes... 500.000 euro hebben. Dus ik zit te denken... Hoe heb ik in mijn vorige livestream... zoveel geld verdiend? Wat heb ik nou specifiek gedaan in mijn vorige stream... dat het uiteindelijk voor al dat geld zorgde? Wat was die tactiek? Wat was die tactiek, jongens? Jullie hebben vast wel goed opgelet. Ja, coinflips. Maar we hebben even geen geluk met coinflips. Het zit even niet mee met coinflips. Hé! Hey, waarom zijn mijn dingen nou weg hier? Hallo? Tony Gain is hier niet goed aan het houthakken, jongens. Die is hier niet goed aan het houthakken. Hij heeft niet alles teruggeplaatst. Ah, boeien, ik heb al gewoon genoeg. Zo. Huh? Hoe kan dit nou? Het is toch een 3x3? 1, 2... Ja, dit is een 3x3, dus dit hoort hij gewoon goed te doen. Dit hoort hij gewoon goed te doen. 1 zandblok. Ja, ik verkocht een zandblokje voor 500.000 euro. En ik had die coinflips, alleen toen hadden we geen... Nu, toen hadden we geluk. En dan nogmaals, we hebben niet zo'n geluk nu. En toen hadden we de power van Jente in de vorige livestream. Het zit zeker wel mee. Ja, met jou zit het mee met coinflips. Nee, vorige stream hadden we ook de kracht van Jente. Die hadden we mee zitten.
Even kijken hoor. Oh, jongens, als het goed is, is mijn vriendin dus zo. Let's go, dan ga ik gelijk. Jongens, moet even. Wat zou ik mijn vriendin vragen als ze hier is zometeen? Dus als het goed is, zometeen. Ze heeft een half uur geleden gezegd dat ze ging rijden. Nou, het is ongeveer iets langer dan een half uurtje rijden. Ze is waarschijnlijk zometeen hier. Wat is een leuk iets om tegen te zeggen, wat heel verwarrend zal zijn. Dat jullie bedacht hebben dan. Gewoon. Max, sta ik er nog? Nee, Delano, we hebben inmiddels alweer nieuwe mensen overal. We hebben hier... oh ja, je staat er nog, Delano. Laat maar, sorry. Tuurlijk sta je er nog. Daar sta je. Drink halen. Nee. Wil je de afwas doen? Nee. Nou, trouwens, er staan wel heel veel borden. Er staan wel heel veel borden. Max, je moet nog een cactus farm bekijken. Oh ja, ik moet nog een cactus. Zullen we dat even doen in de tussentijd? Als het goed was dat van It's Tom en JTH Power in de aardewereld. Laten we heel even kijken. Laten we heel even kijken. Slash eiland visit JTH Power. Is het volgens mij toch? Ja, JTH Power. Hier ben ik al geweest. Ik ben hier al geweest op jullie eiland. Oh, maar jullie hebben een nieuwe cactus farm nu. Cactus farm hier beneden. Hebben jullie een... Oh, oké. Waar gaat het heen? Het gaat de trap naar beneden. Ah, kijk jongens. Ze hebben er een soort treinstation van gemaakt, lijkt wel. Ik moet zeggen, dit is de eerste cactus farm die een beetje aangekleed is. Dat is ook wel leuk. En dan komen ze hier allemaal terecht. En dan, waar is jullie verzamelaar? Want hij verzamelt het, denk ik. Alleen, waar is jullie verzamelaar, mannetje? Of hebben jullie die nog niet? Huh? Hebben jullie een verzamelaar? Dat zou haast wel moeten, toch? Oh, de verzamelaar is wel... Hij is goed. Hij is niet heel groot. Jullie cactus farm, waarschijnlijk zijn jullie nog druk bezig, natuurlijk. Want hij is denk ik nog kleiner dan die van mij. Dat ben ik eigenlijk wel zeker. Ja, 100%. Maar hij is wel groot genoeg in ieder geval. Alleen jullie hebben volgens mij geen verzamelaar, of wel? Eerst geld sparen. Ah, die komt er nog aan. Jullie hebben nog geen verzamelaar. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Ga happy birthday zingen. Nee, waarom zou ik happy birthday zingen naar mijn vriend als hij binnenkomt? Dat zou heel random zijn. Als in, ik zei ook dat ik wat randoms moest bedenken, maar dat zou wel echt heel random zijn. Leuke cactus farm. Dat ziet er goed uit. Vooral leuk dat je ook een mine hierin gaat zoals dit. En dan naar beneden moet lopen. En dan uiteindelijk op die manier hier beneden terechtkomt. Ja, dat is leuk. Dat vind ik leuk. Dat ziet er goed uit. Dat appels lekker zijn. Zeg dat appels lekker zijn. Ik denk dat dat wel random genoeg is, inderdaad. Dat net random genoeg kan zijn. Die moet hier. En die, ik weet niet waarom die blokjes toevallig weg waren. Dat kan op zich wel gewoon precies op het niveau random zijn. Dat je geen idee hebt waarom ik het tegen de zeg. Maar dat het wel op zich een beetje grappig kan zijn. Oké. Ik wil wel gewoon even wat meer geld gaan verdienen, jongens. Want we zijn nu inmiddels zijn we gewoon een beetje rond aan het lopen. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Elke stream zijn we actief bezig om geld te verdienen. Dus laten wij dat ook maar gewoon gaan doen. Want ik moet 500.000 euro sparen. Alleen nu ik zeg, ik denk dat die border upgrade misschien helemaal niet zo mega belangrijk is. Omdat ik toen dat wilde doen, had ik nog maar één houthakker geplaatst. Maar nu ik er twee heb, vind ik dit eigenlijk wel prima. Dus wat ik liever doe, is misschien mijn minions upgraden of nog een miner minion kopen. Miner minion kost maar 100.000 euro. En als ik er nog één koop, want ik ga het laten zien. Shell GUI, je ziet hoe duur dit spul allemaal is als ik dit verkoop. Ik krijg hier gewoon 11.000 euro van. Dus ik denk dat het verstandiger is om in plaats van die boards upgraden gewoon 100k te sparen. En ik heb juist van goedsoep. Nee, goedsoep. Ik weet dat dat niet bedoeld is. Maar ik moet het wel zelf regelen. Zo, 100k. Hoppakee. Ik denk dat het wel leuk is om... Heb je het gefixt, Tony? Die Tony heeft het gefixt. Let's go, Tony. Je hebt de bloemetjes... Wacht, die bloemetjes ga ik gelijk even op de goede plek terugplaatsen. Zo. Hoppakee. Die Tony, jongen. Hij heeft het gewoon gefixt. Hij is gelijk weer verder aan het gaan met het volgende. Ik denk dat dat verstandiger is. Oh, maar dan kan ik één coinflip doen. Als ik geluk heb, heb ik 100k. Die kan ik dan direct uitgeven. Maar als we pech hebben, moeten we weer opnieuw beginnen. En ik weet niet of ik dat wil doen. Dat ik weer opnieuw moet beginnen. Dat is een beetje het risico met de coinflips. Als je wint, ben je er direct. Maar als je verliest, moet je weer helemaal opnieuw beginnen met geld verzamelen. En dat is nou gewoon een beetje vervelend. Deze komt hier en deze komt hier zo. Want hier komen natuurlijk ook nog dingen. Dan kunnen we even... Komt-ie? Slash shop. En dan gaan we even... Komt-ie? Blokken? Nee. Overige items. Gaan we een lava bucket kopen. Koop ik gewoon 16, boeien. Zo, hoppakee. Of 17 kan ook. want die lava buckets die komen aan de lange kant komen die. Dus nee, maar eerst moet het water. Eerst moet het water geplaatst worden. Slash shop. Even kijken. Overige items. Water. Kopen we er ook gewoon zoveel. Dan 1,
2, 3, 4, 5. Zo. Dan doen we die weg hier. Dan gaan we omruilen voor deze 5. Ik weet dat je minder nodig hebt, jongens. Alleen het water doet hier heel raar. Kijk, als ik dit plaats. Het stroomt, zeg maar. Het sluit niet aan elkaar aan. Voor een of andere reden. Oh nee, wacht. Het water moet niet aan deze kant, of wel? Nee, het water. Oh, ik heb het bijna weer verkeerd omgedaan, jongens. Ik zie het al. Ik heb het bijna weer verkeerd omgedaan. Geen zorgen. Geen zorgen. Zo, zo, zo. Ik zie al dat ik het verkeerd doe. Het water moet aan deze kant. Hier. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik heb het gezien. Ik heb het gespot. Ik heb gespot dat ik het bijna verkeerd deed. Oh nee, nu moet ik weer extra water halen. Oh nee, niet. Het gaat goed. 1, 2, 3. Zo. Oh, dat water hoort daar niet. Doe ik het weer verkeerd. Ik doe het weer verkeerd. Ik doe het gewoon weer verkeerd. Max, mag ik op de muur? De muur is wel echt voor mega lijpen. Ja, het is lullig om te zeggen. Daarom wil ik eigenlijk geen muur maken. Omdat het onderscheid gewoon zo lullig is om te bepalen. Want, wat is er aan dat? Hé! Hey! Je hebt Rick op je hoofd gestopt. Wat is er? Moet je volgen? Of heb je gewoon Rick op je hoofd gestopt? Dat wil je heel graag laten zien dat je Rick op je hoofd hebt gestopt. Weet je hoe een duur item dat is, Tony? Die hoofden. Of is dat niet die je daar vandaan hebt? Jawel, dat is wel die je hier vandaan hebt. Je hebt hem van het goldblok gepakt. Die Tony, jongen. Oké, komt-ie. Zo, 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 zo. Hoppakee. Die Tony heeft Rick op zijn kop gestopt. En dan hier doen we... We gaan hem vast klaarmaken, namelijk. Zo. En dan zie ik dat ik 100.000 euro heb. Wie heeft mij geld gegeven? Kan ik dat nog zien? 10.000 van Chef Popcorn. En 50.000 van Chef Popcorn. Oké. Dus slash P. Chef Popcorn. 50k. Dat gaan we niet doen. Jullie kennen het, jongens. Jullie kennen het. We gaan het proberen zo legit mogelijk te doen. Deze kaart blijft wel lekker verkopen. Daar ben ik wel echt blij mee. Dat is gewoon een goede inkomstenbron. Alleen hem moet ik ook upgraden, want hij is nu, als het goed is, level 6. En level 7 verkoopt hij voor 20% meer. Chef, ik hoef het niet. Hou op. Hou op. Zo. Het ding is, als ik deze upgrade nog een keer, jongens, dan gaat hij het voor nog meer verkopen. Alleen deze upgrade kost 37.000. Ik ga het gewoon doen, boeien. Ik ga het gewoon doen. Zo. Level 7. Nu verkoopt hij voor meer geld, dus dan krijgen we meer verdiensten. Ik denk dat ik deze gewoon level 10 moet maken. Ik denk het oprecht. Ik denk oprecht dat ik deze level 10 moet maken. Ik ga het nu ook gewoon wegdoen. Slash, eco, take, like a walnut, 10k. Hij is nu verdwenen, die 10k, Sef. Die bestaat nu niet meer. Gewoon, de 10k is verdwenen. Hey! Oh, heb ik even vergeten wat ik zou zeggen. Ik zou wat tegen je zeggen, René. Ja, heel belangrijk, maar ik ben het gewoon oprecht vergeten. Waarom ben ik dit vergeten? Zo stom. Een? Een hooi? Nee, het was iets heel belangrijks. Dat is heel, het was iets heel dieps. Heel diepzinnigs. Oh. Was het dat ik moest vertellen. Blij met je kisten? Hm? Sorry? Blij met je kisten. Oh ja, blij met mijn kisten, ja. Met je kisthoorn. Oh ja, appels zijn lekker. Dat was het. Oh. Ja, nee, dat was het inderdaad. Appels zijn lekker. Wat heb je daarop te zeggen? Ja, oké, okay, jongens, het heeft niet zo goed uitgewerkt als dat jullie dachten. Als dat wij met z'n allen dachten. Maar dan veel... spannender interactietje verwacht met z'n allen. Maar dat kon ook niet zo heel erg spannend worden met alleen het woord appels zijn lekker. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Dan gaan we dit weer verkopen. Dit verkopen we allemaal voor een hele goede prijs. Zo, dat is goed. Dat is 9000 euro. Oh mijn god. 123, hoe kom ik nou aan geld? Ik ga het ook gewoon wegdoen. Ik had helemaal geen 100.000 euro. Ik ga gewoon 100.000 euro van mijn rekening verwijderen. Nu zo, hoppakee. Al het geld dat jullie doneren in Minecraft is gewoon verdwenen bij deze. Dat is gewoon van de server afgegooid. Dat bestaat niet meer. Oh ja, ik moet Silk Touch hebben. Dat wilde ik doen. Sowieso is er wel Silk Touch. Ja, er is Silk Touch. Ik koop 15k. Meerdere zelfs. Zijn er ook goedkoper, want ik vind 15k echt onnodig duur. Voor een simpel boekje. Is niet gewoon, bijvoorbeeld, want er zijn vast ook wel pickaxes met Silk Touch te koop. Die dan echt goedkoper zijn dan dat. 100%. Ik hoef maar één pickaxe voor die prijs te hebben. Of één boekje. Kan ook. Een pickaxe of een boekje voor, met Silk Touch. Zou top zijn. En anders kan ik gewoon een enchanting table maken en dan doe ik het zelf wel. Even kijken. Quick charge, piercing, sharpness, piercing, piercing, piercing. Nee, ook allemaal niet nodig. Ook allemaal niet nodig. Nee. Wat is dit? Nee, ook niet. Nee, hier. Nee, ook geen Silk Touch. Want dan kan ik die spawner een keertje slopen. Weet je, we gaan wel gewoon... Kan ik een
Enchantment Table kopen. Dan gaan we dat gewoon doen. Dat is namelijk uiteindelijk veel goedkoper. Tot ziens, Harlow. Leuk dat je er weer bij was, maat. Leuk dat je er weer bij was, maat. Enchantment Table. Waar zou dat staan? Ik ga mijn echo weer uitdoen. Ik krijg het gewoon koud. Oké. Anders kan ik hem ook gewoon... Als ik hem niet kan kopen, kan ik hem gewoon craften natuurlijk. En de Enchantment Table kost volgens mij 1 diamond. Die hebben we. We hebben hier volgens mij 1 diamond. Volgens mij kost die obsidian. En volgens mij kost die... Even kijken. Dat kost obsidian. Kost dat? Wat is er aan de hand, Tony? Wat is er? Een bucket met water. Wat is er mee? Wat is er met die bucket? Oh, daar. Ik stop mijn bucket. Stop ik allemaal in de verkeerde kist. Ah. Ik weet niet of dat je bedoeling was. Maar inderdaad. Ik heb ze inderdaad in de verkeerde kist gestopt. Zo. Oké. Die ook erbij. Daar kost het volgens mij... Is er een goedkoper opgezet? Voor, jongens, inmiddels. Jullie zeggen dat er goedkoper op zijn gezet. Oh, of misschien een beacon te koop. Is dat het? Staan er goedkopere? Staan er wel goedkoper op? Heb ik die gemist? Tony heeft alle blokken gedropt. Dankjewel, Tony. Ik zal ze wel sorteren. Ik zal ze wel sorteren. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Ik ga even kijken. Mensen zeggen dat er een goedkoper boekje staat. Voor 5k of zo. Of die zal inmiddels alweer gekocht zijn natuurlijk. Dat kan ook. Even denken hoor. Nou, zo te zien, ik zie ze niet. Kan ik sorteren op iets? Categorieën. Blokken, tools, potions, overig. Overig, daar kan ik boekjes bekijken. Silktas, 5k. Kijk, dat is een normale prijs, jongens. Dat is een beetje een normale prijs. Marktplaats claim. Heb ik nog iets te claimen? Nee. En gekochte items wel. Zo, we hebben Silktas. Oké, kan ik die hierop doen? Nee, er zit fortune op. Ik zit even te denken, jongens. Wat is nou verstandig dan? Een nieuwe pickaxe maken of... Heb ik nog een bestaande pickaxe? Misschien kan ik even een goedkope pickaxe kopen. Hier staat ook fortune op. Waar niks op staat of zo, weet je? Fortune, dat moeten we ook niet hebben. Gewoon een pickaxe hier. Bijvoorbeeld deze. Dit zou al goed zijn. 5000 euro, ik vind het prima. Hoppakee. Die gaan we dan claimen gelijk. Zo, dan heb ik een anvil hier. Dat scheelt me heel wat gedoe. Zo, dan hebben we Silk Touch hebben we erop zitten. Dan gaan we deze diamonds hier doen. En dan kan ik eindelijk kan ik deze spanner hier een keertje slopen. Een hoorspanner. Ik wil die wel ergens hebben eigenlijk. Die hoorspanner. Waar ga ik nou... Oh, trouwens, hier staat best wel wat diamondblokken. 90.000 euro, ben je gek? Ga ik nog geen 90.000 euro voor betalen? Gras wilde ik hebben. Dan moet ik gewoon naar slash shop. Want ik wil even die hoorspanner willen plaatsen. Dan kunnen we die nametag biertje van Justin kunnen we een keertje gebruiken. Dan kunnen we de nametag van Justin gewoon leuk gebruiken. Zo. Dan doe ik heel even een klein grasveldje hier. Wacht trouwens, ik heb die hier ook nog blokken hiervoor. Zo. Even kijken, waar gaan we dat doen? Trouwens, dat kunnen we ook gewoon hier op de helft doen. Wat is de helft? Wat is de helft hier, jongens? Ongeveer dit? Zou dit de helft zijn? Ik weet het niet. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 19 blokken aan deze kant. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nee, precies. Precies, gewoon gegokt. Letterlijk gegokt en precies goed. Ongelooflijk. Zo, dan gaan we hier gewoon eventjes 1, 2, 3. Zo gaan we een heel klein veldje maken waar wij een mooie, prachtige spanner kunnen bouwen. Zo. Volgens mij ging Tony daar. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij ging Tony daar. Volgens mij viel Tony naar beneden. Oh mijn god. Er zijn heel veel nieuwe leden, René, weer. Huh? Er zijn weer heel veel nieuwe leden. Mensen kopen allemaal lid en dan kunnen ze jouw leuke emoties gebruiken. Oh, wat leuk. Dat is leuk, hè? Ja, leuk. Even kijken, is dit dan evenveel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oké, dat was niet groot genoeg. Nu is hij groot genoeg. Max, je kisten bij mij. Zet die leeg ik af en toe. Geen zorgen, die leeg ik af en toe. Mensen vragen of je een beeld wilt. Nee. Nee? Hoezo niet? Ja, kijk even naar mij. Kijk even naar mij? Oh, je hebt geen make-up op, of? Nee, ik zie eruit als een zwerver. Jongens, ze wil niet in beeld dat ze zegt dat ze eruit ziet als een zwerver. Dat is René de situatie, volgens haar. Ik heb heel erg mijn best gedaan. Jullie hebben me horen smeken, toch? Jullie hebben me horen smeken. Ik ga hierop ga ik gewoon dat ding plaatsen, trouwens. Hier gewoon zo... en dan hier zet ik een grasveldje. Als het goed is, kunnen hier die paarden dan wel spawnen.
Mensen zeggen, maakt niet uit. Ze steekt het duimpje omhoog en gaat verder met de zaken. Heel mooi. Ik probeer het gevraagd wat ik minder graag wil, hoor. Oh ja, René die, gaat heel vaak om principe. Zo, daar komt ie. 1, 2, ponk. Nu, jongens, zou als het goed is... deze spannen moeten werken, omdat hij op gras staat. Dat is toch de hele reden waarom die paarden vorige keer niet spanden. Kom op, jongens, ik wil een nieuw biertje. Ik wil een nieuw paard genaamd biertje. Het moet kunnen. Ze moeten spannen. Dit hoort gewoon te kunnen spannen nu. Kom op. Kom op. Span. 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 Kom op, biertje. Nou, ben ik nou gek, jongens, of spannen er nog steeds geen paarden? Doe ik iets gek gewoon? Oh, is dat misschien... / eiland menu, dat ik dat uit heb staan. Eiland instellingen. Monsterspannen, dierenspannen, ingeschakeld, ja. Als het goed is, is het ingeschakeld. Het hoort te kunnen spannen. Gewassengroei, span van monsters. Die zet ik trouwens gewoon... Ja, die moet ook aan. Lavastroom, gasfireball. Dit hoort te werken. Als het goed is, hoort deze ding gewoon... Max die 3 euro is voor René. Ah, nou, René krijgt 3 euro van Delano, die aan het begin heeft gedoneerd. Die is voor jou. Die is voor jou. Als je shift en op de spannen klikt, kan je zien wat er ontbreekt om te laten spannen. Echt? Oh! Tijd tot de volgende span. Hoorspanner. Ongeldige conditie. Te donker! Oh, joh! Het is te donker! Dan gaan we heel even wat lichter natuurlijk doen. Kijk, jongens, ik heb het op altijd dag staan, maar volgens mij is het dan nu nacht op mijn eiland. We kunnen wel even wat licht kopen. Hebben wij lichtblokken hier? Ja, dit vind ik echt lelijk om te doen. Kan ik niet iets zoals... Sea lanterns. Verkopen we die? Ja, hier. Dan gewoon... Of deze. Froglight vind ik ook wel leuk. Koop ik gewoon zo. Oh, dat 5000 euro. Waarom deed ik dat? Oh, zo. Zo. Ja, het was te donker! Dat was het ook gewoon. Oh mijn god, daar spannen ze al gewoon. Ik wil jou alleen niet. Ga weg. Jij bent geen biertje. Ja, wat? Nou. Dat vind ik echt zielig. Hoezo? Ja, hij leek niet op biertje. Volgens mij... Ik wil even kijken welke kleur biertje had. Volgens mij was biertje een stippelpaard. Een zwart met wit stippelpaard. Slash eiland. Biertje staat hier nog, jongens. Nee, grijs. Biertje is grijs. Grijs met een zwarte rug. We gaan pas door tot we grijs met zwarte rug hebben. Kom op, biertje. Je weet hoe hij eruit ziet. Hoe kunnen we dit alleen nog even leuk maken, jongens? Want zeg maar... Het staat nu zoals dit. Alleen ja, het is niet ingebouwd of zo. En ik weet niet wat ik aan een paardenspanner ga hebben. Ik heb volgens mij nog meer spanners ergens liggen. Volgens mij heb ik nog meer spanners hier. Ja, ik heb ook nog een sheepspanner. Kan ik die er gewoon bovenop plaatsen? Is dat mogelijk? Kan dat? Kan dit gewoon zo? Hoppakee. En dan even kijken. Entities kunnen spannen. Nou, helemaal dikke prima. Volgens mij kunnen die nu spannen. Dit is geen biertje. Jij bent geen biertje. Ga weg. Ik wil biertje. Ik wil biertje. Ik ga vast die nametag pakken. Ik ga die nametag vast pakken, jongens. Waar ben je? Waar heeft René de nametag verstopt? In deze hier? Ja, biertje. Daar is hij. Oké, jongens. Dan wachten we even. Ik weet niet of het verstandig is om dat ding daar op te plaatsen zoals dat. Jij bent geen biertje. Wegwezen. Ik wil alleen biertje hebben. Oh, ik mag blijkbaar van René waarschijnlijk niet meer paarden naar beneden slaan. Setch, broeder, met de 99 cent, oftewel 1 euro. Dankjewel, Setch, voor die 1 euro. Hey, schapen. Schapen mag ik wel slaan, toch? Of niet? Ja, schapen boeien niet zoveel. Hoppakee. Zo, ik zit alleen te denken, jongens. Wat is dan handig? Want het is leuk om deze te hebben voor de sier. Maar uiteindelijk gaat het me om dat ik alleen... Even een hok moet ik bouwen voor biertje? Die mag dan daar wonen. Trouwens, dan moet ik wel gewoon vast. Ik heb een idee. / shop, dan kunnen we glas kopen. Blokken. Ik wil glas hebben. Oh, glas zoals dit. Prima. Dan wil ik nog even witte dye hebben. Die hebben we volgens mij nog wel. Witte dye, ja. Zo, dan gaan we daar even white stained glass van maken. Maken we hier paints van. Zo. Nee! Een creeper! Nee! Nee! Wat is er stuk? Volgens mij is er niks van mijn kisten stuk. Of wel? 1, 2, 3.
1, 2, 3. Niks aan de hand, niks aan de hand. Volgens mij was dit het hout. Ja. Dus wat hieronder zat. Tony is gelijk tot de rescue gekomen. Zo. Dan hier. Oh nee, hier zat het hout. Hier zat dit hout. Hier zit gewoon normaal hout. Oh nee, hier zat de kist. Hier zat de kist. Zo. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot ineens. Oké, hier hoort dit witte concrete. Zo, dat kunnen we dan later omtoveren tot normaal. Oké. Nee, er is nog steeds geen biertje gespand. Niks aan de hand, jongens. Ik heb een bucket water bij me. Ik heb een bucket met water bij me. Hoppa. Oh, dat kan ook, Tony. Wat jij wilt. Ik dacht, ik plaats gewoon zoals dit. Water overal. Zo. Zo. Zo, 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 zo. Hoppakee. Dan hadden we hier hadden we die furnaces, maar die zijn weg. Alleen ja, dat maakt niet zo uit. Een krachtpotion, die hoort hieronder volgens mij. Toch? Of niet? Nou, die stop ik wel gewoon erin boeien. Het ging even helemaal fout, jongens. Het ging even helemaal fout. Jij bent geen biertje. Wegwezen. Jij bent geen biertje. Zo, jij bent ook geen biertje. En het schaap, ja, je bent al te ver. Oké, dan gaan we nu, gaan we hier eventjes glas op plaatsen. Zodat het wel een mooi hok gaat zijn voor biertje. Ik wil wel een mooi hok maken voor hem. We kunnen hem niet laten leven in een situatie zoals dit. Oh, ik dacht even, maar jij bent te wit. Wegwezen. Biertje is grijs. Biertje is niet wit. Biertje is grijs met zwart. Zo, die gaan we een prachtig hok maken. Trouwens, ik kan dit wel gewoon als outline gebruiken om alles heen. Besef ik nu, dat glas is niet eens heel verkeerd. Even denken. Dan gaan we twee hoog maken. Dan kan hij er niet overheen springen. Zo, dat is allemaal perfect. Wat een vredig muziekje. Oh, nee, je hebt nog steeds geen biertje. Wegwezen. Weg met jou. Wegwezen. Jij ook. Nee, vind het niet leuk, jongens. Dat ik al die paarden naar beneden aan het slaan ben. Het is het deel van het onderzoek, René. Maak je geen zorgen. Het is deel van het onderzoek. Max, doe een timelapse. Timelapse in de stream? Hoe zie je dat voor je? Oké, dan gaan we hier gaan we, even kijken. Kan ik hier glas op plaatsen? Nee, dan wordt het wel dirt. Dus ik denk dat ik hier maar gewoon dit van moet doen. Zo. Hoppakee. Dan gaan we het gelijk dichtbouwen. We hebben nog €2,50 van Sedge Broeder. Hey, goede grote walnoot. Hoe is het met mijn cactus? Oeh, jouw cactus. Ik weet niet eens waar. Die is ergens in een kistje zit die. Ik kom één glas tekort. Ik ga 2 seconden kijken. Wacht, dankjewel voor de €2,50. Als het goed is. Hier, Sets, daar ben je. Je ligt op de muur, hang je. Of op de barrel hang je. Daar ben je lekker aan het chillen. Dus het gaat heel goed met jou, Sets. Dankjewel voor je €2,50, maat. Dikke shout-out naar jou. Zo. Dan hebben wij hier hebben wij nog een dingetje. Daar kunnen we weer white stained glass van maken. Maken we weer paints. Zo. Jij gaat naar beneden. Dan gaat deze dicht. Zo, dan kunnen ze er niet meer uit. Het enige is dat ik er ook niet meer in kan. Dus daar moet ik wel even een manier op bedenken. Doe ik gewoon even zo, kijk. Tot hier. Zo, dan kan ik er gewoon opklimmen op deze manier. Alleen eruit is dan niet een optie. Maar nu gaan we jou hier doorheen slaan, meneer paard. Want ik wil gewoon echt biertje hebben. Hij moet de goede kleur zijn. Hij moet de goede kleur zijn. Kom op. Zo. Jij gaat ook naar beneden. Ik weet niet, ik ga die schaapspanner ook gewoon direct weghalen. Dat is heel irritant. Schaapspannen komt ergens ooit wel een keertje. Gaan die hier uit zo. Hele omweg, maar we gaan er op deze manier uit. Oh. Jeuk. Oh, jij bent perfect voor een biertje, alleen je bent bruin. Je moet niet bruin zijn, je moet zwart zijn. Dan is hij perfect. Ik ga die spannen ga ik hier doen. Zo, hoppakee. Huh? Ze gaan ook echt uit elkaar. Je mag hem temmen, maar hij gaat wel dood. Nee, jij bent ook geen biertje. Jij gaat ook naar beneden. Ga je hem temmen? Ik heb alleen geen zadel voor je. Dat is wel een beetje jammer dan. Maar je mag hem best temmen. Ik ga trouwens even bij mijn hout kijken. Want volgens mij heb ik echt te veel hout. Als in dat boek. Oh, is dit hem? Nee, dit is hem niet. Dit is hem ook niet. Niemand is biertje tot nu toe geweest. Niemand kan toppen aan biertje. Dat gaan we allemaal even hierin doen. Zo, dan heb ik die kleurtjes. Gaan we hier. Ik ga even mijn hout verkopen. Volgens mij heb ik echt belachelijk veel hout op het moment namelijk, jongens. Dat moeten we allemaal wel even scherp op blijven met de verkoop. Die gaan we hier doen. Ga ik dit gewoon even allemaal een beetje verkopen als dat kan. Verkoop, 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 verkoop. Kan dat? Oké, nou ook alleen deze twee over. Prima. Die gooien we dan gewoon naar beneden. Zo, en dan dat glas komt hier in deze lege kist. Oké, ik heb vast nog wel... Je hebt een paard! Let's go, Tony! Tony op zijn paard! Kijk hem gaan, jongen! Kijk hem gaan! Oké, waarschijnlijk zit deze hele kist vol. Die zit vol. Die zit bijna vol. Oké, dat gaan we allemaal even verkopen. /sell GUI. Zo.
Setje Broeder met €2,50. Ricio en Like a Boss bij Stinkertofhandel. Ja, die stinken enorm. Die stinken echt heel erg, jongens. Dat is echt niet te geloven, nee. Dankjewel voor die €2,50, maat. Ik zou het jou. Helemaal top. Helemaal top. Je ziet hoe blij Tony hier is met zijn... dinges. Met zijn stom paard. Zo, dit gaan we allemaal verkopen. Helemaal prima. Zijn we blij mee. We hebben €82.000 in de tussentijd. Dat is ook goed. Dit gaan we nu gewoon even laten zakken allemaal. Dan gaan we dit hier... Is irritant dat dit wordt. Dat is niet de bedoeling. Maar ik denk dat ik daar niet zoveel aan kan doen. Maar, wat we wel kunnen doen... Is even deze dingen hier verkopen. Ik denk dat ik namelijk dan mijn tweede... of mijn derde miner alweer kan krijgen. Ja, ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik denk dat dit wel gaat lukken, jongens. Een derde miner erbij. Dat moet haast wel, toch? Dat moet haast wel. Als ik dit allemaal verkoop, zo. Even kijken, hoor. Zo. Dan krijgen we, ja, 111.000. Dan kunnen we slechts minions kunnen we doen. En dan kan ik gewoon nog een miner minion kopen. Die gaan we hier plaatsen. En die gaan wij het hoofd geven van Fred. Vind ik helemaal prima. En dan ben jij de naam. Die is nog onbekend, jongens. Want we hebben Stan hebben we al hier staan als topdonateur. Dus dat laten we nog maar even onbekend. Hij heeft nog even miner van Walnut. Ga ik intussen kijken. Nu is dit goed. Kijk, hij haalt wel nog maar even... Oh, ik moet hem wel koppelen aan de kist. Goeie. Koppel aan kist. Zo, kunnen we hem upgraden al? 25k. Daar hebben we nog niet genoeg geld voor om te upgraden. Tess Vossen, dikke shout-out naar jou. Dankjewel voor het lid zijn. En ik zal inderdaad je naam zeggen. Dat is toch leuk? Dat is toch wel leuk, hè? Ben jij een biertje? Jij bent geen biertje. Jij bent geen biertje. Dan ga je dood. Noem me Sedge. Ik noem je al Sedge de hele tijd. Maar dankjewel voor de 2,50 Sedge. Bij deze noem ik je Sedge. En ik noem die al Sedge, maar hè. Dan zou ik er beter op letten dat ik je nog beter Sedge noem gewoon. Max, ik ben per ongeluk met het paard in de void gevallen. Is helaas jouw paard niet langer onder ons. Wil je een nieuwe? Wil je deze, Tony? De volgende is voor jou. Oké, wacht, deze niet. Skip deze. De volgende is voor jou. Oké? Tenzij het een biertje is. Als het een biertje is, dan ga ik hem gelijk een nametag geven en is het biertje. Hé, hey, Setje komt nu ook in beeld. Het duurt even, maar waarschijnlijk gaat Setje nu een paar keer in beeld komen. Met zijn donaties die hij had gedaan. Dit zijn al Setje donaties. Die superchat die duurt altijd langer. Als je op het paard zit en je springt in de dood, ga je dood. Oh, mijn god. Echt, als je met je paard in de void valt, ga je dood. Oh, dat wist ik niet eens. Ik bedoel de miner. Oh, Setje bedoelt een miner, joh. Is dit hem? Nee, dit is hem niet, hè? Deze is voor jou, Tony. Die is voor jou. Claim maar welke je wilt. De met stippen of die compleet witte. Ik bedoel dan mijn. Ik ga hem naar jou vernoemen, Setch. Jij hebt volgens mij in totaal meer dan €10 gedoneerd. Alleen, daar heb je niet een topdonateur voor. Anders kon ik dat wel laten zien. Tony, waarom plant jij niet terug? Tony, moet ik jou even upgraden, jongen? Waarom plant jij niet terug? Tony plant niet terug, jongens. Zien jullie dat? Onze Tony Gain. Die plant helemaal niet terug. Brammeke met de €2,50. Let's go, Brammeke. Ik zal jou Setch noemen hier. Dankjewel voor de €2,50, Brammeke. Het E, het L. Setch. Let's go, Setch. Je bent alleen nog niet heel veel aan het verkopen. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Volgens mij doet de Cactus Farm het ook nog goed hier. Oh, Tony's vallen er nog steeds een beetje naast hier en daar. Maar heel, heel licht. Dat maakt helemaal niet uit dat ze er een beetje naast vallen. Kijk, deze blijft goed verkopen, dus dat gaat ook allemaal goed. Oh nee, dat is ook geen biertje. Ik ga even een nieuwe... Er moet even een biertje spannen. Dan kunnen we die spannen weghalen. Dan is dit gewoon het hok van biertje. Dan heeft biertje gewoon zijn eigen hok. Maar dan moeten ze wel alleen als biertje eruit zien. Dat is die zwarte, die grijze, met een zwarte rug. Waarom sla ik niet gewoon met mijn ex? Dat gaat twee keer zo snel. Zo, hoppakee. We krijgen in de tussentijd allemaal leren ook gewoon. Ook hartstikke goed. Kom op, biertje. Ik ga dit ook gewoon dichtbouwen. En dan blijf ik ze wel gewoon doodmaken in plaats van dat ik de void ingooi. Dat werkt ook gewoon. Het moet wel een in- en uitweg zijn. Dat is het enige wat ik nog niet echt heb. Maar ik denk dat ik daar wel een manier op kan verzinnen. Door gewoon hier dit glas te pakken en dan ladders te maken. En dan gewoon... Of ladders heb ik al. Hier even dit zo. Hoppakee. Slash shop. Dan kopen we nog even het glas. Dan gaan we gewoon met een laddertje gaan we dat doen. Hier kopen we gewoon 16 glas. Prima. Dan bouwen we dat om tot wit glas. We zijn al bijna 2 uur live, jongens. Dat gaat echt snel. Dat gaat echt heel snel. Kijk, dan gaan we dit doen. Zo. Zo. Dan kunnen we hier gewoon een ladder opbouwen. Zo. Dat ziet er ook prima uit. Dan kan ik dit gewoon wel weer weghalen, dit randje hier.
Gaan we gewoon een ladder erin en uitbouwen. Paarden kunnen toch niet op ladders klimmen, jongens. Kijk, dan kan ik er gewoon in en uit wanneer ik wil. Zo. Kan dit weer dicht hier. Zo. Tony gaat ook een shift over het randje. Je kan er nu gewoon hier in en uit, Tony. Alleen, ik moet wel elk paard blijven vermoorden dat niet biertje is. Zo, tegen de hele teleurstelling van René in moet ik dat doen. Vind je dat zo zielig? Ja. Waarom? Oh. Jawel, paarden in Minecraft maken altijd dood. Nee. Nou, ik ben alle tools kwijt, maar ik heb in ieder geval gevoel... Nog een keer. Nou, ik ben alle tools kwijt, maar ik heb in ieder geval goed de onderkant van je eiland recht gemaakt. Nou, Tony, ik ben wel heel trots op je. En heel dankbaar. En je bent heel raar aan het glitchen hier. Oh, deze komt wel echt in de buurt. Deze komt wel echt in de buurt. Lucas, dankjewel voor het lid zijn op mijn kanaal. René heeft je juist gemute, omdat je aan het spammen was, volgens mij. Maar dankjewel voor het lid zijn op mijn kanaal. Ik heb je nou gezegd. Ik wil gewoon een biertje hebben. Dat is het gewoon. Het moet gewoon een paard zijn die echt op biertje lijkt. En die kunnen we dan biertje noemen. Justin moet eigenlijk even online komen. Als Justin er is, spant er binnen no time het goede paard. Spant er binnen no time het goede paard. Ik kom binnenkort snel weer langs. Is goed, Tony. Ik vind het leuk dat je er was. Ik vind het leuk dat je er... Nou, in dit geval echt was gewoon. Hij is nu gone. Heel leuk dat Tony er even bij was, jongens. Hartstikke gezellig. Onze Tony Gain. Tony Gain is de server geliefd. Hij is weg, jongens. Hij is officieel weg. Hey Harlow, ben je er? Oh nee, Harlow is er niet meer. Ik wou een coinflipje doen tegen Harlow. Kom. Spaal nou even. We hebben pech, jongens, deze stream. De goede dingen willen niet spawnen. Die wij willen hebben. We hebben wel 20k. Weet je wat? Tijd voor een coinflip. Ik voel hem wel weer even. Ik voel hem wel weer eventjes. Eigenaar! Eigenaar! Eigenaar, alsjeblieft, kom op de foto! Foto, eigenaar! Ik kom altijd Patrick tegen. René, het zijn maar wat pixels. Ja, daarom. Screenshot, foto! Foto, kom! Oh, ja! Dankjewel! Ik ben Patrick in vorige stream ook al 2 keer in de span tegengekomen voor de foto. Komt ie, hè? 20k. 20k coinflip. 20k coinflip. Oh, ik heb 50... Ik heb 75k? Huh? Hoe kom ik daar... Nou, weet je wat? Dan doen we 50k coinflip. 50k coinflip, jongens! Daar komt ie! Nee, de loterij. Wanneer is de loterij? Wanneer is de loterij? Over 2 uur pas. Die is net geweest. Brammeke, je superchat is binnen, maat. Nog 1 keer, dankjewel. Dit is de superchat van net natuurlijk. En hebben we daarna nog die van Setch. Die is ook nu pas binnen. Duurt altijd even voordat die binnenkomen, jongens. Maar ze zijn er. Ze zijn er gewoon. Ik heb hem verloren. Ik heb hem verloren. De coinflip. Tegen JTH Power. JTH Power heeft mijn geld gestolen. En dat doet een helper, hè. Een helper steelt gewoon mijn geld. Ongelooflijk. Ik heb nu even 20k en ik heb hem ook verloren. Ik ben al mijn geld ook kwijt. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik altijd zo slecht zijn soms in coinflips? En denk je, je hebt zoveel pech. Nou, ik heb alleen nog 5k. Kunnen we van die 5k nog 10k maken? Van die 10k nog 20k? Of zijn we echt alles kwijt? En dan heb ik gewoon 3 keer op rij verloren en dan ben ik gewoon klaar. Oh, nee, deze winnen we. Deze hebben we gewonnen. Oké, dan hebben we kans om nog 10k, 20k te maken. Dus we hebben nog kans als we nog een keer winnen. Als we nog een keer winnen, hebben we kans. Kom op. Kom op. Max even uit finish. Nee, maar dan... Nee. Want dan zien mensen mij. Dat heb ik liever niet. Ik heb verloren trouwens. Ik ben alles kwijt, jongens. We zijn alles kwijt. We zijn alles kwijt. Het is op. Het is weg. Het is verdwenen. We hebben nog maar 679 euro. Oh, mijn geld. Sitsbroeder met 2,50 euro. Walnoot, de cactus is zo heilig dat Rini erop mag. Je mag op de cactus. Op de cactus? Welke? Op de cactus. Ik denk niet dat ze het wilt, Sitch. Ze snapt je niet. Ze snapt je niet. Dat is het probleem. Ik wil wat in de span doen, een keertje. Ik wil sowieso even een grapje bij Risio halen. Ik ga weer even naar de dagelijkse grapjas. Oh nee, die werkt trouwens bij mij niet. Dat is, heb ik al gemerkt. 50k terug. Nee. Maar dat, je hebt hem gewonnen. Dan moet je hem ook gewoon houden, je 50k. Moet je je 50k houden. Ik heb een 210.000 euro bounty op me staan. Dus ik kan met iemand gaan PvP'en. Dan ben ik wel mijn spullen kwijt. Dat gaan we niet doen. Ik ga even naar de mines. Ik wil even kijken of het nu iets rustiger is bij de mine. Is het inmiddels al iets rustiger? Nou, er zijn wel mensen nog steeds in... En die blijven die oorzaken. Dat is wel vervelend. Als in logisch natuurlijk. Die doen hetzelfde als ik. Alleen ja, daardoor kan ik het niet doen. Dat is het probleem. Omdat andere mensen hier al zijn. Nee, dan heb ik niet zoveel in de span te zoeken eigenlijk. Ik kwam hier voor coinflips. Al mijn geld verloren. En nu kunnen we weer terug naar huis. / vuur.
Now we can go back home. Is er al een biertje gespand? Er is nog geen biertje gespand. Er is nog geen biertje gespand. Ik ga hier heel even staan. Even kijken of er een biertje spant. Max, maak een altaar voor biertje. Ja, dit is een altaar. Ja, het is een prachtig... Kijk nou, dit is toch een prachtig altaar hier voor biertje. Leuker dan dit kan het niet. Ik snap alleen niet waarom die dingen niet respawnen. Dat zijn daarom niet terugplant. Komt dat omdat hij gewoon geld te weinig heeft? Ik wou trouwens 1 miljoen aan het einde van deze stream op mijn bank hebben. Oh, dan moeten we wel nog even 100.000 euro regelen. En we zijn al twee uur live. Oh mijn god, dan moet ik wel even gas maken. Oké, jongens. Oké. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan wij nog eventjes 100.000 euro zien te krijgen op beneden? Dat moet ik wel echt veiligstellen. Ik vind dat ik aan het einde van deze stream... Want ik moest 120 levels zijn. Want kijk, als we naar de vuur spawn gaan hier... Dan kan je zien... Dat ik op level... Op plek 8 sta als het gaat om eiland level. Plek 8 met 123. Maar... Eilandwaarde staan we op plek 3, zo te zien hier. En op plek 4 staat Jarno. Die komt best wel dicht in de buurt. En op 2 staat Twinten. Dus daar moeten we even goed voor in op blijven letten. Dat we niet ingehaald worden. Ik heb 5.000 euro. Ik weet niet van wie ik 5.000 euro heb gekregen. Maar we gaan hem uitgeven in een coinflip. Dan ben ik het ook maar gelijk kwijt. Als ik het verlies, vind ik het ook minder erg. / warp geldhuis. Zo, hoppakee. Coinflip van 50k. We gaan er gewoon nog één doen, jongens. Ik moet gewoon eventjes 100.000. Als we deze namelijk winnen, hebben we direct 100.000 euro. En dan kunnen we gewoon 100.000 euro op mijn bankrekening zetten. En dan zijn we heel blij. Dan zijn we heel vrolijk. Nametag van biertje verkopen voor 100.000 euro. Zou iemand die kopen? Oh, maar dat zou wel ten koste van biertje gaan. We zijn hem kwijt. We zijn het ook gewoon kwijt. We hebben weer verloren. Ik ga het gewoon proberen. Komt-ie, jongens. Biertjes in nametag. Zou ik een nametag van biertje voor 250.000 euro... op marktplaats zetten. Zou iemand dat kopen? Nametag van biertje. Justin zegt nee. Justin. Kom op. 250.000 euro voor de nametag van biertje. De nametag van biertje. Voor 250.000 euro. Zeg Justin. Dat zeg ik. En Justin komt. Zegt nee erop. Setsbroeder met 2,50 euro. Max, mag ik iemand kiezen met mij op de cactus mag? Sure, waarom niet Sets? Alleen voor 3 ton. Oké, Justin zegt voor 3 ton mag het. Justin zegt voor 3 ton dat het mag. Dan ga ik ook wel akkoord. Oké, komt ie. / MP cel. 1, 2, 3. 1, 2. 3 ton. Hij staat erop. Ik heb hem voor 3 ton heb ik een nametag van biertje op marktplaats gezet. Zo weg hoor. En we gaan kijken of iemand hem gaat kopen. Marktplaats, daar staat die biertje. Daar is hij. Hij duurt wel heel even voordat hij verloopt. Maar het zou wat zijn als iemand hem koopt. Dan kunnen we namelijk 100.000 euro op mijn bankrekening zetten van mijn eiland. Dan zitten we daar veilig. Dan kan ik de rest van die 200.000 gaan we opmaken aan coinflip. Nee, dan gaan we aan minions besteden. En een beetje aan coinflips. Een beetje aan coinflips. Gaat iemand hem kopen? Gaat iemand biertje kopen? Huh? Verkopen? Nee, Ricardo voor 30.000. Huh? Is hij al verkocht? / MP claim. Hij is verkocht! Iemand heeft hem gekocht! Ik weet niet wie. Wie heeft hem gekocht? Ik kan het niet zien. Je kan niet zien wie het gekocht heeft. Ah, jammer. Ik weet niet wie biertje heeft gekocht, maar lijp. Gewoon via mijn rug geld verdienen, potverdorie. Ja, Justin. Justin, we hebben geld verdiend via jou. Via jouw biertje. Via jouw biertje hebben we geld verdiend. Ik ga naar mijn eiland. Ik wil 75... Stop het in het eiland, Justin. Kijk. / eilandbank. Ik ga het in het eiland stoppen. Ik stort... De helft. Iets meer. 150.000 euro. Kijk. Nu hebben we gewoon meer dan 1 miljoen op de eilandrekening staan. Stort ik ook nog even 0,51. Zo. Dan hebben we precies namelijk gewoon een mooi bedrag. Nou, trouwens, laten we er even een mooi bedrag van maken. Ik ga er 3419 van afhalen. 3419. Zo. Kijk, dan hebben we precies... ik kom gewoon niet aan mijn woorden. 1.050.000 euro. 1.050.000 euro hebben wij nu gewoon op de bankrekening van het eiland staan. Nee, ik wist dat ik het niet ging halen. Dat is best wel een lijp bedrag, al zeg ik het zelf. Dat is serieus best wel een lijp bedrag. / eiland. Chef Popcorn heeft de nametag gekocht. Let's go, Chef. Let's go. Trouwens, ik kan ook Rick Forsy verkopen. Ja, maar dus ik wil die wel sparen. Ik wil die zelf sparen. Dat komt wel goed. Oké, nu hebben we dit. Dat is goed. Dan even kijken. Zet jou upgraden misschien?
Ik heb 150.000 euro. Ik denk dat het wel handig is om deze te upgraden. Even denken. En ik dan misschien die allemaal naar één kist laat linken. Oh, wat nou, jongens? Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee ineens. Wat nou als ik deze miners, zeg maar al die kisten, die ga ik hier onderdoor met hoppers allemaal naar deze kist toe linken. En dan zal Delano het allemaal verkopen. Mijn cactus farm is namelijk niet groot genoeg om deze vol te krijgen. Dus als ik hier nou het steen en dinges bij doe, dan gaat... Ja! Dat is een goeie! Dat is een hele goeie. Dat gaan we doen. Dit gaan we doen, jongens. Daar komt-ie. We gaan een pad maken hieronder, zo. Die gaat helemaal naar die kist toe, Daan. Oh mijn god, dit is echt een hele goeie. Dit is echt een hele goeie. Waarom heb ik hier nog niet eerder aan gedacht? Waarom heb ik hier nog niet eerder aan gedacht? Het gaat allemaal hieronder door. Dan gaan we de crafting table nog even weghalen. Hieronder door, zo. Zo, hoppakee. Oh mijn god, dit kan ik met allemaal hoppers doen. Kan ook met water, weet ik. Maar ik denk dat hoppers wel leuk of makkelijk is. Dan gaan we het wel eronder doen, natuurlijk. Dus dan moet ik heel even kijken. Dan gaan we heel even die weghakken, zo. Hoppakee. Dan gaan we even naar de shop. Dit is echt een perfect. Dit gaat heel duur worden. Ik weet het, jongens, maar dit is een investering. Dit is een hele goede investering. Hoe duur zijn hoppers? 1000 euro. Ik vind het prima. Dit is een investering in onze toekomst. Dit is een investering in onze toekomst. Let maar op. Wat ik dan even nog nodig heb is dirt. Dit gaat geweldig worden. Vertrouw me. Vertrouw me. Dan kopen we even wat dirt. Zo. Oké, okay, dan gaan we hier naar beneden. Dan moet ik hier eventjes dit zo doen. Dit is genoeg, zo. Dan gaan we het pad hieronder gaan we even door laten lopen. Oh nee, er moet nog eentje lager. Hij moet nog eentje lager, jongens, sorry. Hij moet nog eentje lager, dus zo. Daar, want die hoppers moeten eronder. En ik wil natuurlijk wel gewoon het pad mooi houden. Dus hier gaan we dit helemaal door laten lopen. Dit is hem, dit is hem. Dit is een perfect plan. Max, je hebt 1 miljoen op de bank. Ik weet het, jongens. We hebben 1 miljoen op de eilandbank staan. Het is gewoon zover. Maar dit gaat gewoon... je hebt toch een bepaald aantal hoppers die je op je eiland mag plaatsen. Oh, natuurlijk. Ja. Dat is ook nog een dingetje. Dan gaan we even naar kijken hoeveel we die hebben. Of die bestaat. Of dat inderdaad een ding is. We hebben een Sedge Broeder 2,50. Let's go, Sedge. Let's go, jongens. Sedge met de 2,50 euro weer. Oké, okay, even kijken. Hoeveel kan dat inderdaad? Slash eiland... menu. Is dat een eiland upgrade? Oh, inderdaad. Ik kan nu maar 16 hoppers op mijn eiland plaatsen. Hey, Leon heeft 1 lidmaatschap cadeau gegeven. Hij is aan Jesse Soeters gegeven. Leon, dikke shout-out aan jou. Wat leuk dat jij een lidmaatschap cadeau hebt gegeven. Oh, dan kan ik er maar 16 plaatsen. Dan gaat het idee wel een beetje de deur uit. Maar dan ga ik wel... Deze kist kan ik wel verplaatsen. Want volgens mij is er... zeg maar de praat is moeilijk. Komt-ie. Delano pakken we op. Zo. Dan pakken we deze kist pakken we ook op. Dan kunnen we de kist kunnen we gewoon hier naartoe verplaatsen, volgens mij. Volgens mij werkt dat ook gewoon. Kijk, kan ik deze nu koppelen aan die kist? Klik op mijn kist om te koppelen. Ja, deze is nu gekoppeld. Hoe ver is die regio? Volgens mij is die regio best wel ver. Kijk, nu stopt hij hier gewoon de cactus in. En dan is het 1, 2. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, dat zou net niet uitkomen, want daar moet ook nog eentje omhoog. Dan moet ik hem nog meer opschuiven. Kan dat? Kan ik hem nog meer opschuiven? Waar is die kist nou hier? Even kijken. Kan ik hem niet gewoon hier plaatsen helemaal? Dit zou echt ideaal zijn. Als ik hem bijvoorbeeld helemaal hier kan plaatsen. Of is dat te ver voor Jente? Even kijken. Jente, kan ik dit nu doen? Ja, huh? Dit kan best wel ver. Dit is best wel overpowered dat dit zo ver kan. Oké, okay, dat is heel goed. Goed om te weten. Kan dit eigenlijk ook gewoon netjes dicht? Hebben we hier even die kist staan? Maar dan kan die misschien ook gewoon ideaal een beetje hier meer in het midden staan. Als ik nou gewoon hier bijvoorbeeld die kist plaats. Ik denk dat dit wel te ver is, hier die kist helemaal. Oké, okay, want dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Oh mijn god, dit kan volgens mij. Kan dit? Wacht. Als ik nu zeg maar... Die kist moet eentje lager dan. Hij staat te hoog, zie ik nu. Hij staat te hoog. Wacht, ik ga... Dit is even een beetje aanklooien, jongens. Ik doe heel erg mijn best. Ik ben hier meestal niet zo goed in. In dit soort dingen. Dit gaan we allemaal even hierin doen. Is dit niet te ver nu? Ik denk het niet. Koppel aan de kist. Even kijken. Zo, dit kan nog steeds. Dan is het volgens mij zo. Als ik dit doe en ik gooi het erin, dan komt het in de kist terecht, toch? Ja, oké. Okay. Volgens mij
Ik kan er maar 16 plaatsen namelijk. Daar moeten we even rekening mee houden. Zo. Kijk. Het gaat allemaal goed. Huh? Je hebt de limiet. Oh, door mijn bomenfarm. Mijn bomenfarm. Nou, dan sloop ik dat even, want die bomenfarm boeit me iets minder op het moment. Deze hoppers moeten weg. Wegwezen, jongens. Wegwezen, zo. Dit ga ik wel... Oh mijn god, het is echt propvol, dit. Het boeit me iets minder, heel even, die bomenfarm. Daar kom ik later wel op terug, op die bomenfarm, oké? Daar komen we later op terug. Ik kan dit namelijk zo doen. Zo. Volgens mij kan dit net aan, namelijk. Hier nog één en hier nog één. Dan hebben we er precies 16. Kijk maar, deze kan ik niet meer plaatsen. Dus als het goed is, gaat dit hout, of dit steen, gaat allemaal naar deze kist hier. Klopt dit? Het gaat ergens fout. Het blijft ergens hangen, of niet? Oh nee, het gaat er wel heen. Oh, ik moest gewoon even geduld hebben. Al dit steen, jongens, wat hierin zit, zal voortaan verdwijnen naar deze kist hier. Alleen, het gaat wel trager dan dat het hoort, volgens mij. Hier klopt het ook, ja. Waar stekt het? Het zit ergens, gaat het... Hier, heel erg hier. Volgens mij zit die helemaal vol, deze. Nee. Het doet wel zijn ding. Het duurt wel even, maar het doet zijn ding. Dan kunnen we dit weer dichtbouwen, zo. Alsof we het niet eens doorhebben dat het er is. Alsof we dat niet weten. Zo. Oké, dat is goed. En dan die hier ook dicht. En dan dit allemaal ook even dicht. We kopen wel een keer een nieuwe verkoper voor deze kant. Zo. Ik denk dat dit wel goed werkt, hoor. Het is inderdaad dat je niet zoveel hoppers kan plaatsen. Dat hebben ze bewust gedaan. Hebben ze, wat zeg ik nou? Dat hebben we bewust gedaan. Om gewoon echt die... Dat, om het een beetje moeilijk, een beetje uitdagend te maken. Maar kijk, nu is dit hier. Dan heb ik even die blokken nodig om het een beetje mooi te maken. Dikke shout-out naar Leon. Ja, natuurlijk, Jesse. Want Leon heeft gewoon een lidmaatschap voor jou gekocht, hè. Hoe leuk is dat? Hier die kopen en die kopen. Dan koop ik, pak ik even één waterbucket erbij. Zo. Misha, of Miga, ik denk dat ik het goed uitspreek. Tot ziens, man. Je moest zeggen dat je er vandoor gaat, dus ik spreek jou. Of ik spreek jou, ik zie jou de volgende keer weer in de volgende stream. Wanneer jij dit kan? Dan gaan we even hier zo, gaan we het een beetje netjes inbouwen. We hebben weer een donatie. Sedgebroeder via Superchat, weer 2,50. Heb ik hem gemist? Wat heeft hij? Yannick, omdat je zei dat ik legende was, mag jij. Oké, okay, Yannick mag dus blijkbaar op de cactus erbij. Dat is goed om te weten. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Ik denk dat ik dit gewoon zo inbouw zoals dit. En dan hier gewoon de deur ter plaatse, zo. Vind ik helemaal prima. Oh, hier kan trouwens... Oh, dit ziet er op zich gewoon niet eens heel verkeerd uit, dit zoals dit. Ja, dat is wel prima. Oké, waar is mijn verkoper? In mijn inventory. Verkopertje, die zetten we er ook bij. Die doen we dan gewoon hier zetten zo. Hoppakee, Delano. Jij bent deze kist aan het verkopen, allemaal. Gaat hij alles verkopen wat erin zit? Ik denk het wel, toch? Kom op. Verkoop even die spullen. Je kan het. Kom op. Hij is niet aan het werk. Hij is zo te zien niet aan het werk. Hoezo niet? Deze kist is nu gekoppeld aan de minion, inderdaad. Ja, dat snap ik. Oh, trouwens. Kan ik deze Tom guy... Oh mijn god. Wacht eens even. Wat ben ik raar... Ik ben heel stom denk ik aan het doen. Ik kan volgens mij dit gewoon koppelen aan kist. Kan ik hem gewoon... Besef ik nu. Ik kan hem gewoon koppelen. Ik kan hem gewoon koppelen. Oh, wat stom. Wat ontzettend stom, jongens. Je kan dit gewoon koppelen zoals dit. En we gaan het anders doen. Ja, we gaan het anders doen. Oh, mijn god. Ik heb het... Oh, wat stom. Oh, wat stom dit voor mij. Niks aan de hand. We gaan het... Ik heb nu heb ik de manier gevonden. Nu heb ik echt de manier gevonden. Let maar op. Dit gaat allemaal eruit. Dan zal ik heel veel spullen in mijn inventory krijgen waarschijnlijk. Dat is allemaal geen probleem. / cell GUI. Hij heeft het eindelijk door. Waren jullie dit al lang in de chat aan het zeggen, jongens? Waren jullie dit al lang in de chat aan het zeggen? Dat is echt mijn schuld. Als zin dat ik dit niet door had. Wat ga ik allemaal nog meer verkopen? Gewoon dingen die ik even niet nodig heb. Zo. Oké, die ladders. Kom maar goed. Dit gaan we doen. Ik heb echt... Nu heb ik echt het idee. Iedereen zegt het. Oh, sorry, jongens. Sorry. Dat is een beetje dom, man. Dat is een beetje een kleine optie van mij. Een kleine optie hoort erbij. Oké, dan gaan we dit allemaal weer dichtbouwen. Deze kisten hier kunnen dan weg, zo. Oh mijn god, wacht even, daar zat wel heel veel in. / cell GUI. Allemaal even verkopen dit. Zo. Hoppa. Ik ben volgens mij voorbij het Italiaanse muziekje zonder dat ik het door had. Zo. Oh mijn god, ik had het gewoon niet door, jongens. Ik had het niet door. Het spijt me enorm. Het spijt me enorm dat ik het niet door had. Maar dit ziet er wel net eruit, zo. Kijk. En dan nu, / cell GUI, gaan we dit allemaal even verkopen, zo.
En dan wat ik kan doen, is hier gewoon hoppers op plaatsen. Zo. En dan dit doen. Zo. En die guy is nog steeds gekoppeld aan de kist eronder. Maar wat ik dan wel ga doen, is Jente en zo ga koppelen aan de kist erboven. Zodat het zo lang mogelijk kan duren. Weet je? Dan kan die kist niet vol raken. Dus ik ga dit doen zo. Hoppakee. Delano is gekoppeld aan de kist eronder. Dan gaan we Tom loskoppelen van de kist. Gaan we Tom zetten op de bovenste kist ook. Zo. En dan zetten we Stan. Zetten we ook los. En die zetten we dan ook op de bovenste kist. Dan gaat het eerst allemaal in de bovenste kist. Dan gaat het via die hoppers naar beneden. En dan wordt het daar allemaal gewoon direct verkocht door Delano. Dan zal die ook nooit vol raken. Kijk, dan kunnen we kijken. Die kist daar. Alles wat hierin terecht komt, wordt gewoon direct verkocht. Het moet eerst hierin terechtkomen. Of is dat te traag? Is dat een te traag systeem? Kan ik het niet beter gewoon allemaal in één kist laten droppen? Is dit te traag, jongens, denken jullie? Hoe ik dit nu doe? Dat ik het zeg maar... Want het duurt misschien wel lang voordat het nu allemaal hieronder is. Ik denk het wel, hè. Ik denk dat dit te traag is. Ja, dit is te traag. Dit is te traag. Dit is niet een goed systeem. Oké, ik ga nog één keer een aanpassing maken. In de hoop dat het werkt. We doen Delano oppakken. We doen deze hier weghalen. Dit allemaal. Dus mijn laatste poging om een goed systeem te maken, jongens. Oké. Dan gaan we dit zo allemaal gewoon even dichtbouwen. Gaan we al die cactussen even verkopen. Ik heb namelijk een idee. Slash sell GUI. Al die cactussen even eruit. Die eruit zo. Hoppakee. Boom. Wat we kunnen doen. Ik zit eraan te denken. Kan ik niet hier een kist koppelen? Toevallig. Of is dit te ver voor Jente? Ik zie het nog wel gebeuren dat dit te ver is voor Jente. Maar dan zouden we misschien het systeem aan kunnen passen dat Jente daar ook staat. Ik gok dat dit te ver is voor Jente. Dit kan. Hij heeft weer een idee hoor. Ja, we hebben weer een idee. Is dit te ver? Zo. Ah, afstand van 19. De maximale afstand is 16. Oké. Oké. Maar dan kunnen we misschien Jente gewoon naar het hoekje hier verplaatsen. Ik denk dat ik dat dan gewoon wil doen. Ja, 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 ja. Idee is uitgebreid. Idee is uitgebreid. Biertje is er weer. Nee, de paardenspannen staat stil omdat ik buiten de chunks ben. Ik heb een idee. Het idee is uitgebreid. Wacht, slash shop. Dit gaan we fixen. Komt-ie, hè? Slash shop. Ik wil ijs, wil ik hebben. Packed ice. Gewoon 16, is prima. Dan wil ik weer waterbuckets hebben. Of nee, buckets heb ik genoeg. Dit is het... Het idee, jongens. Het idee is om geboren nu. Ik beloof het. Dit idee... Ik weet dat ik al meerdere ideeën had de hele tijd. Maar dit idee... Dit idee is het idee. Oké? Okay? Let maar op. Goed opletten wat ik hier nu ga doen, hè. Goed opletten wat ik hier nu ga doen. Die. 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 Zo. Dan doen we hier. Komt die. Pakken we... Jente pakken we op. In mijn inventory. Dus doen we Jente doen we hiernaast. Dan doen we hier een blokje van dat. Dan moet er alleen nog een sign komen. Dan moet ik even signs pakken. We gaan even dit... dit gaat ook niet lukken. Jawel, jawel, jawel. José, dit gaat lukken. Of Josué. Sorry, volgens mij was het Josué. Dit gaat wel lukken. Een beetje vertrouwen hebben in mij. Een klein beetje vertrouwen hebben. Komt-ie. Signs. Oh, trouwens, ik kan deze gewoon pakken hier, zo. Maar ik heb wel meer nodig. Oh, dit is een perfect idee. Dit is echt een perfect idee. Ik weet zeker dat dit niet gaat mislukken. Dit gaat niet mislukken. Dit gaat niet mislukken. Iedereen vindt dat Leon een minion moet worden. Oké, okay, wacht. Dat gaan we zo doen. Kijk, dan doen we die hier. Zo, en dan plaatsen we hier weer water. Dan doen we die hierheen. Halen we dit water halen we weg. Zo. Dan doen we hier ook weer ijs plaatsen. Wacht, ik heb echt... Ik pak heel irritant dat ik al die cactussen oppak. Ik wil jullie even niet in mijn inventory hebben, cactussen. Zo. Dan doen we hier doen we ijs. Dan doen we hier weer dit. Plaatsen we hier nog een water. Dan laten we dit doorstromen. Kijk, komt-ie. Dit laten we doorstromen. Tot... Maar trouwens, nee, wacht eens even. Volgens mij, als ik hier nou gewoon... zo doe. Zo, tot hier. Dan komt het allemaal hier terecht. En als ik dan nou hier gewoon... Jente plaats. Verzamelaar. Dan staat hij volgens mij een stuk dichterbij al. Hier, kijk, hier staat Jente. Dan zou ik Jente inmiddels aan deze kist kunnen koppelen... omdat hij dichterbij staat. Koppel aan kist. Dat is deze kist. Ja, dan koppelen we Stan. Kom Stan. Koppelen we Stan, koppelen we ook aan deze kist. Dan koppelen we Tom. Tom koppelen we ook aan deze kist. Dan koppelen we Setch zelfs hier. Koppelen we ook aan deze kist. Huh? Oh, ik had hem verwijderd. Ik moet hem opnieuw koppelen. Zo komt hij. Zo. Kan deze kist kan weg.
zo allemaal. Slash sells UI. Gaan we weer even dingen verkopen. Want ik heb weer te veel spulletjes in mijn inventory. Al dat cobblestone, al die ores. Deze kan weg, die kan weg, die kan weg. Die kan weg. Zo. Dan hebben we hier nog een verkoper minion. En die verkoper minion, die moet natuurlijk hier staan. Kijk, hier doen we grijs. Zo, hier ook grijs. En hier doen we de verkoper minions, Delano. En Delano koppelen we aan die kist. Delano geven we het hoofd van Batman. Ja, oh, Batman staat hier ook al. Die staat hier nog niet. Patrick staat hier nog niet. Delano, jij bent Patrick. Dit is toch goed, jongens, hoe ik het nu heb gedaan? Dit is toch hoe ik het heb gedaan, of niet? Ben ik nou gek? Hoe ik het nu heb gedaan? Jij bent even... Volgens mij was jij ook Fred, zo. Dit is toch perfect? Kijk nu, al deze minions, alle vier... zijn gekoppeld aan deze kist hier. Het is dat mijn farm niet dichterbij kan. Maar anders had ik hetzelfde met die kaktusfarm... of met die houtfarm hier gedaan. Dit moeten we maar nog een keertje oplossen... want dit ziet er ook niet uit. Leon's naam is... Ja, bij welke? Want Setsje heeft toch gedoneerd... Delano heeft gedoneerd... Stan heeft gedoneerd... Tom heeft gedoneerd... en Jente heeft vorige livestream echt belachelijk veel gedoneerd. Welke? Oh ja, wat trouwens? Dan doen we even Tony. Dan doen we Tony omwisselen hier. Tony, Games? Tony Game, wow. Hier doen we wel gewoon even Leon. Naam aanpassen. Naar @2@L Leon. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Oké, dan hebben we nog 179.000 over. Dan wil ik nu daarvan dingen upgraden. Deze kan hier weg zo. Deze kan ook weg. Dit is best wel een goed systeem. Ik denk dat ik nu best wel veel geld kan verdienen hoor, jongens. Want die cactussen komen hier binnen. Al het steen komt hier binnen. Jij ga ik één upgrade geven. Zo, als het goed is ben jij nu ook gewoon... Hak je dubbel en volgens mij geen cobblestone meer. Oh, wel nog cobblestone. Ga ik je nog één upgrade geven. Zo. Volgens mij komt er nu geen cobblestone meer binnen. Nee, geen cobblestone meer. Dus dat is goed. Dit wordt zo meteen waarschijnlijk verkocht. Als Delano... Die werkt wel volgens mij, toch? Even kijken. Volgens mij wordt dit allemaal verkocht. Ik weet niet of een verkoper meerdere dingen... Hij verkoopt alles. Het is geweldig, jongens. Het is geweldig. Dit is toch top. Setsbroeder, 250 Sets. Ik heb hem weer gemist. Ik zal even voor je kijken. Wat heb jij gestuurd? Ik moet voor mensen zeggen dat René in beeld moet. Ja, alleen René wil niet in beeld, jongens. We doen wel weer de hand. Dat is wel een goed makertje. Ja, ziet je hand er goed uit? Ja, is je goed gekeurd? Wow. Hallo, het is echt haar hand. Kijk maar. Kom je iets verder nog? Kijk. Zie je? Oh, het is echt niet mijn hand. Zie je, dit zijn mijn handen. Daar ja. Oké, okay, 119.000 jongens. Ik ben wel benieuwd hoeveel dit verkoopt. Als dit zo meteen weer verkocht. Ik heb nu 119.642. Als je dit verkoopt, heb ik... Goed rechts in beeld in de gaten houden. Boven mijn gems staat het. Goed in de gaten houden. 119.000 wordt als deze man het gaat verkopen. Kom op, Delano. Hoeveel ga je ervan maken voor me? Dan weet ik hoeveel ik ongeveer per minuut verdien nu op mijn eiland. Maar dit is per minuut verkoopt Delano iets. Eén keer in de minuut. 3000 euro ongeveer. Ongeveer 3000 euro per minuut verdienen we nu, jongens. Oh mijn god. Ja, ongeveer 3000 euro per minuut bij deze tactiek die we nu hebben. Dit is best wel lijp dan, hoor. Dit is best wel goed. Dit is gewoon mijn cactusfarm. Deze drie dingen hier, daar wil ik eigenlijk gelijk gewoon wil ik het upgraden. Slash minions. Tijd voor een coinflip. Ja, jongens, ik heb liever dat ik even nog één keer investeer hier. Koop ik nog één... Oh, sorry. Nog één minor minion. Ze noemen me nu held en je vergeet Yannick niet. Oh, die gaan we niet vergeten. Zeker niet. Hier doen we nog één keer deze. Zo. Hebben we nog een minor minion. Gaan we die ook aan dezelfde kist koppelen? Nou, nu hebben we toch een farm, jongens. Als we nu niet een succesvolle farm hebben... Deze maken we even kijken. Nou, trouwens, van Setch maken we ook even Batman. Ga ik ze symmetrisch doen. En dan maken we van deze mijn hoofd. Zo. Nou, dan hebben we weer één plekje vrij, jongens. Voor een ja, eigenlijk een donatie... ja, maar die hebben we natuurlijk al. Nou, we gaan één minion vrij voor een naam. Geen cactus gaat verloren. Ze gaan allemaal worden ze opgeraapt hier. Door Jente. Dat gaat allemaal daarheen. Dit is toch geweldig. Ongeveer 3000 euro per minuut. En het ding is, we kunnen hem nog upgraden. Als we Delano nog een paar keer upgraden, jongens. Dan wordt het nog beter. Want dan gaat hij voor 150% van de prijs verkopen. Dan wordt het nog beter. Oké, dan hebben we nog 25.000 euro over. Die gaan we van gebruiken voor een coinflip. Maar hier ben ik echt heel blij mee, het systeem dat we nu hebben.
Met het systeem dat we nu hebben ben ik heel blij. Ik denk uiteindelijk dat ik het zo wil upgraden dat zelfs het water hier... dat het hieronder doorgaat, zeg maar. En dat het dan daarheen wordt gestuurd. Dat Jent daar ook gewoon netjes kan staan. Dat is misschien nog beter uiteindelijk zelfs. Oh, ik ga even mijn spulletjes wegdoen trouwens. Ik heb te veel spullen bij me. Dus ik ga heel veel verkopen. We gaan heel veel verkopen. Science, die. Mag weg. Mag weg wat mij betreft. Mag weg. Mag weg. Mag weg. Mag weg. Mag wel weg. Mag wel weg. Mag wel weg. Zo, wat krijg ik terug? Bijna alles. Bijna alles krijg ik terug. Want niet alles is te kopen. Of kan je verkopen, zo te zien. Oh, dan moet ik het in kisten stoppen. Nou, weet je, als het weg mag, dan dit soort dingen kan ik gewoon weggooien. Dan heb ik helemaal geen zin om op te ruimen, toch? Dan heb ik toch helemaal geen zin om op te ruimen. Zo, de rest ruim ik wel op, zo. De rest is namelijk allemaal bijna, basically, hier. Wat ik gewoon in één keer in kisten kan douwen. Zo, hoppers kunnen bij redstone dingen. Hier zitten hoppers, zo. Dan glas kan helemaal hier rechts. En dan concrete powder kan hier. Nou, dan hebben we dat weer mooi op orde allemaal. Coinflip, ja, we gaan een coinflip doen. We gaan een coinflip doen. Komt goed. Oh ja, en de minion moet nout zijn, omdat hij wil het graag. Moet nout zijn. Nout. N-A-U-T is goed. Maar eerst moest ik hier... Setch moest ik een nieuwe naam geven. Waar is mijn Anvil? Is mijn Anvil stuk? Is mijn Anvil stuk? Oh mijn god. Het ding is allemaal mijn minion. Dan moet ik even een iron block pakken. Prima. Dan pak ik wel gewoon een paar iron blokken. 1, 2, 3, 4. Dan zijn we 1 level omlaag gaan. Nou, dat moet niet zoveel. Kan ik niet trouwens gewoon Anvil kopen in de shop? Kan dat niet gewoon? Oh, ik kan gewoon een Anvil kopen. Dan doen we dat gewoon. Zo. We gaan gewoon een Anvil kopen, jongens. We gaan gewoon een Anviltje kopen. Oh, min 1. Ik wilde maar 1 hebben. Zo. Dan gaan we deze Anvil gaan we even opnieuw plaatsen. Wat was ook weer de naam, jongens, die ik erbij moest doen? Het was Setch en een naam. Was het... Wie moest erbij? Jesse? Moest Jesse erbij? Yannick. Oh, Yannick, sorry. Het was Yannick. Yannick. Ik denk dat je dat zo schrijft. Klopt dat? Ik denk het wel, hè. Ik denk het wel. Komt die... Hier gaat het fout. Oh, dat valt er direct in. Ah. Oké. Dat is wel iets om naar te kijken. Hier valt het... Als het, zeg maar, direct hieruit komt, zo... Dan blijft het daar op zijn plek liggen. Oké. Misschien... Hoe gaan we dat oplossen? Dat is namelijk wel even een dingetje dat we niet graag willen. Op die manier. Ik zit even te kijken. Ik heb denk ik misschien een idee. Het is misschien wel een gek idee. Maar wat nou als ik die weghak? Wacht. Deze hier. Zo. En dan deze hier ook. Oh, nee. Dat gaat helemaal fout. Niet doen. Slecht plan. Wat gebeurt er nu? Ook niet. Nee, er gebeurt geen verschil natuurlijk. Max, lager maken. Wat lager maken? Wat zou ik lager maken? Dan valt het. Wat bedoel je? Huh? Dat hij lager gaat. Ik snap nog steeds niet wat je bedoelt. Ik snap oprecht niet wat je bedoelt. Ik zie wel dat we heel veel geld verdienen, jongens, op het moment. Als in... Volgens mij verdienen we echt heel veel geld. Wat is die bliksem raar aan het doen? Volgens mij verdienen we echt heel veel geld bij deze nieuwe farms die we hier hebben. Ik ga dat er allemaal even indouwen. Ik heb heel veel cactus opgepakt. Die tweede waterstroom. Oh! Ja. Ik snap hem, jongens. Ik ga die buckets even pakken. Wacht, ik snap wat jullie bedoelen met lager maken. Dat het valt. Ja, we snappen hem. In plaats van met ijs, dat het zeg maar een blokje naar beneden valt. Dat is het. Dat is de tactiek. Tactiek begrepen. We gaan hem uitvoeren. Dus die weg, zo. En die ook hier. Dan wordt het heel even... Gaat het een beetje fout, maar... Dan moet die weg. Dit ook allemaal. Zo, hier. En deze mag wel op die hoogte blijven. Maar dan moet dit gewoon eentje lager. Dan heb ik weer even witte blokken ook nodig. Die gaan we ook even pakken. Max, ik ben een trouwe kijker. AWB, zet mij op jouw eiland. Anno. Zal ik doen. Weet je, Anno is prima. Waarom niet? Even onthouden. Dan gaan we hier...
heel eventjes het goede blok van maken. 2 seconden. Zijn we heel even mee. Wil je nou trouwens meedoen, jongens? Iedereen kan meespelen op Content Veen. Je hoeft alleen play.contentveen.nl in als IP te gebruiken. Speel je nou Bedrock editie, kan je met de poort 26006 ook joinen. Dus play.contentveen.nl staat rechts in beeld, helemaal in die onder mijn eiland level en zo, staat het IP. En snap je er nou nog steeds niks van hoe je moet joinen? Heb je nou echt geen idee hoe dat allemaal werkt? Dan kan je evengoed gewoon de Discord joinen. En dan zal mensen daar zullen het aan je uitleggen hoe jij de server kan joinen. Dus dan kan je altijd gewoon daar uitleg vragen. Dus er worden nu, als het goed is, linkjes van de Discord in de chat gezet. Dan kan je die joinen. Als je het niet snapt, kan je namelijk op die manier gewoon wel de server joinen. Dan krijg je daar een leuk uitlegje van mensen. Mensen zijn altijd aardig in de Discord. Ik verpest het. Volgens mij heb ik het heel erg verpest. Zo. Dan moet je hier, moet dit waterlaagje zo. Kan die sign kan weg. Dan kan het hierheen. Zo, dan zal dit helemaal tot hier stromen, denk ik. Zo. Dan wil ik het hier wel netjes onder hebben natuurlijk. Dus laten we hier gewoon even dat witte randje helemaal doormaken. Dit gaat het oplossen, jongens. Dit gaat het oplossen. Ons probleem. Dan zal dat niet meer... want het zijn toch... Namelijk, als het daar eenmaal stekt, dat wordt echt, gaat het echt om duizenden blokken die verloren gaan. Kijk, hier gaat het tot hier. En dan nu, als we dit doen, zo... Stroomt het helemaal door tot hier. En ik denk dat het hier wel verzameld wordt. Waar het nu ligt. Ik denk dat dit... Waar, maakt niet uit dat het... Ja, dat wordt verzameld. Het is perfect. We hebben hem. We hebben hem. Dit is helemaal goed gewoon. Dit is helemaal perfect. Kijk, dan valt het hier in. En dan komt het daar terecht. En dat verzamelt Jente weer. Nou, dan hebben we het goed gedaan. 1 euro JTH power. Let's go. JTH power. Dankjewel voor de 1 euro, maat. Ik ga hier Anno van maken gewoon. Anno. Zo heet hij in ieder geval. @E@L. Anno. Zo. Het goed is, waren de Discord linkjes in de chat gegooid. Nee? Oh, er zijn niet eens Discord linkjes. Er zijn er gewoon geen moderators in de chat op het moment. Dat er geen Discord linkje. Kan jij een Discord linkje droppen? Er worden nu Discord linkjes in de chat gegooid. Daarmee kan je de Discord joinen. Of je gaat naar Google gewoon. Je doet contentveen.nl/discord. Dat kan je ook doen natuurlijk. Zo. Dit is allemaal prima. Dan hebben we nog 56.000 euro. Die gaan we opmaken aan coinflips. Die gaan wij opmaken aan coinflips. Zo, dan gaan we dit even weggooien. Weg, 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 weg. Zo. Nou, dan hebben we serieus een hele goede farm nu. Dan hebben we echt een money machine die we nu helemaal uit kunnen breiden en upgraden. Dat is wel heel netjes nu. Er is nog steeds geen... Ik weet niet hoe daar een koe en vark komt, maar er is nog steeds geen biertje gespand. Dat is wel erg jammer. Laten we even coin flippen, jongens. We hebben 60.000 euro hebben op het moment. Hallo. Ben jij er om te coin flippen, jongen? Hallo is er zeker om te coin flippen. Oké, jongens, als je ook in de server bent, pak alsjeblieft even niet Harlow zijn coinflips. Ik wil met Harlow coinflippen. Maar ik wil niet dat andere mensen ze pakken. Dus alsjeblieft, jongens, pak niet Harlow zijn coinflips als je er eentje van Harlow haken ziet staan. Ik wil graag, heel graag met Harlow coinflippen. Let's go, Harlow. Let's go. We gaan het doen. Harlow, 10k. Ik heb gewonnen, Harlow. Ik heb gewonnen. Ik heb gewoon 10k van jou gestolen. Wat vind je daarvan? Hij mag wel duurder, Harlow. Ik heb nu ook blijkbaar... Nee, is 177. Ik weet niet hoe ik eraan kom, maar dat kunnen we wel gewoon opmaken aan coinflips. Ik moet eigenlijk ook even op mijn plek blijven staan, gewoon. Wat irritant. Dat is in... Ik ga hier staan, zo. Komt die Harlow? We gaan de volgende doen. Pak Harlow aan, Max. Komt goed, Setch. Gaan we doen. Gaan we doen. Als andere mensen niet zijn coinflips pakken, dan gaan we dat doen. Dan gaan we Harlow even aanpakken. Oké, zo te zien had GT3RS wel zijn coinflip gestolen van... Oh! Lekker, Harlow! Je hebt 100k gewonnen! Lekker, Harlow! De man heeft gewoon 100k gewonnen! Oké, Harlow, dan kan je die nu aan mij uitgeven, die 100k. Als in, dan kan je die nu verliezen tegen mij met de coinflip. Harlow, 50k. Let's go, Harlow! Let's go, jongens! We hebben 100k gewonnen van Harlow in de coinflip. We hebben 100k gewonnen van Harlow. Daar ga je, Harlow. Daar ga je. Belga ketels en iets stonden. Ik wil tegen Harlow alleen. Ik wil alleen tegen Harlow. 50k. Let's go! We hebben weer van Harlow gewonnen. Harlow verliest al zijn geld. Harlow verliest al zijn geld. Die arme jongen. Die arme jongen verliest al zijn geld. Die arme jongen. Daar gaat het. Heb je nog wel geld, Harlow, voor coinflips? Heb je nog wel geld? Harlow, je hebt weer verloren. Wat gaat niet zo goed, Harlow?
Je hebt weer verloren. Jongens, we hebben inmiddels 300.000 euro. Arlo. Volgens mij ben je al je geld kwijt. Nou, deze kan ik niet meer winnen. Onmogelijk. Onmogelijk dat ik deze kan winnen. Ik weet niet of er nog eentje gaat komen. Als hij überhaupt nog geld heeft, die Harlow. Maar die onmogelijk. 20k. Ja, ik wou net zeggen, deze van Harlow gewoon. Het kon niet dat Harlow zou verliezen. Of dat, ja, dat Harlow nog eentje ging verliezen. Dat kon haast niet anders. Ah, zo win je toch een beetje terug, Harlow, op deze manier. Zo win je ze toch een beetje terug. Ben je koning Harlow voor 50k. Oeh, maar toch verlies je ook weer, hè. Toch verliest hij ook weer. Hoe kan dat? Hoe kan hij die grote bedragen... Er gaat een punt komen dat hij ineens inmaakt en alles terugkrijgt. Er gaat een punt komen dat hij ineens alles terugkrijgt, gewoon. Ah, dat is irritant. Het is echt te druk hier. Kom op. Nee. Even kijken. Hier, sowieso, 20k. Oh, iemand anders heeft hem al. Iemand anders heeft hem al gestart. Heeft Harlow hem gewonnen? Heeft Harlow hem gewonnen? Nee! Harlow heeft hem ook nog eens verloren ook. Arme Harlow. Volgens mij is hij echt alles kwijt. Heb je nog wel wat? Heeft hij nog wel wat? Zo meteen is hij al zijn geld kwijt. 2,50 euro, 4,6. Hoeveel heb jij in totaal gedoneerd, maat? Zo wil ik het zien, makkers van plakkers. Maat, hoeveel heb jij in totaal al gedoneerd? Harlow, 20k. Oh, echt gewoon. Deze is Harlow. Waarom kan je dat niet? Ik weet niet. Ik wil het zien ergens. Volgens mij heeft Sets echt al veel gedoneerd in totaal. Jammer, het enige nadeel aan die superchats is dat je niet hierbij komt. Maar volgens mij is dit balkje echt al bijna vol. Als je dat erbij op zou tellen. Volgens mij is dit balkje echt al bijna vol als je al die superchats erbij optelt. Ja, die Harlow die is wel aan het winnen weer hoor, jongens. Die heeft toch wel weer een beetje geld teruggekregen. Ik wil hem ook starten, Harlow. En dan ben ik bang dat mensen hem stelen. Hij voelt zich zielig. Nee, Harlow gaat wel terugwinnen, jongens. Geen zorgen. Hij is nu on the grind. Let maar op. Hij is nu on the grind. Hij heeft nu één keer een goede coinflip te winnen helemaal. Gewoon één keer echt een goede. Wie is dit? Irritant. Kom op, Harlow. Waar is de volgende? 50k! Oh, Harlow heeft gewonnen! Meer dan 50 euro. Ik krijg melding. Daarom Sedge al meer dan 50 euro in totaal. Dat is belachelijk eigenlijk, Sedge. Lekker Harlow trouwens. GG Harlow. Harlow heeft weer gewonnen. Hij gaat zijn geld terugwinnen. Kijk, dit zijn die donaties. Die komen af en toe dan binnen van Sedge weer. Op deze manier krijg je wel je geld terug, Harlow. Kijk, kom op. Kom op. De volgende. De volgende. Ik ga zo voor je kijken, Sedge. Even. Ik ben namelijk zelf nu ook wel heel erg benieuwd. Hey, Tony Game. Vijf... Tony is terug. Oh, Harlow dan maar. Oh, Harlow. Je gaat je geld terugwinnen. Je gaat je geld terugwinnen. Handstandtijd. Nee, Justin, dan moest je er gisteren... Gisteren was echt... Dat is een handstand, zeg maar. Gewoon echt... Belachelijk. Ik denk, ik ga toch even kijken. Heb je hem gewonnen trouwens? Ik heb weer van Harlow verloren. Tony Gain heeft gewonnen. Let's go. Harlow, 50k. Oh, nu heb ik weer gewonnen, Harlow. Nu heb ik weer gewonnen. Ik denk, ik kom toch nog even kijken. Die Tony die denkt van, weet je... Ik ga gewoon nog even een paar coinflipjes doen. Kijken of ik geld kan winnen. Bambi, it's stom. Belga ketels. Weet je, ik doe er ook wel eentje tegen Belga. Ah, dat had ik niet moeten doen. Nu ben ik 50.000 euro kwijt. Had ik niet moeten doen. Ik had het gewoon bij Harlow moeten houden. Ik had het bij Harlow moeten houden, jongens. Even kijken. Is er ruimte vrij? Ik wil naast Harlow hier staan. Ik kan net niet. Ik kom er net niet bij. Door de drukte. Ja. Oké. Okay. Bambi power. Bambi power doe ik. Oh, die is niet meer beschikbaar. Het is jammer dat je hem niet kan refreshen. Die pagina. Kan ik... Ja. Zo. Harlow voor 50k. Nee! Oh, Harlow. Koprol. Nee, dat ga je niet zien. Dat ga je niet zien. Een koprol. Oh mijn god. Beste mevrouw Max, ik ben terug. Beste mevrouw Max. Oh, wacht even. Ik ben al wel mijn geld verloren tegen Harlow. Wacht even, jongens. Jente is terug. Nee. Oh, mijn god, hij zegt mevrouw Max, omdat ik per ongeluk Jente een vrouw noemde. Goed, goed, ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik grappig. Dat vind ik grappig. Oh, Jente. Oh, mijn god. Wacht even. Wacht even. Maar nu wil ik tegelijkertijd, terwijl we dit doen, Jente... Volgens mij, want ik wil Setje ook wel heel veel credit geven. Want volgens mij heeft Setje in totaal ook 50 euro. Maar dat vind ik lullig om nu heel lijp over Jente te zijn... terwijl Setje ook dat heeft gedaan. Dat gaan we heel even snel kijken. Dit wil ik heel even snel kijken, jongens. Oh, nee, niet weer Jente. Jente, love, beterschap. Ah, je krijgt in ieder geval heel veel liefde van Sedge, Jente. Je krijgt heel veel liefde van Sedge. Verdient ook.
Jongens, drop allemaal even een rood hartje voor Jente in de chat en een geel hartje. Nee, komt-ie. Een geel hartje voor Jente en een blauw hartje voor Setch in de chat. Die hebben volgens mij allebei... Ik kan kijken of ik dat ergens kan vinden. Supers. Setch broeder. Kan ik dat bij elkaar optellen? Nee, ik kan het niet bij elkaar optellen. Maar dat zou ook wel echt al wel 50 euro zijn in totaal. Oh mijn god. Jongens, allemaal even drop even de gele en blauwe hartjes voor hun in de chat. Jente. Love naar jou. Echt waar. Dankjewel. Setch heeft ook al, ja, zeker meer dan 50. Daarom wil ik ook even dit voor Setch gelijk, weet je? Want in die 2,50, telkens 2,50 bouwt gewoon op, hoor. Oh. Ik schrik me altijd kapot als ik dat liedje hoor. Zeg maar, die hele luide eerreep gewoon. Als ik die hoor, dan weet ik gewoon, het is gek. Het is gekkigheid. En dan weet ik dat het gekkigheid is. Oh mijn god, ik schrik me altijd helemaal kapot. Ik schrik me altijd helemaal kapot. Die Jente. Beste mevrouw Max, ik ben terug mevrouw Max, ook echt. Ongelooflijk dat ik Jente per ongeluk een vrouw noemde. Ik dacht dat het een vrouw was, het spijt me. Snelle meneer. Lekker, ik ga deze coinflip winnen. Max, ik schrok me ook helemaal kapot toen jij mijn naam zei een keer. Dat snap ik, Jesse. Dat snap ik. Oh, wat is er druk hier bij de coinflips? Wat is er druk hier? Is er nog een Harlow coinflippie? Harlow, waar zijn je coinflippies? Harlow, ik moet wel coinflippies van jou winnen. Ik wil mijn geld terug. Jente, ik ga deze coinflip... Eerst volgende coinflip ga ik voor jou winnen. En die daarop ga ik voor Setch winnen. Gaan we doen. Komt-ie, hè? Tegen... Nee, niet een Harlow. Maar wel 50k tegen deze guy. Boom. Boom! Deze was voor jou, Jente. Die daarnaast voor Setch. We hebben deze voor Jente gewonnen. En dan... Deze. Even kijken. Deze is tegen Harlow, hoop ik. Nee, tegen It's Tom. Maar tegen Tom verlies ik. Tegen Tom... Ik weet zeker dat ik die ga verliezen. Tegen Tom. Ben er weer. Oh, Harlow is er weer, jongens. Harlow is er weer. Leon? Tegen Leon ga ik ook verliezen? Leon, die, dat zijn van die gasten, net zoals tegen wie ik net ging. Daar verlies ik eigenlijk ook altijd van. Tegen Harlow winnen we. Kijk, Harlow is een makkelijke schakel. Nee, grapje, Harlow. Het is gewoon echt een 50-50 kans tegen iedereen. Het maakt niet uit tegen wie je speelt. Ze komen ook gewoon door elkaar heen. Setch en Jente. Het is meant to be. Het is meant to be. Ze komen door elkaar heen, die donaties. Oh mijn god. Oh mijn god. Damn, Jente. Wauw. In ieder geval, damn. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Setch broeder vraagt aan je hoe het met je is, Jente. Met 2,50 euro. Jente, de hele chat gaat ook helemaal lijp voor Jente. De hele chat gaat lijp voor Jente. Oh mijn god. Lof naar Jente, lof naar Setch. Jente, hou het alsjeblieft iets rustiger deze stream. Echt waar. Denk aan jezelf ook. Alsjeblieft, ik smeek het je. Ik smeek het je. Ik smeek het je. De OG van de stream. Yo, Jente, dit gaat weer te veel worden. Echt waar, inderdaad. Alsjeblieft, Jente, denk aan jezelf. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Gewoon even 5 minuten 100 euro. Dat is toch niet normaal, jongens? Is dit een tomaatmoment? Ja, moet ik weer een handstand doen hier. Moet ik weer een handstand doen. Moet die plant weer weg? Oh, ja, dat is eigenlijk wel gewoon... Ja, oh, het is wel op zijn plek. In totaal nu. Althans, ja. Eigenlijk wel, hè. PE Koning, daar voel ik hem... Oh, die heeft hij van me gewonnen. Oh, mijn god. Oh, mijn god, handstand. Ja, ik zie de tomaatjes aan de chat, jongens. Ja, prima. Prima, we gaan nog heel even door met dit en dan doe ik wel een handstand, oké? Voor jullie. Nou, eigenlijk voor Jente en voor Setch dan. Deze guy verlies ik altijd tegen. Let op, hè. Komt-ie. Oh, we hebben hem gewonnen. Huh? Tegen Leon? Ik start hem toch helemaal niet tegen Leon? Hoe kan dat nou weer? Huh? Ik heb wel echt gewoon 50.000 euro tegen Leon gedaan nu. Dat was niet de bedoeling, maar ik heb hem wel gewonnen. Let's go. Oké, weet je, jongens? Even kijken. Even Harlow is er vast nog wel. Harlow, waar ben je? Oké, dan doen we er ook wel eentje tegen Tom. Tegen Tom winnen we ook! Let's go! We zijn op een streak, jongens. We zijn op een streak. Setch broeder, Harlow de beste koekjes. Harlow is de beste koekjes maken. Weet je, ja, prima. Komt ie, jongens. Omdat jullie het graag willen. Deze gaat af, dan zie je weer... Kijk dit. Hoe erg is dit? Het zit in mijn pet. Kijk maar, als ik hem strak trek... Dan verdwijnt het gewoon. Het zit echt in mijn pet helemaal, die vorm.
Dat kan echt niet. Nou, René. Ik moet een handstand doen. Ik moet een handstand doen. Handstand? Ja. Kijk maar naar de tomaatjes. Nee, dat heb je toch vaak genoeg in het echt gezien? Nee. Jawel, oude streams. Oké, jongens. Dan moeten we eerst het plantje aan de kant slepen. We hebben hem. Het is alleen, ik ga hem niet zeg maar zo doen. Ik ga er wel gewoon tegen opbouwen. Ja, ik ga het ene handstand in mijn kamer doen. Dan ga ik vallen. Oké, jongens. Ik ga één coinflip doen. Zonder headset op. Tegen Leon. Die winnen we. Lekker voor je, Leon. Ik heb weer geld van je gestolen. De tomaat heet het vanaf nu, Jent. Ja, het is de tomaat. We gaan de tomaat doen. Daar komt hij. Komt hij, jongens. Ik heb hier zo geen zin in. Ik heb hier zo geen zin in. Hier krijg ik zo'n hoofdpijn van. Oh. Telt ie? Aan mij? Ja. Oh, ja hoor. Oh mijn god, de rode kop krijg je daarvan. Ja, wordt echt heel rood van. Ja joh, je hangt ondersteboven. Oh mijn god, je wordt er echt rood van. Nou, dan zijn de tomaatjes ook wel terecht. Oh mijn god. Pff, je bloed stijgt je naar je hoofd, joh. Ik geniet van de handstand. Goed zo, Sedge. Goed zo. Die plant viel op, sorry. Ik ben even aangevallen door de plant. Oh mijn god. Oh, wat een rode kop krijg je ervan. Oh, jeetje. Jeetje. Oh mijn god. Zo, hé. Oké, we zijn er weer. We zijn er weer. Het zet je weer op. Die plant staat alleen niet goed op het moment. Die plant staat alleen niet goed op het moment. Hij staat nu echt gewoon heel vervelend voor me. Oh, wacht, ik moet hem draaien. Volgens mij hoort hij zo. Ongeveer. Volgens mij hoort hij ongeveer zo. Hij klopt. Ik ben helemaal even duizelig. Maar, hè? Jente. Jente weer 50 euro. Oh mijn god, Jente. Oh mijn god, Jente. 50 euro weer. Oh mijn god, Jente. Ik hou het berichtje erbij wel even voor mezelf, Jente. Dat zijn wel privé, persoonlijke dingen. Dat vind ik niet om aan de wereld nu te delen. Als in, ik snap dat je dat dan erbij zet. Maar dat hou ik dan, dat zou ik niet aan iedereen vertellen. Gewoon het berichtje erbij. Dat vind ik ook een beetje dingen. Maar 50 euro weer. En alle sets berichtjes komen binnen. Alle sets dingetjes komen binnen. Jente, waarom? Oh. Oh. Je hoofd is zo rood als de tomaat. Ja, daarom spamt iedereen de tomaatjes in de chat. Omdat mijn hoofd zo rood wordt. Jente, je hebt me weer een rood hoofd gegeven. Gewoon alweer. Gewoon alweer. Hoe erg is dat? Jeetje. Pff, niet normaal. Jongens, drop allemaal even alle kleuren hartjes in de chat voor Jente, alsjeblieft. Alles. Alles gewoon. Alle soorten en maten. Coinflips. We zijn ook lekker bezig met die coinflips trouwens. Dat is best wel bizar. Ik ben benieuwd. Ik ga een coinflip van 100 aanmaken. De loterij is over. Een uur, dat gaan we niet meer redden. Maar ik ga wel een coinflip van 100k aanmaken. Daar komt-ie. Ogen dicht. Ogen dicht. Ogen dicht. Gaan we hem winnen of niet? Gaan we hem winnen of niet? Is hij al klaar? Kan ik al kijken? Ik weet niet of ik kan kijken. We hebben hem! We hebben 100k gewonnen! We hebben 100k gewonnen. Let's go. Max, ik heb 101 euro gedoneerd. Oh mijn god. Die Sedge, ouwe. Dat heb je bijna niet door al die kleine dingetjes. Al die kleine, door 2,50 telkens. Heb je helemaal niet door dat 101 euro al is. Oh, Sedge, my guy. Dat is echt insane. Ik ga trouwens gewoon echt naar. Ik stop met de streak. Ik heb echt een veel te goede streak. Wacht trouwens. Hallo, heb jij nog geld of ben je echt veel geld verloren? Hé, wat is dit? Weggooien is zonde. Leg het hier maar neer. Ik fix het. Oh, dat is René. Oké, René is mijn sorteerder. Oh, jongens. Wacht, dan gaan we hier eventjes kijken. Dat vind ik wel terecht. Dan ga ik deze sign wel gebruiken gelijk. Shit, je krijgt een welverdiend plekje hier. Je hebt een welverdiend plekje op de muur gekregen. Oh, mijn god.
Ik heb nog 20.000 dus. Oh, oké. Okay. €50 weer. Weer €50. Jente. Oh mijn god, Jente. Max, even nog 100k coin flip. Wacht jongens. Beste Max, dit is het laatste van mij. Dit is het laatste van mij. Van mag je het best zeggen, ik blijf positief. Weet ik, Jente, maar toch, dat zijn gewoon persoonlijke dingen. En dat, ik, dat is niet aan mij, omdat dat vind ik, ja, dat, ja, dat is toch dan... Maar dankjewel, echt waar. En het is goed dat je positief blijft. Altijd positief blijven. Altijd positief blijven. Dat is gewoon the way. Dat is gewoon the way. Altijd positief blijven. Jongens, gooi even Jente de naam in de chat. Met, doe even een hartje, een rood hartje. Geel hartje. Typ Jente. Geel hartje, rood hartje. Dat het zeg maar omringd is door liefde. Dat vind ik wel een goeie, toch? Dat vind ik wel een goeie. In de chat. In de chat. Drop hem even. We hebben trouwens €500.000. Oh, we hebben €500.000. Dat betekent dat wij ons... Oh mijn god, wacht. Eiland... Border. Kijk, Jente, al die liefde in de chat voor jou. En goed dat je zegt ook, dit is het laatste. Gewoon ook aan jezelf denken, alsjeblieft, Jente. Niet alles maar zomaar weggeven. Echt waar. Alsjeblieft. Denk een beetje aan jezelf ook. Jongens, zou ik mijn border uitbreiden? Dit is helaas de laatste donatie ook van mij. Is goed, Setch. Is helemaal goed, maat. Jongens, drop nu hetzelfde even voor Setch in de chat. Maar dan met blauw-groen, Setch, groen-blauw. Dus hetzelfde als wat jullie nu doen, maar dan met blauw en groen en dan met de naam Setch. Ik heb 200.000 trouwens. 1-0. Ah. Oké. Okay. Maar ik zit te denken, ik wil eigenlijk mijn border ook upgraden. Want als ik mijn border upgrade, jongens, dan is mijn eiland groter. En dan kan ik die bomenfarm gewoon ook goed maken. En dan kan ik weer meer dingen doen. Want anders ben ik volgende aflevering... zit ik waarschijnlijk weer vast aan dezelfde grootte. Dus... Jongens, wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Is het niet normaal, Jente en Setch? Echt niet normaal. Oh, ik weet gewoon oprecht niet wat... Het is gewoon... Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Heb je dan met dit soort dingen. Je weet niet zo goed wat je erop moet zeggen. Nou, die laatste donatie van Setch is binnengekomen. Helemaal top. Die is gewoon binnen. Wat zou ik doen? Zou ik mijn border upgraden, jongens? Doe maar lekker die border. Ik hou mijn geld wel op zak. Ja, is misschien ook wel slim, Harlow. Misschien ook wel slim. Als ik die border upgrade, dan is het toch wel verder. Ik ga verder met de donaties. Ja, we hebben de donaties allemaal voorgelezen, toch? Ja, we hebben de donaties voorgelezen. Jente 4 keer. Belachelijk. Echt belachelijk. Belachelijk. Setch belachelijk. De rest belachelijk. Het slaat eigenlijk allemaal nergens op. Minion upgrade. Ik kan ook minion upgrades doen. Ik kan... Jente. Jente, je zei dat je ging stoppen. Jente, je zei dat je ging stoppen. Oh, dit is leuk. Sorry, ik kon het niet laten, maar dit is het laatste. Maar geef één van jouw kijkers een winactie van deze €50. Oh, dat is leuk. Oké. Maar dan moet ik wel wat bedenken. Dat ga ik dan niet deze stream doen, Jente. Want dan moet ik wel de volgende. Want ik kan niet nu zomaar gewoon iets bedenken. Maar wat wel kan, is misschien voor op de server... Oh, ja, wat is de waarde van €50 op de server? Ik ga heel even kijken. Ik ga heel even kijken. Wat is de waarde van €50? Dan kan ik namelijk wat weggeven ter waarde van €50 op de server. Ja. Oké. Ik zal even kijken op de website. Ik ga even kijken op de website van de server. Daar komt ie. Dan gaan we even dit doen. Zo, voem. Hoppakee. Als ik naar gems ga, is er iets van gems ter waarde van €50? Ongeveer dit. Je kan... Oké, dat is 40. Dan zou ik nog wat voor 10 weggeven. Dat is wel leuk. Als we dat dan weggeven aan iemand op de server. Of een rang. Is dat misschien leuk? Een rank. Is ook niet dat waard. Sleutels. Misschien iemand die veel Skyblock speelt. Dan kan je 2 keer. Bijvoorbeeld 10 keer aardesleutels en 10 keer vuursleutels. Dat zou €50 zijn. Wat zou ik doen, jongens? Een rank, sleutels of gems weggeven? Wat zou leuk zijn om weg te geven? Dit vind ik een goeie, dit. Een rank. Is een rank leuk? Dat mensen gewoon iemand een rank krijgt? Van iemand bijvoorbeeld een diamond rank en dan nog €10 waarde aan gems erbij of zo. Sleutels. Oh, sleutels! Sleutels! Oh, joh. Oh, merendeel zegt sleutels. Oké. Laat maar. Ik zie dat bijna iedereen sleutels zegt.
Nou, weet je wat? We gaan gewoon de persoon die wint, gaan we zelf laten kiezen. Dat is denk ik een betere. Dan laten we die persoon gewoon lekker zelf kiezen die wint. Maar hoe gaan we dat bepalen? Hoe gaan we bepalen? Hey, Tony is er weer. Tony, let's go. Ja, jij wil zeker ook die rank winnen. wat is nou... Kijk, Tony, ik heb trouwens dit allemaal verplaatst. Oh, dat vind ik wel leuk. Gewoon ter waarde van 50 euro wat op de server. Maar wat is... hoe gaan we bepalen wie het krijgt? Hoe gaan we bepalen wie sleutels of een rat? Een rat, ja. Goeie. Een rat. Dat wil ik dan wel in mijn stream doen, denk ik. Dus gaan we heel even kijken. Ik had daar laatst een mooi dingetje voor. Een mooie website. Wheel of Names. Maar ik denk dat het dan buiten mijn stream om moet. Want dat kost best wel wat tijd. Jente, jij zit in de Discord. Want dan kan je daar ook zien. Ik denk dat ik het dan op die manier na mijn stream in de Discord ga doen. Want dan kan het gewoon het meest eerlijk zijn. Alleen er moet wel mensen... Ja, dan kan de persoon zelf kiezen die wint. Ik denk dat ik dat ga doen. Dus join de Discord. Dan ga ik in de Discord ga ik de giveaway doen. Ga ik iemand ter waarde van 50 euro... gaan we naar keuze iets op de server laten kopen. Een rank. Mag je voor zichzelf voor iemand anders kopen. Gems. Sleutel. Dan moet je wel iedereen met een hele snelle chat invullen. Nee. Maar dat gaan we. Daarom ga ik het via Discord doen. Dan ga ik een mededeling in... mededelingen gooien. Of events. Een van de twee. Dan moet je daarop een emoji klikken. Dat is nu nog niet gedaan. Doe maar twee keer 50 euro weggeven. Ja, maar dan moeten we meerdere personen doen, Jente. Dan moeten we meerdere personen doen. Dan doe ik twee personen. Doe ik twee. Komt goed, Jente. Dan doe ik twee personen. Dat gaan we doen. Dan gaan we... is goed. Dat gaan we doen. Komt goed. Jente, ga ik regelen. Twee keer te waarde van 50 euro ga ik twee personen heel blij maken in de Discord. Oké? Dat gaan we doen. Dus jongens, die 50 euro die je nu zag in de chat... Die is voor iemand van jullie. Iemand van jullie gaat naar... zeg maar in waarde van iets op de server. Maar ik lees het bericht voor trouwens. Maar ik besef helemaal niet dat het gewoon weer 50 euro is trouwens. Ik besef helemaal niet dat het gewoon weer 50 euro is trouwens. Oh mijn god. Jongens, join alsjeblieft de Discord. We gaan daar de giveaway van Jente gaan we daar doen. En van Chet's broeder. Dan gaan we de giveaway van Jente gaan we daar doen. Is dat nu? Nee, dat is niet. Dus later vanavond, als ik stop, een kwartiertje nadat ik gestopt ben, is dat in de Discord te zien, oké? In het mededelingenkanaal doe ik het wel gewoon. Helemaal prima. In het mededelingenkanaal, een kwartiertje nadat ik gestopt ben, zal ik dat droppen, oké? Dus join de Discord. Over een kwartier nadat ik stop, dus ik denk dat ik over ongeveer 10 minuutjes stop. Over een kwartier daarna... Wauw, over 10 minuten stop ik. Kwartier daarna zal in de mededelingenkanaal een berichtje verschijnen. Dan moet je op die emoji klikken. Staat uitleg in hoe je kan winnen. En dan ga ik twee mensen heel blij maken met iets naar keuze op de Minecraft server. Dat vind ik een leuke. Dat vind ik een hele leuke. Oké, wat ik dan ga doen is... Even denken hoor. Oh ja, ik wilde die 500.000 euro uitgeven. Jongens, zou ik die 500.000 euro uitgeven aan minion upgrades? Bijvoorbeeld aan mijn verkoper minion. Dat we deze upgraden, dat die nog duurder verkoopt. Kost wel 560, dus ben ik wel alles kwijt. Maar dan verkoopt die volgens mij voor 120% van de prijs. Dat is wel duurder. Maar wat ik ook kan doen is deze miners hier even upgraden. Dat het gewoon sneller gaat. Of ik kan mijn border upgraden. Dus zeg maar, miners, verkoper of border. Eén van die drie. Miners, verkopers of border? Miners, verkoper of border? Je moet groei upgraden. Is een voudige meer dan geld. Ja, maar die kost een miljoen. Die kost een miljoen, de groei. Coinflip. Nee, geen coinflip. Border, miners. Border, verkoper. Oeh, dat is wel een beetje 50-50. Wat zeg jij dan in de chat? Welke zie je het meest? Huh? Welke zie je het meest in de chat? Nee. Nou, border... border, miner of verkoper? Ik denk border, hè? Ik denk border, hè? Ja, border. Oké, jongens, we gaan de border upgraden. Merendeels zegt border. / eiland menu. Dan gaan we zeker eventjes bij eiland upgrades onze border. Boom. Upgraden. Oh, dit is top. Ja, dit is top, jongens. Oh, ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan. We hebben hem nu lekker groot gemaakt. Zo. Dan kunnen we volgende aflevering, volgende livestream... Kunnen we weer... Zo, hoppakee. Kunnen we weer verder uitbreiden dan dit?
Dan kunnen we letterlijk onze bomenfarm goed bouwen. Die is een beetje mislukt deze stream. Maar de rest werkt wel goed. Wat ik dan wel ga doen is mijn laatste 50k even wel coin flippen. Dat vind ik dan wel leuk. Ik weet niet of Harlow er nog is. Ik ben in spawn 2, Harlow. Mag ik ook meedoen? Jensen, natuurlijk mag je meedoen. Ik weet niet of je op Minecraft speelt, maar dan moet je ook de Discord joinen. Dan moet jij ook de Discord joinen. Jensen met 50. Je kan ook gewoon... Maar Jensen, mag je meedoen? Dan kan je beter gewoon direct wat op de server kopen. In plaats van 50 euro. Nou, dan krijg je ook 100% wat. Anders doe je mee met de giveaway. Waar jij voor betaalt. Alleen dan misschien win je niet eens iets. Oh mijn god, Jensen. Natuurlijk mag je meedoen. Ik zit op 1. Oh, ik kom wel naar jou toe, Harlow. Ik kom naar jou. Jensen. Oh mijn god. Oh mijn god. Waar gaat het heen? Waar gaat het weer over? Waar gaat het eigenlijk weer over? Ik kom naar jou, Harlow. Dit gaat toch helemaal nergens over? Kijk, staan. Dit gaat toch helemaal nergens over? Oh. Komt goed, Jensen. Komt helemaal goed, dit. Komt helemaal goed. Ik ga coinflip doen tegen Harlow. Niet tegen It's Tim. Ik kom tegen Harlow. Ik wil hem tegen Harlow. Onze Harlow. Hoe kom ik nou aan 500.000 euro hier trouwens? Heeft iemand mij dat gegeven? Huh? Oh nee, dat is een glitch. Hoe heb je... Dat is een glitch. Oké, wacht. Echo, take, 5... nee, 450 was het dan. Zo. Hoppakee. Oh, like. Hey, walnut. Zo. Hoppakee. Huh? Echo take. Oh, eerst mijn naam. Sorry. Like walnut 4500000. Zo, hoppakee. Nu klopt het weer. Oké, nu klopt hij weer. Jongens, niks aan de hand. Dat was een klein bugje. Die moeten we even oplossen. Steeds. Die moeten we nog steeds even oplossen. Oké, Harlow, ik ben ready. Harlow Haken, 50k. Iemand anders heeft hem gestart. Wie heeft hem gestart? Wie heeft hem van mij gestolen? Dat heb ik ook met water en span. Ja, soms kan het blijkbaar ook in positief werken. Kijk, het grappige is, als mensen geld verliezen, dan melden ze het in tickets. Maar stel, ze krijgen op deze manier hun geld terug, dan zullen ze dat nooit natuurlijk in tickets melden. Dat is het mooie. Dan zullen ze nooit melden, oeh, ik heb gratis 500.000 euro gekregen. Dat is natuurlijk gewoon een bug af en toe. Die wordt gewoon keihard geabused. 100%. Harlow, je moet er echt beter worden in coinflips. Je moet echt beter worden in coinflips. Want je verliest alleen maar tegen mij, hè? Je verliest alleen maar tegen mij. Komt omdat ik Jente achter me heb. Ik heb de kracht van Jente en Serge bij me. Jente en Serge zijn gewoon... Lees helemaal mijn donatie. Er staat, mag ik meedoen? Meer staat er niet. Er staat, Jente, 50 euro, mag ik ook meedoen? Meer staat er niet bij, Jente. Dus moet je in de chat zeggen wat je bedoelde. Zet maar in de chat wat je bedoelde. In plaats van, alsjeblieft in de chat in plaats van nog een donatie. 200.000? Sinds wanneer kan je 200.000 doen als coinflip? Kom op, 100k dan. Oké, sure, let's go. Let's go, let's go. 100k. 100k, ik ben ready. Jent, als je reageert alsjeblieft op mij in de chat. Niet via nog een donatie, want je hebt al zoveel gedoneerd. Ik smeek het je. Reageer op mijn vraag, want... Er staat alleen, mag ik ook meedoen. Harlow Haken. Nee. Nee. Nee, ik ben 100k tegen Harlow verloren. Oh, wel verdiend, Harlow. Je hebt vaak van me verloren, dan verdien je wel de big money prijs gewoon. Die min je. Die win je, bedoel ik. Ah, die is verdiend. Harlow heeft die 100k dik verdiend. Of 200k zelfs dan. Maar Harlow, gooi even een 10... Gooi even 10k. Dan ga ik hem even terugwinnen. Kleine stapjes ga ik hem terugwinnen. Met kleine stapjes gaan we hem terugwinnen. Wil je coinflip 10k doen? Ja, maar ik moet wel mijn geld voor Harlow terugwinnen. Want Harlow heeft mijn geld. Kijk, zie, deze win ik. Dan gaat nu Harlow eentje van 20k starten. Dan win ik die ook. Dan starten we er een van 50k. Dan win ik die ook. En dan nog eentje van 100k. En dan win ik die ook. Zo gaan we het doen, Harlow. En dan ga ik offline. Dan heb jij al je geld aan mij gegeven. Klem maar op. Nu start hij er een van 50k. Of 20 bedoel ik. Die winnen we ook. Zoals hier. Kijk, die winnen we ook. Dan gaan we er nog eentje van 50k doen. En dan nog eentje van 100k. Kijk, dan hebben we deze gewonnen. Oh, 50k kan niet, Harlow. Je moet er nog een van 20 doen. Oh, maar nu loopt mijn plan wel in de soep. Dat is niet helemaal de bedoeling, dit. 50 kan niet, Harlow. Iemand anders gaat het doen. Spijt me. Ik heb geen 50k. Ik dacht dat ik het wel 50k zou hebben. Oké, had Jente al gereageerd? Had, ja, hier. Max leest helemaal mijn donatie. Ja. Oh, maar Jente, ik zei nog reageren, alsjeblieft. Oh, mijn god. Maar Jente, ik zei nog, reageer alsjeblieft in de chat in plaats van hier nog een donatie. Oh mijn god, Jente.
Oh, Jente. Ik zei het nog, ik vroeg het nog. En toch doet hij het. Ik wou bijna Sir weer zeggen. Ik doe niet mee. Maar geef Justin ook maar iets dankzij Justin jou gevonden. Zoveel respect voor René. Hé, hey, je krijgt allemaal respect van Jente. Hè? Je krijgt respect van Jente. Ik? Ja. Ik heb ook respect voor Jente. Je hebt ook respect voor Jente. Nou, hoor je dat, Jente? Gaan we doen. Ik zal Justin wat leuks geven. Ik zal Justin wat leuks geven, oké? Okay? Ik ga het doen. Komt helemaal goed. Jongens, dan ga ik nog één coinflipje doen. Ik zal er zelf even eentje starten. En dan vind ik het mooi geweest. Dan gaan we de giveaway doen in de Discord. Dan gaan we de giveaway in de Discord doen. Je 20k start ik zo, hoppakee. Dan gaan we... Dus open maar vast je Discord, jongens. Ik ga daar het berichtje sturen. Je laatste 50 euro. Justin, ik weet niet of je de stream kijkt, maar je gaat wat leuks krijgen van me. Ik weet nog niet wat, maar je gaat wat leuks krijgen van me, blijkbaar. Justin, een bos bloemen geven. Een bos bloemen. Ja, maar ik denk niet dat een bos bloemen 50 euro waard is, Jente. Ik denk niet dat dat 50 euro is. Een bos bloemen. Ik moet wel een heel duur bosje bloemen, dus ik moet wat anders leuks bedenken voor hem. Zo, 20k, dit is mijn laatste, dan ga ik. Oh, je had er een met 20k gedaan, sorry. Ik heb hem zelf al gestart tegen Leon en Leon verliest van mij. Leon verliest van mij. Komt ie. Coinflip. Starten we er nog eentje. Tot ik... Nou, trouwens, dit is echt de laatste, oké, jongens. Tenzij ik deze winnen, doe ik er een voor 50 en dan is dat de laatste. Oké, dan is dit de laatste, prima. Goed jongens, deze hebben we verloren. Maakt niet uit. Het is tijd om deze livestream af te sluiten. Ik vond het een hele leuke livestream. We hebben heel wat geld op de eilandbank kunnen zetten. Laten we nog heel even snel die kant op gaan. Heel even snel kijken. 1 miljoen op de bank staan. Ik zie dat Tony daar nog... Oh, die springt weer van het eiland af. We hebben hele goede money farm gemaakt. 100 level 123. Laten we dan heel even hier kijken bij dit. Wat de situatie hier is. We staan op plek... 3 nog steeds. Dat is heel goed. Op plek 3 staan we. En hier staan we inmiddels op plek 8 nog steeds. Oké, prima. Nou, dat maakt me niet zo uit. Dit vind ik leuk, omdat ik hier op plek 3 sta. Goed, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze livestream. We gaan een giveaway doen voor iets op de Minecraft server. Dus join ook zeker de Minecraft server, maar ook join vooral de Discord. Jente gaat hem host, althans host, die heeft hem betaald. Die heeft 100 euro voor 2 personen. Dus in totaal 50 voor 2 personen, in totaal 100 euro is dat. Kan niet. Oh, we moeten even inderdaad... Ik moet even een bot in mijn Disney ding hebben. Dat je dus, uitroepteken Discord kunt doen. Dat zou leuk zijn. Waren leuke coinflips. Ja, was leuk, Arlo. Vond ik leuk. Uiteindelijk heb jij gewonnen. Jij hebt uiteindelijk wel gewonnen. Jij bent de vrolijke winnaar van deze coinflips. Jente, niet normaal bedankt. Sets, jij ook niet normaal bedankt. De rest, iedereen, ook niet normaal bedankt. Jongens, dank jullie wel voor de livestream. Hou goed de Discord in de gaten. We gaan daar een leuke giveaway doen. Dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Tot ziens, tot snel. Jentje, je krijgt ook nog een leuk berichtje in Discord. Wacht daar maar op. Jongens, dames, heren. Doei. Doei.